Dames en heren, zondagavond 19 april, 7 uur 's avonds. Ik heb heel erg nagedacht over hoe zou ik dit programma gaan openen. Ik heb het niet geoefend, ik heb het niet bedacht. Wij gaan dit programma maken geheel vanuit het hart. Het is namelijk een uitzending die wij niet hadden willen maken, maar graag willen maken voor ons en natuurlijk de familie. Waar gaat het om? Nou, je ziet hem hier al naast me. Kunnen we misschien ook een shot maken van de hele studio? Dan laten we het even zien hoe dat eruit ziet. Kijk eens. Gert-Jan, 6 keer. Je ziet er toch een beetje bij. Want dames en heren, Gert-Jan Huibers, u ziet het. Gert-Jan Huibers is de persoon die corona voor ons als omroep een gezicht heeft gegeven. U thuis zit te kijken en eigenlijk bleven allemaal een zwarte periode. Hashtag blijf thuis. We zijn ook blij dat u thuis bent en naar ons kijkt. Helaas is onze medewerker, onze steun en toeverlaat, iemand die eigenlijk bij Siport niet van de buis was te slaan, is getroffen door de ziekte corona. Ik krijg dan het berichtje binnen. Gert-Jan, die is ziek, ligt in het ziekenhuis, heeft corona. Dan denk je nou, sterke vent, jonge vent, trompetist, sterke longen, energie van geest. Hoe die er altijd was. Gert-Jan zit in het ziekenhuis. Gert-Jan komt wel terug. Dan krijg ik nog even een appje. De situatie is zorgelijk. Maar stabiel. Daar ben ik dan weer blij mee. Klein lichtpuntje. En vervolgens, nou, er zit wat verbetering in. Totdat. Ik 2 weken geleden. Althans, toen is het gebeurd. Een dag later werd ik gebeld. Mark, moet je even bellen. Heel slecht bericht. Nou, dan is dat het bericht dat je niet wil krijgen. Wat sommigen van u wellicht thuis ook hebben gekregen. Gert-Jan heeft het niet gered. Nee, zo gaat het dan. En dan is het klaar. Zoveel energie, zoveel wijsheid, zoveel eerlijkheid. En daar moeten wij het mee doen, lieve mensen. Wij voelen de behoefte om wat aan Gert-Jan nog te gaan doen, om hem te herdenken. Die behoefte kwam voornamelijk ook van José. En de kinderen, oma Truus, ik weet, jullie thuis zitten te kijken. Wij als Siport team, RTV Siport en heel veel mensen erbij, geven jullie dit als cadeau van ons aan jullie. En natuurlijk ook aan Gert-Jan. Wij maken dit programma. U zag nou net een lege tafel in de studio. Er komen hier mensen in de gasten in de studio. Maar zoals u weet, dat is beperkt. We zorgen dat er 1,5 meter tussen beiden zit. Wij zijn dus beperkt van het aantal mensen dat hier mogen komen. Daarom zijn er ontzettend veel filmpjes ingeleverd. Dank daarvoor. Voelt u nog behoefte om te reageren? Dat kan in deze uitzending, als u dat gemist heeft. 085, onder in beeld staat het, 301-2274. We hebben een telefooncentrale. Niet ophangen, blijft u aan de lijn. We horen uw gesprek aan. Als u de behoefte voelt om te reageren, over Gert-Jan, een leuke anekdote. Jongens, we gaan rouwen, maar we gaan ook lachen. We gaan genieten om Gert-Jan. Voor de mensen die zitten te kijken, en wij kenden Gert-Jan niet, laat ik aan u zien. Wie was Gert-Jan Huibers? Een duizendpoot met een heel groot hart voor de Velsense samenleving. Het onderwijs, de lokale omroep en de muziek. Dat is waar Gert-Jan Huibers om herinnerd zal worden. Gert-Jan was meer dan 20 jaar actief in de lokale media. Eerst als verslaggever bij de IJmuiden Courant en later als politiek verslaggever en commentator bij RTV Siport. Buiten zijn werk in het onderwijs was Gert-Jan ook zeer actief op maatschappelijk gebied. In 1995 werd hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Velsen, een functie die hij maar liefst 11 jaar bekleedde. In 2002 ging hij aan de slag bij Stichting Welzijn Velsen, waar hij een actieve bijdrage leverde aan het opzetten van een sociale activeringsproject Onbenutte Kwaliteiten. De Jongerenraad Velsen, Mooi Zo Goed Zo en de Vrijwilligerscentrale Velsen. Die sociale rol zette hij vanaf 2011 door, toen hij via woningbedrijf Velsen meewerkte aan de oprichting van Telstar Thuis in de Wijk. Een stichting die de paraplu vormde voor uiteenlopende projecten gericht op leefbaarheid in de wijken. Deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde levensstijl. Gert-Jan was bij de club waar hij zo van hield betrokken bij de Telstar Street League, de Techniek Experience, School is Cool Eimond en Playing for Success Eimond. Leren met de wow-factor. Hij nam daarbij zeer recent op 6 maart afscheid als programmamanager.
Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Gert-Jan. Hij was jarenlang betrokken bij Bekenstein Pop als voorzitter en presentator. Hij zette zich ook in voor zanggroep Voices, muziekvereniging Zoli, Koningin de Pop en het kunstencentrum Velsen. Daarnaast speelde hij trombone in diverse bands, waaronder Full Count. En was hij programmeur van het Ramsespodium op het Dorpszee Zandpoort en Zandpoort Jazz. Met de oprichting van Study Consultancy en Huibens Text & Event Consultancy ging in 2002 een grote droom van Gert-Jan in vervulling. Samen met zijn medewerkers gaf hij bijles aan scholieren en studenten, schreef hij publicaties voor bedrijven en organiseerde hij evenementen. Gert-Jan werd ook regelmatig ingehuurd als gespreksleider of dagvoorzitter, een rol die hem vanwege zijn brede interesse goed paste. Deze maand zou de Study Consultancy en Lichtspel, het bedrijf van zijn vrouw José, verhuizen naar de voormalige groentewinkel op het Broekbergerplein in Zandpoort Noord, waar Gert-Jan, gesteund door collega's en vrienden, tweede meehielp met verbouwen. Dromend van een toekomst op een nieuwe plek. Helaas is het voor Gert-Jan niet zo ver gekomen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat het bedrijf, in lijn met zijn wens en ondernemingsgeest van Gert-Jan en José, zal worden voortgezet. Nou, u ziet het, ontzettend veel deed hij in deze uitzending die wij met z'n allen voor u gaan maken. Er zit ook bomvol. Wij gaan 7 thema's behandelen in deze uitzending. Voordat ik naar mijn eerste gasten toe ga, wil ik zeggen, u kunt nogmaals bellen naar de telefoonnummer 085-301-2274. Denkt u van, nou, daar voel ik niet zoveel voor. Twitteren mag ook. Gebruiken wij deze uitzending voor hashtag Gert-Jan. En dat is Gert-Jan, zonder streepjes, puntjes of komma's. Gewoon Gert-Jan aan elkaar. Hashtag Gert-Jan. Zo direct met Jelle Dijkstra gaan wij dat monitoren wat er over Gert-Jan wordt getwitterd. Seaport, dat is natuurlijk het allereerste onderwerp, het allereerste thema waar wij het over gaan hebben. Aan tafel zijn ons aangeschoven. Wie anders dan Theo Koster en Nettie Struijs. En die gaan in gesprek over Gert-Jan. Raar jongens, hè? Raar Gert-Jan. Daar staan we hier dan, Nettie, voor een heel verleden achter ons. Ik ben er in ieder geval niet goed in. Ik merk het aan mijn stem. De emotie zit tot hier. Ja. Maar we gaan toch even een stukje met Gert-Jan, maar de geschiedenis gaan we in. Zeker. Jij hebt heel lang al met Gert-Jan samengewerkt bij de omroep. Ja. Neem ons eens mee. Ik ken Gert-Jan eigenlijk van de Ros, hè, de voorloper van Seaport. Want daar was ik ook wel eens bij betrokken en daar ken ik Gert-Jan ook van. En uiteindelijk heb ik hem natuurlijk echt goed leren kennen dat ik bij de gemeente werkte. En Gert-Jan dus hier allerlei dingen deed voor de omroep. En ons allereerste contact was echt samenwerking 2002. Ja. En kan je iets vertellen over die samenwerking? Wat voor soort projecten? Nou ja, die verkiezingsavond die ging toen voor het eerst live, 2002. De lokalen waren toen in opkomst, hè, de lokale partijen. Dat was dus heel hectisch. En ik had geen enkele ervaringen mee, moet ik je zeggen. Maar ik werd gebombardeerd door Floor Manager. Ook voor mij helemaal nieuw. En we kennen Gert-Jan natuurlijk. Hij was ook best wel van de hak op de tak. Ben ik ook, moet ik eerlijk bekennen. En op de een of andere manier voegde dat. We hebben het altijd zo ontzettend fijn samen kunnen werken onder regie van Sean Luyt. Top, ik heb veel van hem geleerd op die avond. En hoe was hij als collega? Je zegt eigenlijk niet op de hak of op de tak, maar geef nog eens wat meer van de karaktereigenschappen. Met name zijn deskundigheid, hè, de politiek, maar ik heb ook veel van hem geleerd als het gaat om interviewen. Hoe interviewen, hoe bouw je dat op? En door naar hem te kijken en ook vooral naar hem te luisteren. Hij heeft als we even naar Seaport nu kijken, zoals we nu gewerkt hebben, ons ook veel geleerd wat schrijftips betreft. Hè? Een website vullen, ja, daar hadden we natuurlijk helemaal geen ervaring mee. En daar heb ik heel veel van Gert-Jan van geleerd, kan niet anders zeggen. En wat voor soort projecten deed je dan met hem samen om het wat concreet te maken? Nou ja, de verkiezingsavonden waren echt heel belangrijk. En Lintjesregen niet vergeten, ook samen met Mark. Dat was natuurlijk echt een topdag was dat voor ons. Het was een grote uitdaging en het was natuurlijk ook een leuke uitzending. Omdat het ging natuurlijk altijd om blije mensen. En het was heel bijzonder. Jij noemde net even die Lintjes. Ja. Ik moest mij heel goed voorbereiden en inlezen wie we voor de microfoon zouden krijgen. Gert-Jan had dat niet nodig. Gert-Jan kende iedereen. Ja,
Ja, fantastisch. Ja, dat was altijd fantastisch. Die kende natuurlijk een heel goed netwerk. En dat blijkt ook wel vanavond. En hij wist ook heel veel. Hij was ook wel goed, altijd goed ingevoerd. En dat heb ik wel heel erg in hem gewaardeerd. Hè. En op zo'n avond, zo'n verkiezingsavond, dan riep hij van, nu de Partij van de Arbeid. Dus hup, ik die zaal in en dan vlug iemand voor die camera halen. Nou ja, en dat ging altijd goed. Het ging op de een of andere manier altijd goed. Ja. Nou, was afgelopen twee jaar, was voor de omroep een raar jaar. Hè? Daar gaan we vandaag niet heel erg op in. Nee, we hebben een moeilijke periode gehad. Kan je vertellen wat voor rol Gert-Jan, jij en de rest van het verbeterteam daarin gespeeld hebben? We hebben natuurlijk, dat zakte een beetje in. Laten we eerlijk zijn, en dat had met allerlei dingen te maken. En toen hebben we toch een verbeterteam opgezet. En dat was Gert-Jan, een van de drijfveren, Sjoerd Dekker. Ik deed er mee en ik geloof dat jij op een gegeven moment ook aangehaakt bent. Om eens te kijken van, hoe gaan we nu verder met RTV Seaport? Ja. Zullen we weer even naar hem kijken? Want we hebben nou een stukje historie al genomen. En ik zou zeggen, volgens mij staat er nu een interview klaar. Hoe die was, want we kennen hem natuurlijk als Gert-Jan op het gebied van de tv. Maar hij deed ook voor de radio. Ja, absoluut. Dus hij ging iemand interviewen. Nou ja, en zeker met nog eventjes met Nieuwspunt. Dat wil ik toch nog even noemen. Gert-Jan was wekelijks politiek commentator in het radioprogramma Nieuwspunt. Wat wij op maandagavond presenteerden. En ja, dat was natuurlijk fantastisch. Deskundige uitleg voor mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek. Ja, een hele fijne samenwerking. Ja. Radio. Ik kan niet meer wachten. Zullen we nog een keer kijken? Radio, Laat de gaan, hè? Moet wel. Van 7 tot 9, hè? Houd je jong, hè? Houd je jong. Jou zeker? Ja. Ja, want, nou ja, de jaartjes gaan wel tellen, maar ik doe het al een tijd, hoor. Ja, hè? En het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja. Rock'n'roll. Ja, 50's. Hoe kom je daarbij, rock'n'roll? Nou ja, Smet. De muziek is natuurlijk... heb ik met mijn jeugd meegemaakt. Je hebt zelfs een platenlabel op een gegeven moment opgericht. Ja, ik kwam veel op die platenbeurs. Toen sprak ik heel veel jongens die ik nog kon en zo. Om verzamelaars die ook weer die muziek gingen kopen. En toen kwam het Neeltje Elvis tegen, Pim Maars. Ja. En die kon ik nog van vroeger, heb ik ooit een keer op zien treden. En die deed ook niets meer. Die wilde weer beginnen. En zo heb ik zijn muziek heruitgegeven op een LP. En zo langzamerhand daarna 300 cd's gemaakt. Geproduceerd. Eerst met oud materiaal en toen met nieuwe bands ben ik gaan werken. Okay. Jonge mensen vaak en dat hield me ook jong. En de eerste cd was met een Haarlemse band. Dus die jongens kon ik toevallig. En wie waren dat? Hop, Skip en Jump. Okay. Gestopt. Sommige bands die stoppen ermee. Maar jij bent ook gestopt met het label? Ik moest wel, want ik had er helemaal geen opvolger van. De maatschappij gevonden, die wilde dat overnemen. De Samsung Music uit Noordwijk en die heb jonge zoons in de 30 en die maakte er weer wat van. Ja, Theo, we hebben natuurlijk nu het verleden van Gert-Jan en van Seaport met name belicht. Maar we zijn het ook aan Gert-Jan verplicht. Die had goede toekomstplannen. Hoe heb jij Gert-Jan leren kennen? Dat is alweer 50 jaar geleden, denk ik. Minimaal. Maar ja, Gert-Jan die woonde bij mij in de straat, de Kremelaan. Jeugdvriendjes. Zandbord, jeugdvriendjes. Dus op naar de speeltuin. Van opa Huibers natuurlijk. Hè. Dus daar was hij hartstikke trots op. Wij spelen. Kwamen in het voetbalelftal van Velzen. Ook spelen. Gert-Jan op goal. Theo in de achterhoede. Altijd een goed duo geweest. Werden we pubers, gingen we stappen. In de Old Smuggler. Dat is een café in Denzing in Zandpoort. En wie stond er achter de draaitafel? Gert Snet. Dus nou, wij daar eigenlijk ook onze pubertijd nog een keer doorgenomen. Kom ik Gert-Jan weer tegen in het dorpsfeest natuurlijk. Hè, voor velen ook. Zal vandaag ook nog eens een keer aan voorbij komen. Gert-Jan als programmeur voor de lokale omroep. En ja, Theo die mocht dan het dorpsfeest organiseren. En tot slot, dit deel bij de omroep kwam ik er 2 jaar geleden tegen. En toen? Je werd er toen binnengehaald. Ja, Mark Metselaar, die zei Theo, volgens mij kan jij wel wat voor de omroep betekenen. En ik zag, dat wil ik wel. Hè. Richting een streekomroep, richting kwaliteit, cultuurprogramma's. Vond ik hartstikke leuk. Dus je begon en kom ik Gert-Jan weer tegen. Ja. Dus eigenlijk kruisen onze wegen zo de afgelopen 50 jaar steeds weer op bepaalde momenten trokken gezamenlijk op. En Gert-Jan was daar belangrijk in, hè? In het keren van het tij op dat moment, dat omslagpunt. Kijk, zonder daar heel veel over uit de school te willen klappen, is het wel zo dat er de verbinding tussen de gemeente Velzen en de omroep was niet optimaal. Nee. Maar Gert-Jan was daar de linking pin in.
hè, met zijn hele productieteam, zoals het hier ook aanwezig staat, zorgden ze steeds voor goede uitslagen of verslaggeving van de raadsvergaderingen. En dat heeft toch voor een heel goed koetwil gezorgd. En dat gaf ons weer een entree. Om te zeggen, ja, we komen nou met een nieuw team. En Gert-Jan, jij met je netwerk en met je koetwil en met het professionele team wat hier omheen staat. We gaan een second chance gaan we doen. En dat wilden we met Gert-Jan doen. En Gert-Jan gaan we daar natuurlijk ontzettend in missen. Want hij was toch de deskundige als we het... Ja, natuurlijk. Ik denk, als je het hebt over mensen in de Eimond, in Velsen, die het best geïnformeerd zijn. Dan is dat Gert-Jan. Zeker rond die tijd. En als je die als lokale omroep moet missen, dan is dat natuurlijk een aderlating. Theo, Nettie, ja, ik moet jullie onderbreken, ja. Want we zijn live en er staat ontzettend veel klaar. Ik snap het, ja. Wat goed dat jullie hier waren. Jullie hadden het over Gert-Jan. Theo, hoor ik je zeggen. Ja. Hij stond voor het productieteam, ging voor vernieuwing, zorgde ook voor de continuïteit van de omroep. Absoluut. Waarin onder andere? Nou, juist door het netwerk ook mee te nemen. Ja. En ja, ook een stukje koetwil. Het werd ook gewoon gegund uiteindelijk de omroep. Dat wij als nieuw team, daar in het verleden waren natuurlijk wel wat dingen gebeurd die niet, waar we niet trots op waren. Ja. Maar het nieuwe team die kreeg daar door, met name een nieuw entree. Ja. En ja, zijn enthousiasme. Een dag na 12 maart, dat we uiteindelijk de toestemming kregen van de gemeenteraad om met een doorstapsubsidie aan de gang te gaan. Ja. Moet overigens nog formeel worden afgetikt. Ja. Zaten we met Gert-Jan alweer hier om nieuwe formats te bedenken. Maar notabene, inderdaad, die 12 maart waar jij het over had. Notabene, die de laatste raadsvergadering. Ja. Daar is in besloten. Het geld komt er. Dat geld gaat komen voor de omroep. Maar we hebben natuurlijk niet alleen geld nodig. We hebben ook vrijwilligers nodig. Wij waren jaren geleden, stonden wij op de braderie in Zandpoort. Met Feestweek TV. Wie kwam daar onverwachts? Gert-Jan Huibers. Nam zijn laptop mee. Ging er zitten. Ik ging met de camera naar hem toe. En Gert-Jan kon als geen andere een oproep doen om mensen te werven. Kijk maar. En dat is ook leuk om te doen. En dat kan ook iedereen doen. En dat betekent dat ook mensen zoeken. We zoeken steeds meer medewerkers, omdat we steeds meer doen met Seaport. Je zei het zelf al, op allerlei manieren. Televisie, radio, beeldkrant, internet. En we hebben natuurlijk ook redactie voor nodig. We hebben fotografen nodig, mensen van de techniek. We hebben mensen nodig die monteren, die het camerawerk doen, interviews doen, zoals jij. Dus als je het leuk vindt, het is heel dichtbij, lokale omroep maken. Het is heel gezellig ook. Het is ook direct in je omgeving. Dus je wordt ook meteen herkend. Het streelt ook de ijdelheid. Dus kom vooral medewerker worden bij Seaport. Kom vooral medewerker worden bij Seaport. En dat is ook wat José, je zit thuis met moeder Truus. En natuurlijk naar deze uitzending te kijken. En die zei het ook. José zei tegen mij: Mark, wil je alsjeblieft een oproep doen in die uitzending dat het werk van Gert-Jan doorgaat? Dus zit je te kijken. Gert-Jan, ja, die is er niet meer. Natuurlijk willen we doorgaan als omroep. Kijk eens op de website. Jullie hebben Gert-Jan net gehoord. Die kon dat als geen ander. Mensen motiveren. We gaan dus een aantal onderwerpen behandelen. In deze uitzending een aantal thema's. Dit is het blokje Seaport. En natuurlijk, Gert-Jan, wat was je er veel met de politiek. Maar niet alleen met de politiek, met heel veel andere dingen. Dat is toch mooi om te zien, hè? Het Havenfestival is gewoon internationaal formaat. Internationaal kent. Hallo. We zijn hier in Velsen-Noord, te gast bij TMA Logistics. Op Demi en Kelly. Jullie hebben de eer om als allereerste Velsenaar een jeugdlintje te ontvangen. Dus een lintje omdat je als jongere al heel erg goed voor de samenleving bezig bent. Ja, en een clichévraag, wat gaat er door je heen? Onderwerpen zat in Velsen? Ja, de onderwerpen liggen voor de oprapen. Je kunt ook positief uitleggen dat het blijkbaar heel goed gaat. In de afgelopen 4 jaar heel goed gegaan is met Velsen Noord. Dat kon zeggen, ja. U wou dat ik dat kon zeggen? Ja, maar ik geloof er niet zo erg in. Vanmiddag is er een rondrit geweest. Wie zijn er allemaal mee geweest met de bus? Volgens mij de halve zaal, hè, zo'n beetje. En als je het over echte muiden hebt, dan kan natuurlijk deze meneer Cor Oudendijk niet ontbreken. Want vandaag, het thema is dit jaar het Velsense DNA of het IJmuidense DNA. Ja, en Cor Oudendijk kon daar alles over vertellen. Dat heeft hij volgens mij in 4 lange sessies gedaan. Ja, dat waren onder andere beelden toen nog van het Havenfestival. Waar was Gert-Jan niet te vinden? Ook op het internet, natuurlijk de social media. Daar was Gert-Jan zeker bij de omroep een van de eerste die dat erin bracht. Wij kregen op een gegeven moment een hele goede, waardevolle collega kregen wij erbij hier bij de omroep. Jelle Dijkstra staat hier naast me. Jelle, wat fijn dat je er bent. Wij hebben vanuit het gemeentehuis hebben van die ontbijtshows gemaakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen zochten bij ons de allereerste uitslagen. En jij stond naast Gert-Jan. En wat deed je daar toen? De berichten van Twitter, Facebook, wat er binnenkwam.
Ja. Die las ik daarvoor. En wat behoor jij dan in onze uitzending over Gert-Jan dan te doen? Precies hetzelfde. Ja. Want we zouden wel kunnen zeggen dat Gert-Jan trending is. Want je ziet het overal. Je leest het overal. En er zijn de afgelopen week zo ontzettend veel berichten verschenen op social media over Gert-Jan. Mensen die een herinnering hebben gedeeld. Ja. Mensen die een gedachte delen of een boodschap hebben voor de familie of voor Gert-Jan. En we hebben er met z'n allen een paar geselecteerd. Het is niet alles, het is niet compleet. Het zijn natuurlijk honderden reacties geweest. Ik ben heel benieuwd. Vertel, wat is het bericht over Gert-Jan de laatste twee weken? Nou, we werken in thema's, daar gaan we nu ook gewoon mee door. Seaport, veel luisteraars, veel kijkers, veel volgers, die hebben ook hun medeleven betuigd. Waaronder onder het Facebookbericht van Gert-Jan. Carlo Rotte, die zegt bijvoorbeeld, wat vreselijk, wat verdrietig. Ik heb Gert-Jan altijd vol bewondering gevolgd en het wordt een groot gemis. Heel veel sterkte voor de familie. En even kijken, dat is ook Karin Dekkers, die heeft bijvoorbeeld heel vaak samengewerkt met Gert-Jan bij natuurlijk. De gemeenteraad. Met heel veel raadsvergaderingen. Zij werkte voor de Jutter Hofgeest. En die noemt Gert-Jan een prettig en veelzijdig mens. En ook alle respect voor wat hij voor goeds heeft gedaan in en rond Velsen. En Roel Huisman, de oude voorzitter van RTV Seaport, die twittert een foto van Gert-Jan of plaatst die op Facebook. En die zegt dat hij ook Gert-Jan vele jaren kent, vele jaren mee heeft gewerkt. Hij was altijd enthousiast vrijwilliger met goede ideeën. Heb uren met hem zitten koekhakken om redactionele invulling te geven aan de producties voor de gemeente Velsen. En hij stuurt daar nog deze foto bij. Kunnen we even naar kijken. Gert-Jan aan het werk. En een oproep aan ieder thuis. Doe mee. Deel jouw herinnering over Gert-Jan. Dan behandelen we je graag in de uitzending. Gebruik daarvoor op Twitter de hashtag Gert-Jan. Of kijk je via de Facebook livestream. Laat het dan gewoon weten in de reacties. En dan kunnen we die meenemen in de uitzending. Wat goed. Jij komt elke blok. Ja. Kom jij steeds terug. Schuif jij aan met de nieuwste berichten. Dat gaan we doen. Wat goed zeg. Dat je er bent. Hoe is het trouwens met je? Want, ja, goed. Ja, het is een vreemde tijd. Ik denk dat iedereen dit zal merken. Het is ongelooflijk wat Gert-Jan allemaal losmaakt in de gemeente. Wat voor invloedrijke Velsenaar hij was, is. En dat raakt me in toenemende mate. En dat zal iedereen, denk ik, hier herkennen. Ik merk het ook aan je, maar wat goed dat je er bent. En wat fijn dat je de hele uitzending bij ons blijft om dat te monitoren. Dus voor u thuis, twitteren, hashtag Gert-Jan. En op Facebook, Jelle houdt het allemaal bij. Die komt straks terug. U kunt ook bellen. 085-301-2274. Voor een mooi verhaal over Gert-Jan. Of al is het geen mooi verhaal als je wat kwijt wil. Het kan allemaal hier. Live bij RTV Seaport. We horen u graag. En dan ben ik heel erg benieuwd of er al zo'n beller is. Of we al iemand binnen hebben. Nog niet. U moet zich voorstellen. U komt binnen op een lijn. We vragen ook wel even aan u. Wat wil u zeggen? Dus blijf vooral aan de telefoon. En wij verbinden u door. Niet alleen via Facebook. Niet alleen via Twitter of de telefoon. Het kan op allerlei manieren. Zo is er ook de website Memory. Daarop kunt u ook allerlei gedichten kwijt. Allerlei verhalen. Foto's, anekdotes, filmpjes. Het is allemaal mogelijk. En als u denkt, ja, dat kan en wil ik niet, kunt ook gewoon een kaarsje aansteken. Ik heb gisteravond laat nog even gekeken. 2700 kaarsjes. Dat kunnen er volgens mij, lieve mensen, makkelijk 3000 of meer worden. Dus op de site memory.nl. Natuurlijk even op zoek naar Gert-Jan Huibens. En dan komt u vanzelf terecht op de site. Kaarsje aan klikken. En boven die 3000, misschien nog tijdens deze uitzending, hoor ik graag of iemand het kan monitoren of we die 3000 hebben behaald. Ik wil toch even een aantal berichtjes met u doornemen over dat memory. Iemand, Helen, zij bericht. Even stil. Ik ben even stil van het bericht dat binnenkwam over jou. Ik heb je mogen ontmoeten bij Telstar, Playing for Success en laatst nog voor School is Cool. We kletsten samen even over onze werkzaamheden bij Stichting Welzijn. Een geweldige man die voor iedereen klaar stond. We gaan je missen, Gert-Jan. Sterkte voor de familie. En ook Thomas zegt, ik ben er stil van. Ik heb Gert-Jan leren kennen door huiswerkbegeleiding tijdens mijn middelbare schoolperiode.
Het was een belangrijke schakel als het aankomt op het behalen van mijn diploma. Daarna weer in contact gekomen via de muziek en ook samengewerkt tijdens Zandpoort Jazz een paar jaar geleden. Ik ben me rot geschrokken. Ik wil José, Thijs en alle andere nabestaanden veel sterkte wensen. Ongelooflijk, zegt Thomas. En ook Sandra en Pieter, die hebben op de website dus die memorie berichtje geplaatst en een foto. En het gaat natuurlijk over die band Full Count waar die in zat. Twee jaar geleden moesten we Natasja al missen en daar bericht hij over. Sandra en Pieter zeggen, een lieve man, mijn stille vriend. Gert-Jan, je was er voor ons toen Natasja heen ging. Je hebt er ons doorheen gesleept, mede gesteund door al die vrienden van Natasja. Bedankt, fijne reis. En wij hopen dat je Natasja ook ziet. Net als die anderen die jou lief zijn of waren. Lieve familie, heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Sandra en Pieter. Nou, heeft u er ook behoefte aan, wat ik me heel goed kan voorstellen. Berichtje via de site Memory. Ondertussen, Jelle is weer aangeschoven. Ja. Is er al wat binnen? Zeker. De eerste berichten stromen binnen. Blijf vooral je herinneringen aan Gert-Jan delen via hashtag Gert-Jan of reageer op Facebook. Ik zie hier al een tweet van Nina, die heeft met Gert-Jan gewerkt. En zij zegt dat Gert-Jan een geweldige baas en een superlieve man was. Wekelijks zag ik je wel eens op het kantoor en elke keer vroeg je weer aan me hoe het met me ging. Zo een geweldig en positief persoon. Gert-Jan, we gaan je onwijs missen bij Studio Consultancy als een persoon. Rustzacht. Nou, het is natuurlijk een mooie tweet. En in de voorbijgaande dagen is al meer op Twitter verschenen. Ook van mensen die heel erg betrokken waren bij de omroep RTV Seaport. Zo zegt Boris Uitendijk. Dag Gert-Jan, dank voor die paar presentatielessen en tips bij Seaport. Een geweldige vent is heen gegaan. En Ina de Vos, die we kennen ook vanuit de gemeentepolitiek, die zegt zo onwerkelijk, zo verdrietig, vaak meegemaakt als gespreksleider, door Gert-Jan geïnterviewd bij Seaport, altijd een praatje, altijd geïnteresseerd en gezellig. Sterkte en kracht voor José, hun zoons, zijn moeder en iedereen die hem zo vreselijk gaat missen. Mooi. Dankjewel voor het monitoren. Blijf twitteren, blijf berichten op Facebook. Jelle, ik zie je straks weer. Natuurlijk was Gert-Jan ook een journalist in hart en nieren. En denk ik, tijdens zijn uitzending ontkomen we er niet aan om toch iets te berichten over die vreselijke ziekte corona die ons land zo in greep houdt. Onze gedachten gaan natuurlijk uit naar al die zorgverleners in de ziekenhuizen. Als het goed is, heb ik aan de telefoon een verpleegkundige van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Marjon, in de uitzending. Goedenavond, ik ben Marjon. Dag Marjon, goedenavond. Vertel eens, jij bent verpleegkundige op de AOA in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Klopt. Wat houdt dat precies in? Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de acute opnameafdeling in het Rode Kruis Ziekenhuis. En dat is een afdeling waar zeg maar, de acute patiëntenstroom komt. Dus alle mensen van de spoedeisende. Maar in verband met het COVID-19-virus, de welbekende corona, hebben wij onze afdeling ingericht voor de opvang van alle coronamensen. De opvang van de coronamensen, lijkt me een hele heftige afdeling. Gelukkig, ik heb geen idee wat daar gebeurt. Dus natuurlijk zien we de beelden op televisie. Wat maak jij daarmee op die afdeling? Wij zien de mensen komen bij ons als eerste eigenlijk die verdacht worden van het virus. En door middel van testen komt er na een aantal uren de uitslag dat mensen wel niet positief gekweekt worden. En wij merken dat deze mensen ontzettend ziek zijn, enorm zuurstofbehoeftig, vochtafhankelijk. En vooral ook heel eenzaam geïsoleerd liggen. Dus dat geeft wel hele bijzondere dingen met zich mee. Eenzaam en geïsoleerd. Want wat zeg je? Wat mag daar geen familie bij? Helemaal niet? In principe mag er geen familie bij. Wel is het zo dat als de mensen bij ons voor gekozen hebben om medische redenen niet meer naar de intensive care te gaan. Dus de behandeling wel krijgen, maar niet meer bij slechter worden opgenomen worden op de IC. Dan, en de mensen die vallen in een palliatief beleid, wat wij dus ook regelmatig zien. Dan mag er één familielid bij de patiënt komen om te waken, te ondersteunen.
Ja. Maar dat is een heel moeizaam iets. Ja. Hoe snel is corona? Want ik denk, nou, hoe snel verergert de situatie? Is dat een kwestie van uren? Soms zie je inderdaad zo dat je bij je patiënten op de kamer bent geweest. De patiënt lijkt redelijk stabiel. En zo kan je na 5 minuten op de kamer komen en de patiënt die kachelt helemaal in en wordt zeer echt heel erg benauwd. En binnen no time belandt dan iemand op de intensive care. Dat heb ik regelmatig gezien. In 5 minuten tijd. Zo hard kan het gaan. Ja. Maar Johan, ik kan me heel goed voorstellen, heftige tijd voor jou. Hoe bescherm jij je in zo'n ziekenhuis? We hebben natuurlijk de voorzorgsmaatregelen om ons goed te beschermen door middel van het welbekende mondkapje en de bril die we opdoen met het mutsje en het schort, zeg maar, operatiejassen. Vooral de handhygiëne is heel erg belangrijk. En ondanks dat de patiënten wel heel veel zorg nodig hebben en de aandacht willen hebben om ook te praten over de ziekte, wordt er van ons verwacht om zo min mogelijk naar binnen toe te gaan, ter bescherming ook voor onszelf, helaas. Heftig. En dat is ook het lastige, want je kan namelijk ook niet door de kamers heen kijken. De mensen liggen geïsoleerd. Dus voor je gevoelsverpleegkundigen liggen de mensen daar helemaal alleen. En zou je veel meer ondersteuning willen bieden dan dat je kan doen. Nou, heftig voor die mensen uiteraard, ook voor jou. Hou jij het nog vol? Ik hou het wel. De ene dag is anders dan de andere dag. Maar ten eerste heb ik mijn kinderen die mij voor mijn moeder. Die vragen, die zijn heel zorgwekkend naar mij. Waar ik goed met ze over kan praten. Hele lieve ouders en familie en vrienden. En wat ontzettend leuk was, is dat we afgelopen vrijdagavond, ook tijdens mijn avonddienst, een welgemeend applaus hebben. Een soort eerbetoon van de hele veiligheidsregio Kennemerland. Waar de brand... die ambulance en mensen van Defensie aanwezig waren. En dat was een enorm spektakel. En dat hebben we op 1,5 meter afstand hebben dat we op ons balkon mogen aanschouwen. En dat gaf, het was echt een kippenvelmomentje. Echt een tranentrekker. Goed om te horen. Wij hebben daar beelden van. Wij gaan daar naar kijken. Ik wil jou voor de komende periode, hoe lang deze bizarre periode ook mag duren, heel veel sterkte wensen. En blijf zelf gezond. Dankjewel. En ik wil hierbij wel nog even aangeven dat de familie en de nabestaanden enorm veel sterkte wil wensen. En nogmaals gecondoleerd. Bij deze afgelopen vrijdagavond, dus om 19:30, voor het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, gebeurde een kippenvelmoment. Gebeurde dit. Dat waren dus beelden van afgelopen vrijdagavond. 19:30, spectaculair. Brandweer, politie, ambulance, Margezee, veel vuurwerken, fakkels. Al die verpleegkundigen en artsen, toi, 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 zet hem op. En wat doen jullie fantastisch werk voor ons. Ik krijg een appje binnen van José Huibers, de vrouw van de Gert-Jan. Die wil nog zeggen, hi Mark, wil jij namens mij, Truus, Thijs en Huub, onze vriend Rob, bedanken, het ambulance en zorgpersoneel en in het bijzonder de tijd die de IC-arts voor ons had om ons de situatie van Gert-Jan uit te leggen en ons in alle rust de gelegenheid gaf om afscheid te nemen. Misschien spreek je dit door de eerste klanken, geschreven door Colin Benders. Dat komt zo. Maar José wil ook nog zeggen, wij vinden troost in de gedachte dat Gert-Jan niets heeft gemerkt van zijn laatste 2 weken. Mooi, José. Dit is een videoclip. José, jij stond er ook op dat wij die lieten zien. Daar hoort een berichtje bij. Het is gemaakt door de neefjes van Gert-Jan. Samen met mijn broers, neefjes van Gert, heb ik het nummer Sorry van Keitman opgenomen. Hopelijk kan dit een plekje krijgen in de uitzending bij deze. Ook nogmaals het audiobestand van een arrangement wat ik maakte voor Gert uit de Toverfluit van Mozart. Dan zegt, wordt er gezegd, als je de link in de URL kopieert, kom je bij de bestanden. Dat kwamen we. En het is nu te zien. MUZIEK
Ja, prachtige inzending van de neefjes van Gert-Jan. Dank jullie wel, jongens. Hartstikke mooi gedaan. Ondertussen zijn wij dan terechtgekomen in het volgende blokje. Dat is natuurlijk, zeg ik dan weer, onderwijs. Want daar heeft Gert-Jan ontzettend veel voor betekend. Grappig detail is erbij om te zeggen dat ook ik nog les gehad heb van Gert-Jan in de brugklas. Wiskunde heb ik van hem gehad. Sorry Gert-Jan, ik heb er niks mee gedaan, maar dat lag niet aan jou. Aangeschoven in de studio ondertussen, en dat zijn dan ook weer twee mensen die ik ken. Toen nog van het Ichters College, nu dacht ik het Ichters Lyceum. Jos Meijer en Arjan Oudijk, wat fijn dat jullie er zijn. En allereerst Arjan, ja. Je hoorde het bericht en toen? Ja, dan ben je stil. Omdat je dat niet ziet aankomen, je verwacht dat niet. Nee. En ook weer wel. Het is zo dubbel. Je hoort natuurlijk om je heen in de wereld allerlei vreselijke berichten. Maar als het zo dichtbij komt, dan word je echt stil. Ja. Ja. Natuurlijk ook Jos Meijer. Dank voor de komst naar de studio. Gert-Jan, ook nog meegemaakt als leerling. Ja. En ja. Als collega. Hoe was hij als leerling? Nou, laat ik zo zeggen, het is een meest kleurrijke leerling die ik misschien wel gehad heb. En ja, ik ben dus gaan kijken natuurlijk. En ik ben een freak. Ik heb dus mijn oude agenda er nog bij gehaald. Wow. Om eens te kijken. Want voordat ik daarmee begin, een ander verhaal. Ik was een beginnend docent nog van het Ichters. En ik kreeg de opdracht om als mentor te gaan fungeren van 4 VWO. 4. Waar dus achteraf ook Gert-Jan dan deel uitmaakte. Maar ik was al gewaarschuwd door collega's. Dit is een moeilijke groep. Die hadden het jaar ervoor iets uitgehaald. Dat kon niet door de beugel. En ik begon natuurlijk ook net. En ik moest met ze naar Amsterdam. Eerst naar een museum. En daarna mochten ze uitwaaien in Artis. En dan heb ik gezegd, denk erom. We moeten nog een tijdje met elkaar voort. Dus geen rottigheid. We zijn gaan wandelen. En we kwamen over het Waterloopplein. En tot mijn grote verbazing ging Gert-Jan een bureaustoel kopen met wieltjes. Daar heeft hij dus de hele middag mee gelopen. Dus naar Artis, door Artis heen. Uiteindelijk zei hij, wat moet je dan toch in godsnaam mee? En op de terugweg kwamen we weer langs het Waterloopplein. En daar heeft hij hem weer neergezet. Nou, ik heb nog nooit een leerling meer meegemaakt die weer is gaan wandelen met een bureaustoel. Maar nou over die groep, dat is op zich ook wel een unieke groep. Toen ik daar eens naar gekeken, dan dacht ik, ja... Dit is een geweldige groep achteraf gebleken. Ik ben ook daarna bezig Chinezen als beloning. Dat vonden ze zelf ook al heel trots. Want we waren natuurlijk ja, voor het eerst een hele rustige groep geworden. En, ja, en als je dan eens kijkt naar de namen. Dan zie ik daar Arthur Kruitser. Nog steeds vriend van hem. Ik zie daar Koen van Heerde. Inmiddels ook arts. Net als Rob Baks. Anja van Waard. Rob Baks en Anja zijn getrouwd. Je hebt het goed voorbereid, maar voordat we net de hele klas bespreken, ja. Wie springt daar nou uit? Dat je echt zegt van nou, die wil ik wel zeker noemen, nu. Nee, het komt omdat Rob en Gert-Jan zijn bij mij afscheid geweest. Die zie ik natuurlijk nog regelmatig in Zandvoort. Ja. Maar ja, zo'n Koen van Heerden, dat hij al klaar was met tijdens zijn studie. Hij woonde in Zandvoort-Zuid en hij kwam dus altijd langs mijn huis. Ja. Altijd nog even toeteren met die eend. Ja. Ja, dat zijn toch leuke dingen. Dat ik denk, ja, dat is geweldig. Ja. Maar waar ik wel van geschrokken ben, is dat ik Gert-Jan maar 1 jaar in de klas heb gehad. Ik dacht dat ik hem 3 jaar in de klas had. Hele bovenbouw. Zoveel indruk heeft hij achtergelaten. In 1 jaar tijd. Ja. Ja. Oh ja, wat was je indruk van hem als collega?
als collega. Ik heb hem als collega maar heel kort meegemaakt. Hij heeft maar een paar jaar bij ons gewerkt. Ja. En hij was volgens mij nog student toen zelfs. Dat we toen een vervanging zochten. En Gert-Jan die sprong in dat gat. Dat kenmerkte hem ook. Ja. En gewoon een hele goede docent. Ja. Absoluut. In hart en ziel. Het thema muziek, dat is al een paar keer naar voren gekomen. Ja. Dat gaan we ook in deze uitzending behandelen. Gert-Jan, die heeft de Muziekdag geïntroduceerd op het Ichters. En die heb jij geloof ik overgenomen van hem. Ik heb het stokje uiteindelijk van hem, toen hij naar een andere school ging, heb ik het stokje van hem overgenomen. En nog aardig wat edities gedaan samen met het team natuurlijk, want dat kun je niet in je eentje. Nee. 12 uur muziek achter elkaar. Ja. Dat is natuurlijk een geweldig feest, jaarlijks terugkeren. Dus eigenlijk is Gert-Jan de schuldige dat ik ook die muziekdag moest doen die hele dag. Ja, Mark. Ja, zeker. Moest doen. Ja. Nee, was leuk. Was leuk. Gert-Jan, daar had je heel veel samenwerking mee met de huiswerkbegeleiding, de cursus. Zeker. Jij hebt Gert-Jan 6 maart nog gesproken voor 6 maart hadden wij een afspraak op school. Hoe ging dat? Dat ging over de toekomstige samenwerking van studieconsultancy met het Ichters Lyceum. Ja. De huiswerkbegeleiding intern bij ons, die zou stoppen. Dat was maar meteen een doorstart maken waarbij Gert-Jan met zijn bedrijf aansluiting zou zoeken bij ons nieuwe onderwijsconcept. Ja. En dat is dat gaat dus niet gebeuren. Maar we hadden wel hele goede ideeën. Ja. Ja, dat gedachtegoed voor die huiswerkbegeleiding en cursus. Ik zei net al, José ziet graag dat dat doorgaat. Gaat dat door? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ja. Gert-Jan, als collega, nog even, Jos. Ja, daar heb ik hem eigenlijk niet zoveel meegemaakt. Nee. Hij zat in de Muiden vooral. En ik zat in Driehuis eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ben hem natuurlijk zo vaak tegengekomen. En dat ik zeg al, ik heb het idee dat ik hem in mijn hele leven al ken. Ja. Want ja, we kwamen elkaar overal tegen. Maar ik zeg al, toen ik eens ging kijken, toen dacht ik, maar 1 jaar? Hoe is het mogelijk dat zo'n jongen zo'n diepe indruk gemaakt heeft? Gert-Jan stond natuurlijk voor het onderwijs. Gert-Jan was altijd niet te bedoeld om nog een klein beetje reclame te maken voor waar hij voor stond. Voor onderwijs. Hoe belangrijk is onderwijs en dat we daar meer in moeten investeren? Ja, natuurlijk. Nou ja, dat hoeven we als onderwijzer. Iedereen komt er dus nu achter. Hè? Ja. En als je nu natuurlijk naar de televisieserie gaat kijken van 100 dagen in het onderwijs, dan kun je eens even zien wat dat inhoudt. Ja. Dan krijgen ze echt respect voor een docent. Ja. Deze coronatijd, we hadden elkaar hier vooral even aan de telefoon. Zelf vind je het ook angstig? Ja. Ja, wordt toch ook nog dat risicogroep. Ja. Ja, ja. Dus dan ben je toch wel een beetje angstig. Wat doe je om deze dagen door te komen? Oh nee, ik heb genoeg hobby's. Ja. Ik heb een hele grote tuin. En ik kan toch nog wel wat bewegen. Maar we moeten heel voorzichtig zijn. En je weet, ik hou van sociale contacten. En dat is het duidelijk minder geworden. Ja. Arjan, deze dagen voor jou? Ja, dat is... De school is dicht? De school is dicht in de zin van dat er geen leerlingen zijn. Bijna geen leerlingen. Nee. We hebben af en toe een leerling die thuisonderwijs niet kan volgen. En die hebben wij dan toch op school opgevangen. Er is nog wat ondersteunend personeel wat allerlei klusjes aan het doen is. Maar de meeste docenten zitten thuis en die verzorgen vanuit huis het onderwijs. En dat is intensiever lijkt wel dan in het gebouw. Want eigenlijk mis je de helft van het onderwijs. Onderwijs is niet alleen kennisoverdracht. Onderwijs is ook mensvorming en elkaar ontmoeten en in ontmoeting groeien. En dat is wat nu nodig gemist wordt in het onderwijs. Ontzettend bedankt voor jullie komst. We moeten door, we hebben nog zoveel te bespreken. Ja, maar wat fijn dat jullie hier zijn gekomen om ook even het belang van onderwijs te belichten. Natuurlijk, Gert-Jan stond voor onderwijs, maar ook onderwijsbegeleiding. Dat deed hij, dat weet ik dan nog, met zijn studie consultancy, ik spreek er steeds over, dat deed hij in de Velzenbroek. Vervolgens ging hij verhuizen naar Zandpoort Noord. Om vervolgens naar het Bolwerk te gaan aan de overkant op samen daar met zijn José hun bedrijf voort te zetten. Gijs Hoogzaad, die geeft daar die huiswerkbegeleiding en die neemt ons mee, eventjes een wandelingetje, van het oude pand op de Broekbergenplein naar het hele nieuwe Bolwerk van Gert-Jan. We zijn hier in de lesruimte van studieconsultancy. Het bedrijf dat Gert-Jan zo'n 18 jaar geleden is begonnen. Ooit in jongerencentrum De Koe gestart. Daarna verhuisd naar de Wagenmakerstraat bij de dames van Eurobalans. En sinds 7 jaar zitten we hier in dit pand, in deze lesruimte. Waar we de huiswerkbegeleiding doen, de bijlessen doen. En ook steeds meer andere trajecten voor het samenwerkingsverband. Andere individuele onderwijstrajecten. Sinds januari had Gert-Jan natuurlijk het pand aan de overkant gekocht.
En ja, straks als de scholen weer open gaan, gaan wij daar ook een frisse start maken. Nou ja, dit is het even nieuwe pand. Misschien wat meer boven. Ja, hier moet gaan gebeuren straks als de scholen weer gaan beginnen, gaan ook wij weer met de fietsen van start. En ja, het is alleen de bouwval, maar ja, hier komt uiteindelijk een nieuwe lesruimte. En ja, ook nog twee kinderen te kunnen helpen met huiswerk, bijles, examentraining. En ja, ja, dat was even het loopje naar het nieuwe bolwerk waar Gert-Jan het allemaal had moeten doen. Maar ik zeg het nogmaals, het gaat door. Zonder Gert-Jan, maar in het bolwerk, de huiswerkbegeleiding, het gaat door. U mag bellen, nog steeds, om live in de uitzending te komen. 085-301-2274 om te reageren op Gert-Jan. En Gardella, jij zag het telefoonnummer en jij dacht, dat wil ik. Welkom in de uitzending. Gardella, ik hallo. Hoor. Hi. Ja, hallo. Goedenavond met Tony Gardella uit Velsenbroek. Tony is het uit de Velsenbroek. Dag Tony, wat goed dat je belt. Jij zit te kijken en jij dacht, ik wil reageren over Gert-Jan. Allereerst, hoe is het met je? Ja, heel goed. Heel goed. Ik wil alleen even vertellen dat ik heb met twee dames het koor even anders opgericht. En toen heeft Gert-Jan ons allereerste interview afgenomen. En daar waren wij natuurlijk beren trots op, want dat gaf natuurlijk ook een heleboel bekendheid voor ons koor. Omdat wij begonnen, hadden wij dat natuurlijk heel erg nodig. Ja, want er keken ook veel mensen naar Gert-Jan. Ja, ja, en dit stuk heeft in de IJmuidenkrant gestaan. Ja. En, dat interview. En kende je Gert-Jan daarvoor al? Van horen zeggen, die kent Gert-Jan niet, hè? Ja. En dat was eigenlijk van, omdat hij overal op en aan en bij en Seaport bij de gemeenteraad is, dan daardoor ken je hem. En toen hebben wij hem opgebeld. En toen heeft hij dat interview, omdat hij natuurlijk wel een beetje bekend wilde worden met ons koortje, wat wij nog niet eens hadden. En hoe deed hij dat interview? Dat is heel leuk. Hij heeft het interview ook, ik heb het met mijn zus en nog een mevrouw opgericht. En het was een hele gezellige bedoeling en dat heeft hij allemaal heel leuk verwoord. Hij zei zo'n beetje van, er is geen spel tussen te krijgen tussen die gezellige tantes. op die tour ging dat interview. Maar we waren er hartstikke blij mee. Ja. Wij waren er hartstikke blij mee. Ja, dus het zit in het dagboek. En dan hoor je vervolgens dat corona, dat hij daardoor wordt getroffen. Ja, dan weet je niet wat je hoort. Dan weet je niet wat je hoort, want ik hoorde het via mijn zus. En je wil het gewoon niet geloven. En wij kennen eigenlijk Gert-Jan alleen maar goed door dat interview. Ja. En doordat hij gewoon overal in zicht is. Omdat hij overal op en aan en bij is, daar ken je hem dan van. Maar dan weet je niet wat je hoort, hoor. Nee. Dan weet je echt niet wat je hoort. Tony, ik ga je bedanken. Ja, ik vond het heel leuk om dit even te vertellen. Want wij zullen hem daardoor, en ons koor is heel goed gegaan. Ja. En daardoor zullen wij Gert-Jan ook niet vergeten. Goed zo. Je laat maar weer zien wat voor goede en gezellige interviewer het was. Tony, dank je wel. En dan gaan wij naar de volgende beller. En dat is volgens mij, als ik het goed zeg, Oscar Ramses. In de uitzending van het Ramses podium. Ja. In de uitzending, wat... Hallo, ik ben Niemann. Ja, ontzettend bijzonder ook dat je in de uitzending zit. Want natuurlijk kennen we Gert-Jan. Die verzorgde de optredens in het, op het Ramses podium tijdens het dorpsfeest van Zandpoort. Ja. Oftewel de Feestweek. Ja. Hoe lang deed hij dat al? Ja. Wij zijn vanaf 1991. Dat ging langzamerhand. En toen al die buren zijn uitgescheiden met muziek. Toen zijn we op het gegeven moment verder gegaan. Wij deden zeker 29 jaar. Ja, dus een ontzettend lange periode. Ja, het was
Ja, het was echt een goed vriend. Ja, wat is nou de reden? Wat is nou de reden dat je voor zo'n belangrijke week, ook voor jou, voor de omzet, laten we toch eerlijk zijn, dat je Gert-Jan dan de sleutels geeft om de muziek te verzorgen op het podium? Waarom kies je voor Gert-Jan? Nou ja, dat was het hele proces. Wij zijn natuurlijk die weggeslagen om bepaalde soorten muziek bij ons op het podium. En dat willen we niet zoals die ander. Het is een muziek voor mensen die boven die 35 jaar en maar voor. Ja. En Gert-Jan ging het pad op en hij wilde nooit wijken van het pad. En als wij ooit met iets, als ik ooit met iets leuker ben te komen of zo, nee, maar dat past er niet bij ons. Hij deed zijn werk perfect. Ja. Hij was er echt goed in. Dus je stond zelf ook achter de muziek die hij daar neerzette? Hij deed alles, eerlijk gezegd. Hij kiest ook die bendes, hij doet alles, maar hij laat het zien. En we gaan samen discussiëren erover. Dat kan op deze dag en dat kan op deze dag. Dat kan niet afgesloten, dat kan niet beginnen. Dus dat... En natuurlijk zit bij ons, bij Ramses Podium, die muziekliefhebbers. Die mensen die willen naar de muziek luisteren. En dat was zijn doel altijd. En we hebben dat bereikt. Ja. Hebben we echt bereikt. We hebben leuke jaren gehad, Ramses Podium. Ja. Dus bekend ook over het... Ja. Nog één laatste vraag even. Ja. Het ziet er niet naar uit dat we dit jaar het Dorpsfeest Zandpoort gaan krijgen. Ik geloof er niet zomaar in. Stel dat het toch door had gegaan. Hoe gaan we het Ramses Podium voortzetten op het Dorpsfeest? In dezelfde geest van Gert-Jan? Het gaat hetzelfde pad op. Kijk, natuurlijk JC, hoop ik dat JC gaat door met het bedrijf. Ja. En er zal ook mensen die, ook het team bij Gert-Jan, die waren ook mee aan het werken. Dan kunnen ze ook die job verder in Zandvoort. Ik weet nog wel een goeie. Ja, zijn zoon Thijs. Ontzettend bedankt voor het reageren. En heel veel sterkte in deze tijd. Ja. Dank u wel. U kunt ons natuurlijk nog steeds bellen. Het staat onder in beeld 085-301-2274. Straks ook nog hier aan de desk Jelle Dijkstra. Die speurt even op dit moment nog steeds de Twitter af en Facebook. Dus hashtag Gert-Jan. Daarmee kan getwitterd worden. We gaan nog even naar de andere berichten op die Memori website. Een aantal berichten zijn er geplaatst afgelopen week. Waaronder door Joost Broekman. Die meldt een achterbuurjongen en opa van de speeltuin. Lieve Gert-Jan, waar ik al bang voor was, is toch gebeurd. Ik ben blij dat het nu voorbij is, terwijl ik ook aan je moeder, José en de kinderen denk. Ik ben blij zo'n zuiver en kundig mens heb mogen leren kennen. En we speelden vroeger al als kids en bij je op in de speeltuin in Zandpoort. Je gaf mijn kind nog bijles en ondernam een geweldige zet om het pand van Bol te gaan runnen. We gaan je missen, kerel. Veel sterkte aan alle familie. Aldus Joost Broekman. Mijn oude docent, wordt er gezegd door iemand. Zelfs niet te lang geleden vertelde ik nog over hem. Hoe bijzonder het was dat je samen met jouw docent, toen nog een jonkie van 24, samen met een paar klasgenoten naar een concert van U2 ging. In het kleine autootje van hem. Alleen kan ik mij nog echt herinneren dat hij er steeds beter in kwam en erin slaagde om mensen te motiveren. Heel veel sterkte voor de familie, vrienden naast van Gert-Jan. Hij was een bijzondere kerel. En tot slot heb ik dan nog een berichtje van Frida, Robben en Wim Groeneveld. Die zeggen ook sprakeloos te zijn. Verschrikkelijk nieuws is dit. José en de kinderen en verdere familie, het is niet te bevatten. Vol bewondering volgde ik jullie belevenissen. Jullie konden samen zo genieten van alles wat er op jullie pad kwam. En wat gunde ik het jullie samen. Vorig jaar de fietstocht en laatst nog die stap met het pand van Bol. Super bijzonder. Zo vreed dit. Abrupte einde. Heel veel sterkte met dit verlies. En een hele dikke knuffel. Bolwerk. Ik zei al, het gaat door. Gaan wij nog naar de Facebook berichten? Ga ik even vragen. Ja, wij zijn Facebook berichten door Jelle Dijkstra voorbereid. De Facebook berichten in ieder geval van afgelopen weken en wat er op dit moment wordt eventueel getweet. Of andere Facebook berichten die al reeds zijn gepost de afgelopen dagen. Jelle? Ja, er komt echt
ontzettend veel binnen. Heel veel mensen delen hun herinneringen over Gert-Jan met die hashtag dus Gert-Jan. En ook via Facebook livestream wordt er ontzettend veel gereageerd. Reageert een oud-leerling van Gert-Jan, Valerie Vallenduc. Die zegt dat Gert-Jan Huibens was mijn economieleraar op het Sancta Maria Lyceum in Haarlem. Ik herinner me dat hij een koffertje had met een grote sticker van Huibens erop. Economie was niet mijn sterkste kant, maar Gert-Jan herinner me ik als de dag van gisteren. Rust zacht. Nou ja, misschien dat wel meer mensen dat koffertje herinneren. Wie ook reageert is Niels Geuzenbroek. Dat is een artiest, die heeft ook al zijn nummer 1 hit gehad. Dat was ook een oud-leerling van Gert-Jan, die hem ooit nog een keer vertelt, hij hier op Facebook programmeerde op Koninginnenpop. En dat toch wel een beetje het vertrekpunt was van zijn grote carrière. En daar bedankt hij Gert-Jan ook voor. En deze vond ik ook nog wel interessant. Gert-Jan, Loek Bartelink zegt over Gert-Jan: wat een vreselijk nieuws. Gert-Jan heb ik leren kennen toen hij optrad als DJ Gert Snert in de jaren 80. Later zou blijken dat hij alles aanpakte, geweldig succesvol zou worden. DJ Gert Snert. Ik kende die naam bij Gert-Jan. Nee, maar niet. Ik weet ook niet of je op die manier beroemd wil worden. Dus ik denk dat hij ons daarover expres niks vindt. Ja. Net nog een bericht binnengekomen. Dag lieve Gert-Jan, 15 jaar geleden fijn met je gewerkt bij mijn stage bij Stichting Welzijn en later bij Seaport, zegt Roy van Buringen. Mooi. Roy van Buringen inderdaad. Je hebt ook jaren geleden, is hij DJ geweest, nog in het oude pand van de Omroep. Dus zo zie je maar dat veel meer ook oud-collega's nog de behoefte voelen om echt te reageren. Ja, en zit je te kijken, aarzel niet, ook al is het een kleine herinnering, deel hem met ons, deel hem met Gert-Jan, met de hashtag Gert-Jan. Kan ook op Facebook in de reacties. Doe mee. En inderdaad, dankjewel Jelle. Wij zien je straks weer hier terug aan tafel. Niet alleen via Facebook en Twitter, er is ook video ingezonden. En best veel. Waaronder Aswinta Weidema. Zij zegt: ik heb Gert-Jan en José leren kennen eind jaren 80. Zij zongen toen beide in het koor Voices, waar ik als meisje van 16 jaar pianiste was. Vanwege mijn werk in de muziek heb ik Gert-Jan goed leren kennen en hebben we ook samen op het podium gestaan. Daarnaast is hij enige tijd een collega van mij geweest op het gymnasium Veliceum, waar ik docent muziek ben. Gert gaf daar toen economie. Ik heb gekozen voor het lied Strand, dat we in de jaren 80 vaak met het koor zongen. Ik heb een stuk uit het lied aan overgeslagen, omdat het filmpje anders te lang zou duren, zegt ze. Het mocht niet langer zijn dan 2 minuten, het waren onze restricties. Het is 2:10 geworden en Aswinta Weidema, dat vonden wij prima.
Aswinta, dankjewel voor deze inzending speciaal voor Gert-Jan. Aan de telefoon, ook speciaal voor Gert-Jan. Meneer Hartog, goedenavond. Ja, oh, goedenavond. Meneer Hartog, u zit te kijken en u denkt, ja, Gert-Jan Huis, kent u Gert-Jan persoonlijk? Nou, ik ken hem heel persoonlijk vanwege de gemeentevergadering van de muziek. Ja. En u wilde nog even reageren op het programma. Ja, dat klopt. Wat wilt u vertellen of kwijt aan Gert-Jan? Nou, dat het een hele aardige man was. Hij deed veel. Hij deed ontzettend veel? Ja, met name wat school betreft en wat sport betreft. En nu in het, in deze tijd met corona, heeft u daar veel mee te maken zelf? Gaat het goed met u? Het gaat bij mij 100%. Dat vind ik goed om te horen. Ik ga u danken voor deze reactie, meneer Hartog. Dank u wel voor het bellen. Nou, ik wou nog wat weten. Wanneer kunnen we afscheid gaan nemen? Dat is niet meer mogelijk. Nou, sterker nog, u zit er middenin. Dit is een soort afscheid wat wij met z'n allen geven. Okay. Dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Dag, meneer Hartog. En aan de andere kant van de lijn heb ik mevrouw Huiboom aan de telefoon. Mevrouw Huiboom, wat fijn dat u belt. Mevrouw Huiboom, u wilde ons bellen. Speciaal voor Gert-Jan. Ja, goedenavond. Ik spreek met ons. Goedenavond. Ik heb een stukje geschreven over Gert-Jan. Ja. Bij mijn foto's op Facebook. Ja. En dat werd erg gewaardeerd. En ik dacht, ik wil het eigenlijk wel voorlezen. Is dat lang? Nee, het valt wel mee. Nou, dan gaan we een poging wagen. Ik zeg niks meer. Mevrouw Huiboom, gaat uw gang. Oké. Ongelooflijk, Gert-Jan, dat je ons moest verlaten door die k-coronavirus. Ik heb steeds aan onze Gert-Jan gedacht. Wie kent jou niet? Ik ken jou vooral van vroeger, wonen in de Kremerlaan en daarnaast alle kooruitjes, repetities, in het combo optreden tijdens kooroefening van Voices, pamclubs en alle te gekke Pinkster weekenden met jou. Uitjes met Peter op zijn woonboot en maar schommelen, tot we rustelijk van werden. Op zondag naar de kerk een bakkie doen bij familie Hazer. Toen was dat nog niet jouw schoonfamilie. Alle verjaardagen, spelletjesavonden, zingen en muziek maken op mijn verjaardagen en die werden daardoor steeds leuker en gezellig. Zo keek ik met tranen terug, die rolden over mijn wangen in mijn fotoboek, door en met vele positieve dingen aan jou te herinneren. Wat zal ik jou missen? Wat zullen heel veel mensen jou missen? Jouw positiviteit zal ik nooit vergeten en je humor ook niet. Heel veel sterkte aan een ieder die jou bewonderde. Dat was mijn stukje. Mevrouw Huiboom, niks meer toe te voegen. Dank u wel voor dit mooie verhaal. Wij gaan het natuurlijk hebben over muziek. Het is al veel genoemd. Full Count. Naast mij. Ik hoor. We zien u wel al. Natuurlijk, Full Count. We gaan het erover hebben. Maar we gaan het er niet over hebben. We moeten er naar kijken. Stukje over Full Count. Dat zijn beelden over Full Count. Ik denk, we gaan kijken naar een filmpje. We hebben het al gezegd, Full Count. En als ik Full Count zeg, zeg je natuurlijk Fred Witteman. Fred, wat fijn, dapper, ook dat je hier bent in deze tijd. En ook Karel Effern van Knag Rocka, de band, jaren geleden. Want als ik natuurlijk Gert-Jan Huibens zeg, dan zeg ik een band. Wat was muziek voor Gert-Jan? Moet ik beginnen? Ja. Ja. Heb je ja. Even? Ja. Ja, dat gaat tot onze jeugd terug. Van alle popfestivals en bandjes waar we gespeeld hebben.
Dat is ons hele leven eigenlijk. Ja, want even kijken met de band Full Count. Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen bij een honkbalvereniging. Ja. Daar vandaar de naam Full Count. Dan staan, als alle honken vol zijn, betekent dat Full Count. In alle punten, honkbalterm. Ja. En mijn broer is daar eerder begonnen met andere mensen. En toen hebben we een keer opgetreden. En toen dachten we, het is leuk als er blazers bij komen. En toen hebben we Gert-Jan en Peter de Oudendijk erbij gevraagd. Ja. En zo zijn we stapje voor stapje gegroeid naar 10 man. Ja, je zegt het vrij snel. Ja. Toen hebben we Gert-Jan erbij gevraagd. Ja. Waarom? Ik kon Gert-Jan al van vroeger. En ik wist dat hij toen geen bandje had. Ja. Krachrokka was toen gestopt. Ja. En ja, dat... We zien toevallig hierachter. Zo kennen we hem, hè? Ja, zo is het de mooist voor mij. Ja. Ja. Wat voor rol speelde Gert-Jan bij jullie optredens? Want het was niet alleen maar spelen. Nee. Het was eigenlijk een hele act, hè, die daar werd neergezet. Een hele act. Hij regelde heel veel optredens voor ons. Door zijn enorme netwerk natuurlijk. En hij was een entertainer op het podium met dansjes en gek doen. En de boel opjagen een beetje voor het optreden. Ja. Daar was hij meester in. Ja. Dat is in de band Full Count nu. Maar in het verleden ook met de band Knachrokka. Is hij daar toen bijgevraagd of heeft hij dat opgericht? Nou, als ik het me goed herinner, want het is ook van voor mijn tijd dat het begon. Ja. Zat hij in de originele versie die opgericht is, zat hij erbij. En toen is hij eruit geweest een tijdje. En toen ben ik samen met hem daarin gekomen. Ja, en wat speelde hij daar toen? Trombone. Ja. Ja. En misschien nog wat andere ouderwetse blaasinstrumenten die hij toevallig had liggen. Maar in ieder geval, trombone. En wat speelden jullie toen onder andere? Wat voor muziek? Ja, oude rock'n'roll muziek, vooral soulmuziek. En dat schoof alle kanten op, rockmuziek. Ja. Wanneer heb jij Gert-Jan voor het laatst gesproken of gezien? Laatst gesproken? Nee, wij kwamen elkaar op het laatst alleen nog in de popbunker tegen. Daar repeteerde Full Count tegenover het bandje waar ik in repeteer. Ja. En toevallig op dezelfde avond. Dus dan spraken we elkaar nog wel eens. Ja. En op zijn verjaardag heb ik eigenlijk voor de laatst echt contact met hem gehad, maar via WhatsApp. Ja, wat Fred wat net heeft genoemd, die popbunker, daar is geoefend. Ik lees verschillende berichten, ook in de kranten, over dat repeteren. Want jullie zijn als band behoorlijk getroffen. Wij hebben 7 van de 10 man zijn ziek geworden toen. Ja. Ja. En hoe ziek? Ja, 6 behoorlijk. Ja. Echt, ik heb geluk gehad, ik ben maar 2,5 dag ziek geweest. En de anderen zijn best wel 2 weken. Heel pittig ziek geweest. Ja. En waar Gert-Jan niet beter van werd, zeg maar. Die ging alleen maar slechter. Is er bij jullie allemaal corona vastgesteld? Dus niet getest ook. Niet getest. Want zeker in het begin, wij waren echt helemaal aan het begin van dat gebeuren. En toen, je werd pas getest als je in het ziekenhuis terecht kwam. Ja. En anders moest je thuis blijven. Ja. Dat was het advies. Ja. Zou het gebeurd kunnen zijn tijdens het repeteren? Dat kan. Maar Gert-Jan is overal geweest. Ja. We hebben iedereen een verschillende... die heeft contact op zijn werk. Het kan uit alle kanten gekomen zijn. Dat weten we niet. Dan ligt hij in het ziekenhuis en dan hoor je ook eigenlijk... je mag er niet bij. Wat doet dat met jou als bandlid? Dat was verschrikkelijk. Ja. Vanaf dat hij opgenomen was op de IC... heb je zo'n rustig. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment goed nieuws. En toen dacht je, hij gaat het redden. Natuurlijk. En daarna ging je... Ja. De andere kant op. Ja. In het verleden is het ook als band gespeeld met Knachrokka. Hoe hield dat op of hoe stopte dat? Het hield uiteindelijk op omdat de drummer die we toen hadden, die stopte ermee. En onze zangeres, die had er wel bekend hier in de Muiden, Esther Daas, die had de debuut gemaakt bij ons als zangeres. Ja. En die vond ook dat het tijd werd om verder te gaan. Ja. En zo doofde het uit. Maar toen kwam wel de volgende uitdaging van Gert-Jan Bekenstein-pop. Daar was hij toen al mee bezig. Ook al? Ja. Dus dat dateert ook al uit de jaren 90. Ja. Want dat was hoe ik in Knachrokka terecht kwam. Eigenlijk via Gert-Jan. We gingen een radioprogramma maken bij de lokale omroep over de lokale popmuziek. Ja. En we hadden opnames gemaakt van Knachrokka. Ja. In de bezetting die ze toen hadden. Dus zonder Gert en zonder mij. En hij kijkt me zo eens aan. En hij zegt, weet je, die blazers, die twee saxen, dat kunnen wij veel beter. Ja. Dus we gaan gewoon een soort coup plegen en zorgen dat we erin komen. Ja, en dat heeft hij in Full Count, heeft hij dat maar weer bewezen dat hij kon blazen, hè? Nou, zeker, ja. Ja. Er zijn een aantal bandleden
die in het heel goed kunnen blazen. En die hebben een saluut voor Gert-Jan opgenomen. Wil je hem zelf introduceren? Ja, is goed. Zeg maar, ja. Pak een camera. Pak zijn zoon. Oh. Huub. We krijgen nu een filmpje van Peter Ouderdijk, Jolanda Zwanenburg en Marja Berg. En die hebben een schitterend, mooi stukje gedaan met allemaal stukjes uit van allemaal nummers die we spelen. Bij deze? Ja. We gaan een saluut voor onze Gert spelen. Was hem een saluut voor Gert-Jan van de blazers van Volkhout. Ik vroeg net even aan je. Dat deed hij het best, blazen. Hij gaf ook acts, deed hij. Maar hij zong ook, hè? Ja, hij zong bepaalde nummers van de Dijk. Ja. Die zong hij. Dat was een Wat een Vrouw, wat zong hij altijd. En dan maakte hij hele act van. Ja, verschrikkelijk. Was dat hem aan te raden? Of, Ja, het was leuk. Was leuk? Ja, ik vond het wel, ja. Een meerwaarde, ja. Nou, zelfs zo leuk dat we daar nog een fragmentje van hebben. Ja, dat was Gert-Jan. Dus ook weer zingen. Wat deed hij niet? Inderdaad, vragen wij ons ondertussen af. Ik ga het gewoon vragen aan mijn volgende beller. Ik weet niet wie ik aan de telefoon heb, maar ik ga wel vragen. Wat kon Gert-Jan niet? Wie heb ik in de uitzending? Goedenavond. Je hebt Rob Karis in de uitzending. Dag Rob. Ja, Rob Karis. Ik ben de huurbaas van de pand, het pand waar hij dus uit vertrekt. Ja, dus u heeft... Op de Broekberg gelaan. Ja, dus u heeft lang met hem te maken gehad. En wat was Gert-Jan voor persoon? Ja, Gert-Jan was een super precies persoon. Hij wilde allemaal behoorlijk netjes voor elkaar hebben. En daar was ik wel blij mee, want dat gaf mij een schop onder mijn kont. Was dat nodig, meneer? Daarom kon ik... Ja, dat was wel eens nodig. Ja. En
ik heb daar zelf kantoor gehouden. En toen ik daar wegging, toen kwam er een huurder in. En die had alle muren had die in de Doema-kleuren geverfd. Dat was een beetje roze en een beetje paars en een beetje groen. En ik was er zo blij mee dat Gert-Jan het besluit had genomen vorig jaar om alle muren wit te verven. Ja, dat snap ik. Daar was ik hem heel dankbaar voor. Ja, Gert-Jan besloot toch uit zijn pand te gaan. Ja, was ik... Ondertussen ben ik ook nog een muzikant bedoel ik. Ja. En ik heb heel veel gesprekstof met hem gehad. Ja. Heb een paar keer met hem gezongen, gitaar gespeeld. En de laatste keer was ook voor het lichtspel bij José voor de deur met de band van zijn zoon. Ja. En I Feel Good mocht ik dan de microfoon pakken. En ik heb altijd heel erg plezierig met José. Wat kunt u, een beetje zingen? Een beetje gedronken. Meneer Kanus, kunt u zingen? Ja, best wel. Zou u nu een stukje willen zingen voor Gert-Jan? Oké. When you're down in the trouble and you need some love and care and nothing, oh, nothing's going right, close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Meneer Kanus, hartstikke bedankt voor het zingen. Ja, we moeten door, het is prachtig. En ik vind het knap dat u het zo lang heeft te volhouden. Meneer Kanus, hartstikke bedankt voor het bellen. Wilt u ook reageren? Dat kan natuurlijk, hè, nog steeds. 085-301-2274. Als u ook de behoefte voelt om te reageren. En geloof me, dat hoeft niet alleen maar zingen te zijn. Dat mag ook in de vorm van een gedicht of wat anders. Wat u wilt. De lijnen staan nog steeds open. Ook Facebook. Twitter staat ook open, Jelle. Zeker, en er stromen echt veel berichten binnen, dus blijf dat ook doen. Blijf je herinneringen, je gedachten aan Gert-Jan delen met de hashtag Gert-Jan of reageer als je via Facebook kijkt in de comments eronder. Jack Heremans, die herinnert zich dat een jaar of 243 geleden Gert-Jan discjockey was in de Smuk. En hij zat toen één klas hoger op het Ichtes en toen al was hij een bekende Velsenaar. Schrijft hij. Mieke Guit, die kent Gert-Jan al sinds zij heel klein was en wenst iedereen heel veel sterkte. Ze zag Gert-Jan altijd als een vrolijke piekhaarmuzikant met passie voor samen muziek delen en een geweldige organisator. Nou, zo zullen velen Gert-Jan, denk ik, ontzettend herinneren. Ja, absoluut. Annelies van Kollenburg schrijft: wij zijn er nog steeds stil van. Gert-Jan heeft ons altijd enorm geholpen met zijn geweldige muziekkeuze bij het Ramsespodium. Was een fijn en aardig mens om mee samen te werken. Nou ja, dat is net ook al benoemd. Hè? Dat het muziek organiseren komt echt steeds terug. Esther Valent, die luistert op dit moment via de radio mee in de auto. En die herinnert zich dat Gert-Jan nog voorzitter was van zanggroep The Voices. Dus ook daar was hij voorzitter van. Als je zei net, wat heeft hij niet gedaan? Nou, daar blijven maar dingen bij komen. En Ingeborg Bouwman, die kijkt ook mee. Die herinnert dat een van de eerste interviews van haar, toen de tijd voor de Jutter, ging over het bedrijf van José. Uiteraard geregisseerd door Gert-Jan. Hij bleef mijn voorbeeld. Ik was 10 jaar weg uit Vels, onvrijwillig. Bij thuiskomst was hij de eerste die me weer op paard hielp. Mooi, dankjewel. Nieuwste social media berichten. Straks weer, Jelle. Zeker. Helemaal goed, dankjewel. Er wordt dus nu gereageerd op social media. Er zijn ook veel video's ingezonden. Waaronder een video van de muziekvereniging Soli. Een video van muziekvereniging Soli. En als ik Soli zeg, dan zeg ik eigenlijk Simon Heremans. Simon, goedenavond.
Goedenavond. Wat goed dat we jou ook aan de telefoon hebben, want dit thema gaat over muziek. En daar hoort Soli natuurlijk een onderdeel van te zijn. Maar het is niet alleen hier in de uitzending, want jij persoonlijk kent Gert-Jan al 40 jaar, toch? Ja, dat klopt, ja. Ik heb Gert leren kennen bij onze vereniging, bij de muziekvereniging Soli, die overigens alsnog ook het medeleven wil betuigen namens alle leden van onze vereniging, aan José, aan Huub, Thijs en moeder Trus. Ik ken hem al heel lang, eigenlijk vanuit de discotijd. Dat was al 40, 45 jaar geleden was dat in de mode. En we hebben de benaming van zijn disco-show al een paar keer voorbij horen komen. Hij stond bij mij ook bekend als Gert Snap. En wat denk ik een mooi voorbeeld was. Ja, Simon. DJ Gert Snap. Ja. Dus dat kan jij bevestigen. Het werd al genoemd net hier. Ja, dat kan ik wel bevestigen, ja. En hij heeft bij ons op de vereniging een aantal keren, of een flink aantal keren opgetreden in ons toen pas geopende verenigingsgebouw. In Zandpoort. Dat was toen net gebouwd. En omdat het zo in de mode was, zeg maar, trokken die discoavonden nogal wat publiek, zeg maar, wat jong publiek. En daar draaiden wij altijd geweldige avonden van. Dan hadden we nog wat baropbrengsten, waardoor we het gebouw ook versneld af konden betalen. Ja, die baropbrengsten geloof ik inderdaad wel. Ja, dat lukt altijd prima. Ja. Dat was een eerste ervaring met Gert. Een tweede was, die band is ook al een paar keer genoemd, Knacht Rocka. Ja. Ik denk dat wij een van de eerste harmonieverenigingen waren die met een popband samen optraden. Dat hebben we diverse keren gedaan. Eén keer in Caprera in Bloemendaal in het Openluchttheater. En ook nog een keer in het Witte Theater toen dat nog open was voor dat soort activiteiten. En Gert was een beetje de verbindende factor. Die is bij ons trombone en bij Knacht Rocka speelde hij mee. Dus die kon heel mooi, zoals hij dat in veel dingen heeft gedaan, een mooie verbinding tot stand brengen. Ja, en daar kennen we nog meer talent uit Knacht Rocka. Ook Esther de Haas komt daar vandaan, hè? Ja, zeker. En die zong bij die band. Dus vandaar dat wij haar ook hebben leren kennen. En ja. Zij heeft vorig jaar natuurlijk ook met het jubileumconcert van ons meegedaan in de Velsenbroek. Maar dat vlak daarvoor is in 2015 onze Big Band opgericht. En daar blies Gert-Jan ook zijn partijtje mee. Maar dat niet alleen. Want hij kwam natuurlijk nooit alleen om trombone te spelen. Hij had altijd nog wat organisatorische dingen eromheen ook. En hij probeerde voor die Big Band in ieder geval nog wat optredens te regelen. Ja. En vorig jaar heb ik samen met hem in een commissie gezeten en ongelooflijk veel steun gehad aan het schrijven van persberichten over ons mooie jubileumviering in de tennishal in Velsenbroek, waar we met heel veel artiesten hebben opgetreden, maar waar hij ook een enorme goede rol heeft kunnen spelen richting onze sponsors, richting de publiciteit, richting de media. Hij was natuurlijk al onbekend, dus als ik vroeg, Gert-Jan, heb je daar even tijd voor? Dan zei hij, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd. Maar dan wist ik eigenlijk al, hij heeft geen tijd, maar hij doet het toch wel weer voor. Ja, want zelfs voor dat jubileum, hè, 110 jaar Soli, had hij eigenlijk geen tijd en je wist het toch te strikken. Ja, zijn hart lag natuurlijk toch ook voor een deel bij onze vereniging, waar zijn vader ook nog jarenlang penningmeester is geweest. En hij was daar natuurlijk ook trots op. En ik zal ook nooit vergeten dat hij na afloop van het optreden ook naar me toe kwam. En op mijn schouder sloeg en zei van, jongen, wat heb ik op de avond kunnen neerzetten. En toen zei ik ook meteen van, nou, daar mag jij ook trots op zijn. Weet je, jij hebt ook de nodige bijdrages daarvoor geleverd. En die trots die kon hij dan ook weer heel mooi uitdragen, zeg maar. Helder. Natuurlijk wel een speciale gave die hij ook had. Simon Heremans, als jij nog één dankwoord uit zou willen spreken, dan is dit even jouw moment. Volg het Jan. Ja, het was een geweldige, charismatische kerel. Waar wij ook heel veel aan te danken hebben. En het bedanken van hem namens de leden, ik denk dat dat een belangrijke laatste woord is van mij.
Simon Heremans, dankjewel. Wij gaan door naar de volgende gasten. We proberen dat inderdaad zo gestructureerd mogelijk te doen, want we mogen het ook hier maar een beperkt aantal mensen hebben. Voor de mensen die zitten te kijken, ik hoorde net ook nog van Jelle, er wordt wel gereageerd van, hey, houden we wel anderhalve meter? Dat zit er precies tussen. De tafels, dames en heren, ik wil toch even uitleggen, bestaat elk uit de 80 centimeter, is 160, dus we hebben in ieder geval een ruime marge. Aan tafel ondertussen aangeschoven Richard Pilon van Vluchtelingenwerk en Inge Cornelissen van School is Cool. Inge, allereerst, wat dapper ook en wat goed dat je hier bent. Want je vond ook dat je hier moest zijn, volgens Jan. Ja, absoluut. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja, zeker. Richard, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja. Het was een schok. Ja? Ja, dat, je realiseert je niet dat dat iemand is heen gegaan die je zo dierbaar was. Met familie heb je iets. Als je zoiets hoort, dan bevriest alles. Nou, Gert-Jan was geen familie. En ik kan niet zeggen dat hij echt een vriend van mij was. Maar toen ik het hoorde van zijn overlijden, toen die reactie, dat alles staat even stil. Gert-Jan is er niet meer. Dat was, ja, dat was denk ik voor heel veel Velzenaren, mensen die hem dierbaar zijn, dat was een grote schok. Dat heb ik. Ik had niet. Gert-Jan, die omschreef jij vooral dat hij bekend stond om zijn mediterrane karakter. Die mag je uitleggen. Ja, nou ja, hij was wars van de Nederlandse etiketten, zeg maar, de afspraken maken, dat soort dingen. Hij was van het directe contact, het doorpakken, niet lullen, maar poetsen. In de periode dat hij niet meer voorzitter was van het bestuur van Vluchtelingenwerk Velzen, had ik contact met hem over alle projecten die hij deed voor vooral zwakkeren in de samenleving. En dan stond hij plotseling in mijn kantoor, want dat was in Gaan Buurten, hier tegenover, plein 45. En dan stond hij daar opeens van, ja, ik wil even met jou praten. En dan kwamen de folders tevoorschijn. Dat heb ik nu ook van jou gekregen. Dus in die zin heb je de spirit opgepakt, zou ik zeggen. Maar ja, dan ging hij zitten en dan ging hij zijn verhaal doen. Datgene waar hij voor stond. Al die projecten, met name voor jongeren. Telstar in de wijk, School is Cool. Maar hij had nu ook weer een project, The Weekend School. En het zijn allemaal dingen waarvan ik denk van, ja, dat is wel heel mooi dat hij dat oppakt. En met name oog heeft voor kinderen van vluchtelingen, statushouders. Want dat zijn toch ontheemde kinderen die onthecht zijn, die zich moeilijk een plaats kunnen verwerven in de Nederlandse samenleving, met name school, dat soort dingen. Spreken de taal niet, kennen de cultuur niet. Ze worden toch aangekeken als een vreemde, zeg maar. Ja, want het vluchtelingenwerk, je noemde het even, waarvan, dat is toch een heel gevoelig onderwerp, waar heel veel mensen zeggen, nou, daar hou ik mijn handen vanaf. Gert-Jan pakte dat aan. Nou ja, toen hij gestorven was, realiseerde ik mij van, goh, hebben we hem niet een beetje overvraagd, want dat kwam net ook naar voren, dat stuk van Soli. Ja. Gert-Jan was bestuurslid en daarvoor was Arie Schildmeijer voorzitter. En nou, dat was een zwaar gewicht in de Velzense maatschappij, zeg maar. Arie Schildmeijer, daar gingen alle deuren voor open. Er was niemand die Arie Schildmeijer niet kende. En nou ja, dat moet je maar kunnen. Hè? Maar Arie Schildmeijer die stopt een jaar nadat ik was begonnen als coördinator bij Vluchtelingenwerk. En toen moest er een voorzitter worden gevonden. Hè? Nou ja, niemand wilde. Hè? Iedereen bedankt voor de aanwezigheid. Zelfs Gert-Jan niet. Gert-Jan ook niet, nee, sorry, veel te druk en zo. Maar nou, op een gegeven moment is het toch van, ja, Gert-Jan, we vinden het heel erg rot, maar jij bent de enige die het kan. Dus ja, je hebt niet zo heel erg veel keus. En dan deed hij dat gewoon. Hè? Ja. Dus Gert-Jan is voorzitter geworden tegen heug en meug. En als hij iets aanpakt, dan doet hij dat ook goed. Hè? Met heel veel elan, met heel veel verve. We hebben toen een hele mooie periode meegemaakt met Hans Romein, ik geloof dat hij ook nog in het programma is. Met Kees Maas als Hans Romein was toen wethouder, nu burgemeester. Nou, we gaan zo naar Hans Romein. Ja. Ik wil ook nog even naar Inge. Want net al even genoemd het vluchtelingenwerk.
vooral de kinderen. En dat kun jij beamen. Hè? Volgens Gert-Jan stond het belang van het kind voorop. Ja, absoluut. Nou, wat ik daarvan heb gemerkt vooral is dat Gert-Jan eigenlijk als een normale weg niet leidt naar een oplossing voor een kind, dan vindt hij wel een zijweggetje om daar alsnog te komen. Ja. En hij zei altijd tegen mij van Inge, het belang van het kind staat voorop. Dus als ik een vraag had over een situatie binnen een gezin of wel of geen mentor, zei hij altijd, dat moet je in gedachten houden. Ja, jij bent coördinator? Ja. Sinds kort bij Gert-Jan? Ja, sinds half januari. Ja. Ik ben in augustus zelf begonnen als mentor. Zo ben ik met Gert-Jan in aanraking gekomen. En Gert-Jan heeft gevraagd of ik het team wilde komen versterken. Dus sinds half januari ben ik coördinator voor School School Eimond. En dan begin je in januari en dan kom je in deze rollercoaster terecht. Ja, zo kan je dat wel noemen. Hoe ervaar je dit? Ja, het is onwerkelijk. Ja. Het is echt heel onwerkelijk. Want ja. Gert-Jan was niet altijd aanwezig op kantoor, maar toch wel aanwezig. Ja. En of hij vloog erin en eruit en altijd snel, druk. En, maar altijd zo betrokken bij alles wat hij deed en... dat missen wij nu echt enorm. Heb jij nog op een bepaalde manier afscheid van hem kunnen nemen? Ja. En dat vind ik heel bijzonder. Ik heb afscheid mogen nemen bij José thuis, waar Gert-Jan toen was. Dat was heel mooi. Dat was samen ook met Gijs, met een collega die is al geweest van Studie Consultancy. Want waar was Gert-Jan toen? Gert-Jan die lag in de kist. Ja. En dat was in de huiskamer bij hun thuis. Ja. En daar hebben we afscheid genomen. En de volgende dag is José met Gert-Jan nog langs kantoor gekomen. Want het oude kantoor en het nieuwe kantoor, die liggen tegenover elkaar. Ja. En in het midden daarvan is een muziektentje wat echt één grote bloemenzee is geworden. Ja. Doordat zoveel mensen daar bloemen hebben neergelegd. En daar is José op weg naar Westerveld met Gert-Jan geweest. Ja. En daar hebben ze een kleine kring ook met de mensen die aan het bouwen zijn in zijn bolwerk. Daar nog een keer gedag gezegd. En dat was de laatste keer. Prachtig. Dat was eigenlijk een reis van Gert-Jan door Zandpoort. Tussen de twee panden waar hij zijn bedrijf had. Gert-Jan is ook nog in IJmuiden geweest. Op plein 45. Bij het carillon. Wat speciaal speelde voor Gert-Jan. En ontzettend, wat was de hemel mooi opengetrokken, hoe blauw. En Gert-Jan was daar dus aanwezig, midden op het plein 45. Ja, voor het gebouw waar hij zoveel werk heeft verricht in het stadhuis voor de gemeente. Nog één keer, samen met José en de kinderen, was hij daar. Prachtig. Richard, jij wil daar nog wat over kwijt. Dick Klok heeft dat initiatief genomen, want het heeft natuurlijk alle medewerkers van vluchtelingenwerk enorm geraakt. En wat kan je als organisatie doen? Je kan de carillon laten spelen. Dus Dick die heeft contact opgenomen met de BR-Dier en gevraagd van, zou jij een paar liedjes willen spelen op de carillon? Ja, natuurlijk. Nou, dat stond in de krant en José en de kinderen, Thijs en Huub, zijn naar het plein gekomen. En daar hebben we allemaal even stilgestaan bij het overlijden van Gert-Jan. Dat was voor ons een soort uitvaartsdienst, zo hebben we dat ervaren. En het hield maar niet op, we hebben daar minstens een half uur gestaan, dat was echt super. En we trok veel bekijks. Ja, heel bijzonder.
Mooie woorden over Gert-Jan. Je kunt er heel veel over vertellen. Ik ga het niet vragen om het in één woord te doen. Probeer het als afsluiter nog eens één zin. Hoe gaan we Gert-Jan herdenken? Gert-Jan was iemand die mij, maar ik denk ook velen met mij, blij maakte op gewoon de persoon die hij was. Hij is in staat geweest om heel dicht bij zichzelf te komen. En ik denk dat de opdracht aan iedereen is. Hè? Aan een ieder, probeer heel dicht bij jezelf te komen. Dat is een lastige opgave. We doen allemaal net alsof. Hè? We pretenderen toch vaak iets wat we niet helemaal zijn. Maar daar had Gert-Jan helemaal geen last van. Hij was gewoon zichzelf. Altijd die blije grimas op zijn hoofd. Optimisme uitstralen. Energie. Immabel. Dus ja, iedereen zou eigenlijk wel een heel klein beetje Gert-Jan willen zijn. Maar dat is een lastige opgave. Ja. En ik bedank hem voor alles wat hij voor ons heeft betekend natuurlijk. Ja, want dat vind ik wel nog echt een leuke anekdote die me vertelde. Dat moet echt even kort. Omdat je vertelde, hij was zichzelf. Jij keek ook naar Raasplein TV. Vertel eens kort. Nou ja, ik ben geen Velzenaar. Ik ben een Heemstedenaar. En ik ben niet heel erg bekend met de Velzense politiek. Maar dan zap ik af en toe. En dan kom ik op Raadsplein of een vergadering van de Velzense Raad terecht op Seaport TV. En ik zie er natuurlijk allemaal bekende Marianne Vos en Sigge Bart. En hey, wat aardig. En dan blijf ik even hangen, probeer die discussie te volgen. Maar dat lukt natuurlijk voor geen meter. En toen kwam Gert-Jan? Nou ja, op een gegeven moment, de voorzitter dacht er misschien ook zo over. En die schorste dan de vergadering. Even kort, want we moeten door. En toen kom je bij Gert-Jan. Ja, en toen zei de redacteur van Seaport, nu schakelen we over naar onze verslaggever Gert-Jan. En dan veerde ik op van mijn stoel. En dan komt Gert-Jan in beeld. En die haalt de raadsleden er even bij. En in anderhalve minuut ondervraagt hij ze op een hele scherpe, maar op een hele prettige manier. En dan wordt het hele verhaal duidelijk. Dat en schrok je helemaal de voeten uit. En dan was ik weer helemaal bijgepraat. Ik hoefde de kant niet meer te lezen. Ja, dankjewel Richard. Ik wens je ook heel veel sterkte de komende periode. Inge, kort geleden erbij gehaald. Ja. Zo snel is Gert-Jan weer weg. Hoe zie je de toekomst in het bedrijf? We gaan door. Ja? Ja, absoluut. Gert-Jan nam nooit echt afscheid van iemand. En dat doen wij ook niet van Gert-Jan. Nee. En wij zetten zijn werk voort. Ik ga verder met School Eimond. We zijn aan het werven voor het komend schooljaar voor mentoren en voor leerlingen. En dat doen we met Gert-Jan in ons gedachten en in ons hart. Inge, wil jij nog de camera pakken? En wil jij tegen Gert-Jan zeggen dat we mee doorgaan? Ja. Nou, Gert-Jan, ik hoop dat je dit ergens hoort. Dat je zit te gniffelen. En wij zetten je werk voort. En we houden je bij ons, in ons hart en in onze gedachten. Lieve Inge, goed gedaan. Dankjewel. Dank jullie wel. We hebben het al een paar keer benoemd. Die Broekbergerplein, waar de twee bedrijven van Gert-Jan gevestigd waren. Daar hebben wij een gloednieuwe muziekkoepel. Een muziektent. En daar zijn ontzettend veel bloemen neergelegd voor Gert-Jan. Ik doe niks en ik doe niets. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik grap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met zwart. Ik voel alleen het bloeden van mijn hart. Alleen jij kan me helpen, maar je bent er niet. Ook mij niet, het smelt een bloedend hart. Ook mij niet, het smelt een bloedend hart.
tijd. Dus help een bloedend hart. Tja, Broekbergenplein. Zou Gert-Jan net het bolwerk gaan openen. Prachtig gebaar dit. Van, ik denk alle mensen uit Velsen en de verder buiten. Dank jullie wel daarvoor. Ik denk ook wel namens de familie. Ziet er prachtig uit, jongens. Goed gedaan. Jelle. Ja, er blijven nog steeds heel veel reacties binnenkomen. Dank daarvoor. Blijf dat dus doen. Reageer hieronder op deze video. Als je via Facebook kijkt. Bellen kan natuurlijk ook. Weet je het nummer nog, Mark? Ja, zeker. Nou ja, ik heb het opgeschreven. 085 onder in beeld. Staat het nog een keer. 301-2274. Als u toch nog behoefte voelt om te reageren, zouden wij fijn vinden. Leuke anekdote of een mooi verhaaltje voor Gert-Jan. We horen u graag. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor op Facebook of op Twitter. Het waren afgelopen dagen, weken, hebben al heel veel mensen een reactie, boodschap, gedachten over Gert-Jan achtergelaten. Bijvoorbeeld Stichting Regenboogloket. We hebben het net al gehad over zijn maatschappelijke inzet. Nou, dat is ook hun zeker niet ontgaan. Ze zetten zich in voor de LHBTI-gemeenschap en ze zeggen, we gaan een warm mens missen die op maatschappelijk gebied zeer actief was. En die sturen daarbij ook een foto. Dan zien we Gert-Jan in de studio bij RTV Seaport aan het werk. Ander interessante tweet komt van Carla Mekenkamp, een nichtje van Gert-Jan. Die zegt, een andere herinnering is dat ik mijn eerste slokje bier van mijn lieve oom kreeg met 8 jaar oud. Ja. Heb het daarna nooit meer aangeraakt, dat wel staat erbij. Maar Gert-Jan wel. Gert-Jan wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Menige gezellige borrel gaat ook op het stadhuis naar de raadsvergadering. Ja, de feestweek waar niet. Bij Telstar. Gert-Jan, we nemen er straks nog eentje op je. Komt goed. Nou, misschien zelfs twee. Ja. Dennis Gouda, ook vrijwilliger bij RTV Seaport, die zegt jaren met hem samengewerkt in de raadzaal als cameraman, maar ook bij het John van Dijk Fonds. Met John bedoel ik, de regisseur. Altijd een fijne samenwerking geweest bij RTV Seaport. En die stuurt erbij ook nog de foto in het gemeentehuis bij de gemeenteraadsverkiezingen. Annemiek de Haas, die schrijft naast deze twee bands, we hadden het net over muziek, speelde hij ook een tijdje in een band, The Upper Tunes, met reggae muziek. Eind jaren 80 met volgens mij een paar optredens in Asterix, De Vissering en op Koninginpop. Veel mooie herinneringen. En daar stuurt ze ook nog een foto bij. En dan zien we inderdaad een hele jonge Gert-Jan nog op het podium, ja. Waar hij zo vaak stond. Nou ja, die jonge Gert-Jan, die ken ik ook nog wel. Dat is van ruim 20 jaar geleden, wat zeg ik, 25 jaar geleden was hij mijn wiskundedocent. Ja. Dus deze jonge Gert-Jan heb ik ook nog meegemaakt. Nou, okay. Ja, lang geleden. Blijf je gedachtes, herinneringen delen. Niks is te klein. Reageer gewoon op Facebook, Twitter, bellen. Doe mee. Dankjewel. En dan mogen ze gebruiken, dankjewel Jelle Dijkstra. Dan mag je natuurlijk hashtag Gert-Jan, gewoon zonder streepjes, puntjes, komma's, hashtag Gert-Jan gebruiken. Jelle gaat het monitoren en dan gaan we het zo noemen. Of 085-301-2274. Jelle had het net over de berichten op Facebook. Er is ook een website geopend. Ook daarop kunt u nog steeds reageren. Ik weet niet of iemand mij ondertussen kan bevestigen of wij boven de 3000 kaarsjes zitten. Het gaat over memory.nl. Daar is een speciale site geopend voor Gert-Jan. Voor uw berichten, gedichten, filmpjes of muziek. Wat u wil. U kunt ook een kaarsje aansteken. Voor de uitzending zaten we er nog ruim voor. Ik hoop dat we na de uitzending over de 3000 kaarsjes gaan zitten. Reageren op die memorie. Dat heeft Fred Massier ook gedaan. Fred noemt Gert-Jan een geweldige persoon en die is niet meer. Gert-Jan, we kwamen elkaar vaak tegen op feesten. Jij op het podium en ik bij de deur of als beveiliging op een feest. Ook konden we elkaar dat jij veel als presentator, omroeper, op podiums, alles aan elkaar kletste. Moest je vaak ophalen met André om zo naar een popconcert te gaan. Mooie tijd. En later met je eigen band, dat spetterde altijd. Maar dit is alleen de muziek. Daarnaast deed je nog veel meer. Ook voor de IJmond. Je was heel betrokken binnen de gemeente. Sterkte aan iedereen die met dit verlies te maken heeft. We vergeten je nooit. Aldus Fred Massier.
Er is ook veel ingestuurd, vooral veel filmpjes. En het volgende gaat over weer een ander project, Samenloop voor Hoop. We kennen hem natuurlijk, onze Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. En dat was voor jou ook een bijzonder moment, want de knieën vol verhaal, hè? Je had ook die vreselijke ziekte gehad. Ja, dat was inderdaad heel bijzonder. En ja, dat is wel absurd. Je kunt ontzettend ziek zijn. Maar ja, door middel van ontzettende goede medische wetenschap, ja, kun je inderdaad helemaal herstellen. Als je het geluk hebt, kun je helemaal herstellen. En kun je daarna je leven weer oppakken en weer nieuwe doelen proberen te bereiken. Dames en heren, hier aan de zijkant van de tent staat een tafeltje. En iedereen kan daar met Gerard Alderliefste, die beroemde zanger Velzen van Roosje, nu in Amsterdam wonen, op de foto. Ik kan voor ze optreden op 4 uur op de Laren doen ook. Dan worden ze ook zijn deze toch, hè? Allemaal in deze foto en ook deze goed voor doen. Oh, ze moeten 2 handtekeningen zetten. Nog eentje. We willen zo graag. We willen van start, hè. Het is al bijna 15:15. We moeten een kwartier doorgaan morgen, want anders halen we die 24 uur niet. Gaat u maar van start. Ziekvereniging Soli, Klein Orkest, begeleid de eerste ronde en blijkt ook nog meteen te spelen. Ziekvereniging Soli en de lopers, de samenloop is... Samenloop voor Hoop. Weer zo'n evenement waar we Gert-Jan luidkeels horen. En ook bij dit soort evenementen. Gert-Jan, tjonge jongen. Wat gaan we hier missen? Aan de telefoon heb ik iemand. Nou, dat is geen inwoner meer van de gemeente Velsen. Wel daarbuiten. Het is zelfs de burgemeester van Heilo aan de telefoon. Hans Romein, hele goede avond. Hallo Mark, goede avond. Allereerst ga ik toch aan je vragen. Jij kende Gert-Jan ook erg goed. Ja, als burgemeester zijn het heftige tijden. Maar ook op persoonlijk vlak nu, jij kende Gert-Jan. Hoe is het met je? Nou, met mij is het goed. Ik hoop dat het met José, Thijs, Huub en oma Truus ook goed gaat. Na het grote verlies van Gert-Jan. Maar met mij gaat het prima hoor. Ja. Hans, hoe hoorde jij het van Gert-Jan, dat hij ziek was? Nou, ik hoorde het al vrij snel, dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Daarna heb ik nog 2 keer contact met José gehad. En veel contact met Jan Hinlopen van onder andere het woningbedrijf Velsen, maar ook met Menno Klaver van Telstar Thuis in de Wijk. En ik denk dat ik 5 april 's avonds om even voor 12 een berichtje van Menno kreeg. Dat Gert-Jan was overleden. Dus je kan je voorstellen dat ook ik een slechte nacht heb gehad toen. Begrijp ik. Jij was wethouder sociale zaken hier toen in de gemeente Velsen. Terwijl Gert-Jan voorzitter was van Vluchtenwerk. En daar had jij veel met hem te maken, hè? Ik had sowieso veel met vluchtelingenwerk te maken. En ik probeerde daar zo goed in te praten als het ging mijn rol in te spelen. Ook van vluchtelingen. Nou, ik heb net al het interview met Richard Pilon gehoord. Waarbij Richard ook een aantal, vond ik, redelijk typerende kenmerken van Gert-Jan neerzette. Zoals hij zelf ook had opgeschreven. Echt buitengewoon sociaal, gedreven, duizendpoot, toegankelijk, vriendelijk. Maar ook een echte doorzetter. En dat merk je ook al in de gesprekken die je met Gert-Jan had toen hij voorzitter was van vluchtelingenwerk. Ja, nu als voorzitter van het Telstar Thuis in de Wijk. Had je met Gert-Jan te maken? Want Gert-Jan, als we Gert-Jan noemen, wat noemen we eigenlijk niet, maar dan noemen we ook vooral Telstar. En jullie wilden samen dat Telstar Thuis in de Wijk en Telstar dicht bij elkaar brengen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou ja, ik ben hier bijna 10 jaar lid van de raadscommissaris geweest van Telstar. En toen ik daarmee ben gestopt en Chris van der Zwan stopt als voorzitter van Telstar Thuis in de Wijk, ben ik voorzitter geworden. En heb geprobeerd om daar zo goed mogelijk meer eenheid in te krijgen. Dat Telstar en Telstar Thuis in de Wijk nog dichter bij elkaar kwamen. En daar speelde Gert-Jan een grote rol in. Ja, zoals? Wat deed hij? Nou ja, hij als programmamanager probeerde heel veel te overleggen met onder andere Pieter de Waard, met Steve Hammerstein. Om ervoor te zorgen dat Telstar zich nog meer bemoeide met het werk van Telstar Thuis in de Wijk.
dat wij duidelijker lieten zien van waar wij stonden als Telstar Thuis in de wijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat een betaald voetbalorganisatie ook echt midden in de samenleving hoort te staan. En niet alleen op het nog steeds groene gras van Schoneberg. Maar dat het ook echt een onderdeel is van de samenleving. En dat we echt wilden proberen om de samenleving en de betaald voetbalorganisatie meer met elkaar te verbinden. En dat kon door supporters, dat kon door de cursussen die gegeven worden, maar ook door de sponsors dichter bij de mensen in de samenleving te brengen. Door bijvoorbeeld projecten als Technic Experience, proberen mensen via de sponsor van Telstar aan het werk te krijgen, geïnteresseerd te krijgen voor de techniek. Nou ja, en daar speelde Gert-Jan een hele grote rol in als programmamanager. Ja, nu Gert-Jan er niet meer is, Hans, wie gaat dit nu allemaal doen? Het pijnlijke zou ik bijna zeggen is dat wij op 6 maart afscheid hadden genomen van Gert-Jan als programmamanager. Hij vond zelf ook dat het tijd was om naar iemand anders te gaan zoeken. Dat is inmiddels Menno geworden, Menno Klaver. Maar we hadden niet gedacht dat wij, toen wij afgelopen 6 maart afscheid van Gert-Jan namen. Dat het echt het afscheid zou zijn? Ja, dat het zo definitief zou zijn. En ja, dan denk je ook meteen van, naar zo iemand hebben we dan al iemand die hem opvolgt. Maar ik hoorde net Inge Cornelis ook al zeggen, we gaan ook echt door met School to School. We zullen doorgaan. Nou, dat moet ik ook maar denken aan het lied van Ramse Shaffi, wat volgens mij op verzoek van Vluchtelingenwerk werd gespeeld in het carillon. Wat nogal emotioneel was, vond ik toen ik dat op een filmpje terugzag. En ik denk van, volgens mij heeft Gert-Jan, zowel bij Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn ook, denk ik, maar zeker ook Telstar Thuis in de wijk, een prachtig mooi fundament gelegd waar we met elkaar op verder kunnen bouwen. Dus wat mij betreft, net als Inge zei, doe vooral mee allemaal. En ook op die manier een mooi eerbetoon aan Gert-Jan. Dus ik zou zeggen, met Ramse Shaffi zingende, we zullen doorgaan. Nou, dat is mooi dat je het zegt, Hans, want we zijn nog niet door de uitzending heen. We krijgen straks nog een prachtig stukje. Ik zou zeggen, blijf te kijken van Gerrit Alderliefde. Die gaat straks zingen, we zullen doorgaan. Dus hiermee maak je de bal mooi rond, Hans. Hans, ik denk voor jou nog even de laatste woorden van jou aan Gert-Jan. Nou ja, net als iedereen zegt, we zullen enorm missen. Hij is op veel te jonge leeftijd overleden. En wat mij betreft voor altijd in ons hart. Hans Romein, dankjewel. Er is ook nog een filmpje ingestuurd door, want als ik politiek zeg, dan zeg ik Vels Lokaal, dan zeg ik Marianne Vos. Zij vertelt in het filmpje alles wat zij deed met Gert-Jan en ook dat was weer veel. Maandag 6 april werd het stil. Stil in mijn hart om het verdriet na het horen van het overlijden van Gert-Jan. Die stilte die past helemaal niet bij hem. Gert-Jan vol in het leven, bruisend van ene ideeën. Een tomeloze inzet voor alles waar het toe doet en wat betekenis heeft. En toch na die tijd van vrees en hoop kwam dat vreselijke bericht dat het stil werd. Ik ben Marianne Vos. Onze paden kruisten elkaar door de afgelopen 30 jaar. Ik heb met Gert-Jan heel veel gemeenschappelijk gehad. We zijn allebei bezige bijen en onze paden kruisten elkaar regelmatig. Ichters College, Zanggroep Voices, Soli, Velzer Gemeenschap, Stichting Welzijn. Daar waren we zelfs collega's van elkaar. Nog een pad dat kruiste. Gert-Jan als voorzitter van Vluchtelingenwerk Velzen en ik voor de maatschappelijke opvang als vrijwilliger. Rond 2005 kwam ik in de plaatselijke politiek. En toen kwam ik Gert-Jan tegen als journalist van IJmuiden Courant en van RTV Support. Een zeer nauw contact met Gert-Jan kreeg ik toen ik maatje werd van een van de kinderen van School to School Velzen. Na deze intensieve begeleiding wilde ik wel weer een ander kind begeleiden, maar hij vroeg me voor een hele andere klus. Namelijk voor de oprichting van het landelijk bestuur van School to School Nederland. Regelmatig gingen we samen op pad door heel Nederland naar vestigingen van School to School die te bezoeken, landelijke bijeenkomsten, symposia van het ministerie van Onderwijs, kinderpostzegels, Oranjefonds en ga zo maar door.
Omdat de organisatie van School is Cool voornamelijk uit vrouwen bestaat, was het opmerkelijk hoe makkelijk hij omging met hen. Zeker als zij elkaar met vrij confronterende maniertjes aanspraken. Hij reageerde dan ontwapenend en met veel tact kon hij soms hoogoplopende gemoederen aardig tot bedaren brengen. Ook wist hij eindconclusies te stellen, maar altijd weer met een positieve twist. Na afloop, als we weer samen in de auto zaten, analyseerden we zo'n bijeenkomst en moesten af en toe vreselijk lachen om de situaties en de reacties van de diverse deelnemers. Persoonlijk deelden we onze gedachten over een betere samenleving, met name in Velzen. Zo ook de oprichting van een maatschappelijk ondernemen van Telstar in de Wijk, Playing for Success en ga zo maar door. Daar zette hij zich met volle overgave op in. Ik hoop van harte dat zijn tomeloze inzet voor een betere samenleving ons allen lang zal blijven herinneren aan deze hele bijzondere Velzenaar. José, zonen Thijs en Huub, zijn lieve moeder Truus, verdere familie en vrienden, wens ik uit de grond van mijn hart heel veel sterkte toe in het dragen van dit vreselijke verlies. Lieve Marianne Vos, dank je wel voor deze mooie woorden en deze ingestuurde video. Dank. We hebben het al heel veel besproken. Het is al vaak voorbij gekomen. Telstar, zowel Telstar thuis in de wijk als Telstar zelf. En dan heb ik mensen hier aan de balie. Ja, ik hoef ze bijna niet voor te stellen. Ik doe het toch voor u thuis. City marketeer, communicatiedeskundige Friso Huizinga en natuurlijk voorzitter van Telstar, Pieter de Waard. Friso, Pieter, welkom. In deze nare tijd heb jij je afgelopen week een klein stukje teruggetrokken. Mm-hmm. Even kunnen bezinnen wat er hier allemaal gebeurt in het land, absoluut, in deze wereld. Ja. En jij hoort hier ook bij vanavond en je vond hier ook dat jij moest zijn vanavond. Hoe is het met jou? Gaat goed. Maar wel ondaan door het nieuws wat ons 2 weken geleden bereikt heeft, absoluut. Je denkt nog steeds dat Gert-Jan gewoon hier achter de coulissen vandaan komt. Dat hij bij Telstar de tribune op komt lopen. Zoals je hem kent. Zijn energie, zijn enthousiasme, dat heeft mij altijd erg geraakt. Hij was echt de eerste verbinder. Een van de eerste verbinders vind ik in Velzen. Het is nu een woord dat veel gebruikt wordt. City marketeer, dat is ook iets wat we in Velzen pas een paar jaar hebben. Maar hij is dat eigenlijk al 20, 30 jaar. Hij is de verbinder van Velzen. En ik vind het, Gert-Jan was ook een echte Velzenaar. Hè? Geen Sandpoorter, geen Muidenaar. Hij was van ons allemaal. En dat zullen we met z'n allen heel erg missen. En dat heeft mij wel heel erg bezig gehouden de afgelopen tijd. Dat hij er niet meer is. En dat hij niet meer 5 minuten te laat bij de wedstrijd aankomt lopen. Zaten op dezelfde rij met de mensen van Telstar thuis in de wijk. Jan Hinlopen, Jan Borst. Nog een aantal mensen die hier ook aanwezig zijn. Ron Pichel. Maar hij kwam altijd even iets later, want hij was altijd druk. Ja. Hij had het altijd nog even komen bekennen tegen in de businessclub. Nou, Pieter zal het kunnen beamen. Hij was altijd druk. En dan ook dat twitteren tijdens de wedstrijd. En ook meteen een ongenoeg over een arbitraire beslissing in het veld bijvoorbeeld. Dus hij was echt een fantastische supporter, ook van Telstar. Maar hij heeft in maatschappelijk opzicht ook ongelooflijk veel betekend voor die club. Ja. Maar daar kan Pieter zeker wat meer over vertellen. Inderdaad, ik wilde nog aan je vragen. Je zat naast hem bij Telstar. Ja. Hoe was dat? Nou, dat vertel je al fantastisch. Naast je aangeschoven de voorzitter van Telstar. Friso, ik geef jou het woord. Oh, ja. Nou ja, ik probeer al een brugje te maken. Maar ik vond Gert-Jan echt de ultieme ambassadeur van Telstar. Hè? Een fanatieke supporter, enthousiast, maar ook de afgelopen 10 jaar heel nadrukkelijk betrokken geweest bij het proces om Telstar maatschappelijk op de kaart te zetten. Ja, en behalve dat hij supporter was, was hij ook sponsor. Ja, en was hij inderdaad programmamanager van de stichting Telstar Thuis in de Wijk. Die is inderdaad een jaar of 10 geleden is dat gestart. En direct daarop werd Gert-Jan inderdaad programmamanager. En die ging als een speedboot tekeer. En binnen no time hadden we 6, 7 fantastische projecten. En als het aan Gert-Jan had gelegen, dan hadden het er 14 geworden. Want dat er gaat, zijn we af en toe wel eens een remmende factor bij hem geweest. Wat was zijn succesfactor? Zijn kracht? Zijn succesfactor is dat hij kent iedereen
binnen de hele gemeente. Overigens niet iedereen die ertoe doet, hè, want hij had een luisterend oor en oog voor iedereen. Maar als je verbonden wilde worden met iemand, dan kon je dat rustig aan Gert-Jan vragen. Mm. En dan kwam je met de juiste mensen aan tafel. Ja. Dus ook, afgelopen week zijn er ook hele mooie teksten voorbij gekomen. Willem Vissers, hè, een van de belangrijkste voetbaljournalisten van Nederland, heeft prachtige woorden aangeweid. Hele pagina in de Volkskrant. Ja, dat is. Dus hij was eigenlijk ook groter dan Velsen. Hè? Dat, of hij was ook in staat om Telstar op een hele andere manier ook voor het voetlicht te zetten. Ja, want behalve dat hij dan binnen onze stichting actief was, was er ook wel op landelijk niveau overleg. En daar ging Gert-Jan dan ook op af. Ja. Dus ja. Je merkt terecht op, ook buiten de gemeente Velsen is het een bekende vent in onze wereld. Mm-hmm. En dat Willem Vissers, CQ de Volkskrant, daar een pagina aan besteedt, dat zegt wel voldoende. Ja. Je zei terecht, hij was ook met het bedrijf natuurlijk sponsor, regelmatig ook balsponsor. Ja, en, ja. Hoe belangrijk was eigenlijk die mix die hij toevoegde aan Telstar, hè? Nou ja, dat is natuurlijk leuk wanneer mensen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Ik ken er maar eentje die nog meer doet dan Gert-Jan op dat vlak. Dat is Chris B. van der Zwan. Mm. En want die deed ook van alles binnen de club. Maar Gert-Jan kwam daar direct na. Ja. Heel betrokken. Sponsor, programmamanager, bloedfanatiek supporter. Om altijd of vaak de jongens mee. Mm. Na de wedstrijd ook gezellig. Met iedereen praten. En ook daar, dat was, wat dat er gaat, geen Hermelijnvloog. Hij sprak met iedereen. Ja. Had voor iedereen oog en oor. Een vis in het water. En hij past ook heel goed binnen de Telstar-familie. Ja. Had ik de indruk. Ja, want ja, het is een sociale rakker, oog voor medemens. En dat is toch ook iets wat Telstar hoog in het vaandel heeft staan. En wat dat daar gaat, kan je spreken van een twee-eenheid. Ja. Wat gaat Telstar het meest missen aan Gert-Jan? Zijn sponsorschap. Nou ja, ik heb ook gehoord dat het bedrijf doorgaat. Dus ligt dan nu bij Thijs, Huub en José. Wat je gaat missen, is de verbinder. Dat vooral. Wat je gaat missen, is het sociale oog. Dat hij zei van, Pieter, denk daar eens aan. Of tegen mijn collega Stefan, kijk daar eens naar. Dus tips, adviezen, gevraagd, ongevraagd. Zijn aanwezigheid bij de wedstrijd, na de wedstrijd. Ja. Dat is wat je mist. Ja, absoluut. Het zal heel onwerkelijk worden als we straks weer in het stadion zijn. Ja. Over een aantal maanden hopelijk. En dat hij dan niet meer rondloopt. Dat hij niet inderdaad net even te laat de trap afkomt en zijn plekje zoekt. Dat ga ik in ieder geval ook ongelooflijk missen. En absoluut zijn verbindingskracht, zijn sociale gezicht, zijn inzet voor alles en iedereen. Dat gaat enorm gemist worden. Ja. Ja. Ik schreef het al aan de familie. Een ander ding wat mij altijd enorm opviel aan Gert-Jan is, hij kreeg zaken voor elkaar. Ik noemde dat een can-do man. Geef hem een klus en hij maakt het af. Hm. En dat is maar weinig mensen gegeven. Ja. Dat je ze iets geeft en dat ze het vervolgens afmaken en in de wereld zetten. En dat was toch ook een kracht van Gert-Jan. Ja. We gaan hem enorm missen. Pieter, wordt er nog wat gedaan bij Telstar? Voor Gert-Jan, wordt er... Op dit moment ben ik daar niet van op de hoogte. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Want hoe is het bij Telstar nu, even in deze coronatijd? Ligt het stil? Het ligt vrijwel stil. Als we contact met elkaar hebben, dan doen we dat via Zoom. Het is momenteel wel zo dat Steve Hammerstein mijn honneurs waarneemt. Die is acterend algemeen directeur. Want ik zit zelf met een rouwverwerkingsproces van mijn ouders. Die ik binnen 68 dagen verloren ben, beide. En daar heb ik de tijd voor genomen en ook gekregen van de club.
ten gevolge waarvan Steve alle ins en outs kent van het reilen en zeilen van de club op dit moment. Ja, fijn dat je even goed wilde komen. Steve Hammerstein zien we trouwens nog zo direct voorbij komen in een filmpje. Dus die gaan wij nog zien. Bedankt voor je komst. Veel sterkte. Ja, ook in de komende periode. Friso, jou zien we straks nog terug. Natuurlijk in een stukje politiek. Evenementen. Evenementen. Vind ik wel helemaal goed. Daar weet je niet wat van. Ja, het is al heel veel benoemd. Telstar. En natuurlijk ook Telstar thuis in de wijk. En ook daar is natuurlijk beeldmateriaal van. Sponsors die inmiddels al, en de Club van 100 noemen we dat, die inmiddels al hebben aangehaakt bij onze stichting. Hartelijk welkom, fijn dat jullie meedoen met de Street League. Jullie zijn de allereerste, maar de primeur vandaag. Meester Frank Leerwits en wethouder sport mevrouw Baarveld. Naast de wethouder en de meester staan hier ook weer afgelopen tweeën. Heb je Heijs Duijf, niet te missen, natuurlijk outkeeper van Telstar. 30 keer in rij, bijna niet te verslaan. FC Zeeuwen. Wie zie je het? Ja, dat is wel. Leuk om te vertellen ook, dit is onze nieuwe burgemeester Frank Dales. Ja, nieuw, hij is er al een tijdje, maar relatief nieuw. Bulldozers blijven staan en de toitos. We hebben nog een goede minuut in deze wedstrijd. Dat is de gele bal. Ga maar door, jongens. Kampioen! 6, 5, 4, 3. 2, 1, precies de 3 steden voor de voltooi. Ik heb hier gewonnen. De laatste 30 seconden van deze laatste wedstrijd van deze vorige ronde in Delft-Broekies ingeraakt. Terwijl je de praat, dichterbij door is het niet zo. Ja, en ook daar was hij weer heel duidelijk te horen. Gert-Jan, Telstar thuis in de wijk, Gert-Jan in de wijk ten voeten uit. Ik noemde net al even de website Memori. Die berichten die al zijn geweest. Ga even wachten met voorlezen, want ik hoor net dat er wordt goed getwitterd ook. Hashtag Gert-Jan, blijf daarmee omgaan. Blijf daarmee doorgaan. U mag ook bellen op 085 nog steeds. 301-2274. Als u telefonische reactie wenst te geven bij ons in de uitzending. Gewoon hier live, ga ik met u in gesprek wat u wilt. Over die memoriesite wil ik alleen nog zeggen. Ik deed een oproep om een kaarsje aan te steken. In ieder geval voor Gert-Jan. Boven die 3000. Lieve mensen, het is gelukt. We zitten al op 3200 kaarsjes. En er kunnen er wat mij betreft nog veel meer worden. Steek een kaarsje aan op de website memory.nl. En dan natuurlijk te behoeven van Gert-Jan Huibers. Ik zei het al even. Heel veel berichten op Facebook, Twitter. Jelle? Klopt. Op Twitter, wat we hadden het over Telstar, is er ook een enorme aanhang van Telstar op sociale media. Dus die wil ik er nu even uitlichten voordat we weer gaan naar de live reacties. Om te beginnen trouwens met Adnan Teking, de oud-gedeputeerde, die reageert dat hij Gert-Jan heeft leren kennen als een zeer betrokken man die altijd voor de zwakkeren in onze samenleving opkwam. Hij was Telstar thuis in de wijk. Ik voel me bevoorrecht dat Gert-Jan op mijn pad is gekomen. Mooi bericht. Wie ook naar Telstar refereert is meer naar kleine. Verschrikkelijk nieuws en enorm aangeslagen. Je enthousiasme, gedrevenheid en liefde voor je omgeving zal je zo gemist worden. Ik heb je leren kennen bij Telstar en je altijd ontzettend bewonderd hoe je het sociaal-maatschappelijk aspect bij de club hebt neergezet als een huis. Alle liefde en kracht aan iedereen die Gert-Jan lief had. En ik had het net al even over die fan-accounts van Telstar. Een daarvan, een bekende Telstar-twitteraar, is Artje Rem Senior. En die reageert ook dat Gert-Jan echt in het midden van onze gemeente stond. Betekende zoveel voor alle leuke, goede dingen die hier te beleven zijn. En dan heb ik het niet alleen over Telstar. Onmisbaar, toch moeten we het proberen. Sterkte aan alle naasten. En ik wil even afsluiten met een bericht die Sportclub Telstar Twitter. Dat is ook een fan-account van Telstar. Die noemt Gert-Jan het sociale gezicht van Telstar en laat hij nog bij deze foto zien met Rafael van der Vaart. Mooi. Ja, prachtig. Blijf je herinnering delen. Zeker. Ja. Mooi gezegd. En blijf gezond. Ja, zeker. Dankjewel, Jelle. Tot straks weer. Tot zo. Als we Telstar zeggen, dan zeggen we natuurlijk Gert-Jan, dan zeggen we Pieter de Waard, maar dan zeggen we ook Steve Hammerstein. En ook Steve heeft een bericht ingesproken voor Gert-Jan. Ja, ik heb Gert-Jan natuurlijk leren kennen, Telstar, en vooral via de maatschappelijke kant van de club. Dat was al een jaar of 10 geleden toen wij met onze projecten startten.
En hij vanuit een coördinerende rol binnen Telstar Thuis in de Wijk uiteindelijk in die rol wel uitgegroeid is tot een echte ambassadeur voor Telstar. Met alle projecten die we met de club zijn gaan doen. Dat is één, maar iets wat zeker wel belicht ook mag worden in mijn contacten en de contacten van Telstar met Gert-Jan. Was er ook wel het bijzondere aspect dat hij met zijn huiswerkklas op een gegeven moment een plek zocht. En dat heel graag ook in het stadion wilde. En ja, ik heb dat moment natuurlijk gelijk aangegrepen. Want ja, ik was natuurlijk in dienst. Ik ben nog steeds in dienst om sponsors te vinden voor de club. Dus ik heb toen Gert-Jan zover gekregen dat hij met studie en tekstconsultancy ook de sponsor geworden is. En vanuit dat concept, waarin hij dan ook stoelen had en op de boarding te zien was, kon hij dan ook wekelijks zijn klas met leerlingen die bijgeschoold moesten worden, ontvangen in het stadion. Het werd af en toe wel een beetje chaotisch. Want ja, niet altijd was het dezelfde ruimte. Dat maakte het wel eens lastig. Maar dat was altijd weer praktisch op te lossen. Dat ging allemaal heel soepel. We evalueerden dat regelmatig. En dat deden we dan niet op het stadion. Dat deden we ook niet bij Gert-Jan op kantoor. Maar dat deden we altijd bij de Wildeman. En waar hij dan altijd wel weer zocht naar wat extra mogelijkheden en ruimte, zei ik, dat is goed. Maar dan verwacht ik dat je ook af en toe eens een keer wedstrijdbalsponsor bent. Nou, ik denk dat er een hele reeks ballen uiteindelijk daardoor zijn, maar ook sponsor geworden van onze mooie club. Dus ja, één ding weet ik zeker. We zijn met Gert-Jan een echte witte leeuw verloren. En inderdaad, mooie woorden van Steve Hammerstein. Dank daarvoor. We zitten nog steeds in het thema Telstar. En natuurlijk ook een stukje Telstar Thuis in de Wijk. En als ik dat dan weer zeg, dan kom ik automatisch een beetje op Jan Hinlopen terecht. En Jan, we hebben jou aan de telefoon. Toch? Ja, ik ben aan de telefoon. Jan, jij zit ook te kijken. Ik ben aan de telefoon. Hoi. Ik zit te kijken, ja. Ik zie je, maar het geluid staat uit. Dat doe je goed. Anders gaat het alleen maar zingen. Dat willen we niet. Jan, ja. De uitzending. We zitten al ver in de uitzending. Er komt veel voorbij. Wat heb je gezien? En hebben we het een beetje goed als we het over Gert-Jan hebben hier? Ja, we hebben het goed. Alleen ik heb een Gert-Jan, die kende ik al. Nog niet zo goed, maar wel van hallo en hoe is het. En in 2011 zat ik met mijn directeur Ted Cuné aan tafel. En wij vonden dat we vanuit het woningbedrijf van Steen en Amerika moesten zijn besloten in de corporatiewereld. En Steve Hammerstein, die ken ik al heel lang. Ik ben met Steve Hammerstein gaan praten. Van Steve, wat vind jij ervan om een maatschappelijke stichting op te richten? Nou, helemaal leuk. En we zijn samen naar FC Twente geweest, Steve en ik. En nou, zo enthousiast van, joh, wat ze daar kunnen. Die Jan Verhals, die liep dat toen de tijd in de ronde. Ik zeg, wat ze daar kunnen, kunnen wij ook. Toen heb ik Gert-Jan gevraagd, samen met Ted Cuné, of die kwartiermaker wilde worden van de stichting. Dus Gert-Jan kwam voor zoveel uur per week in dienst van het woningbedrijf. Via zijn bedrijf. En toen hebben we binnen een half jaar tijd, hadden we Jan Verhals in het Telstar Stadion. Met het MKB en heel veel ondernemers. En toen is Telstar Thuis in de Wijk opgericht. Ja. En Telstar Thuis in de Wijk uiteindelijk opgericht. En wat hebben jullie betekend? Er is al veel gezegd, maar wat is er nog niet gezegd? Ja, er is heel veel. Ja. Nou, ik heb besloken met Gert-Jan, en die heb ik nog niet gehoord. En ik aan Pieter de Waard had er ook op in. En die hebben we 1000 keer tegen elkaar gezegd. Nou, kom maar op. Gert-Jan en ik zeiden altijd tegen elkaar. Gert-Jan, we kijken naar kansen en niet naar de beperkingen. Als we naar beperkingen gaan kijken, dan komen we in de wereld tot terecht waar we geen tijd voor hebben. Dus ik kijk alleen maar naar onze kansen. Met ondernemers, met Telstar Thuis in de Wijk, met straatvoetbaltoernooien, met wijkteams, noem het maar op. Er zijn geen... Als de mensen tegenkwamen, die begonnen ja, maar en moeilijk. Die zeiden, Gert-Jan, stoppen, daar gaan we geen tijd steken. Dat kost veel te veel energie, daar heb ik geen zin in. Nee, Jan, ik hoorde je net zeggen, ja, want we moeten door, we lopen enorm uit. Ik hoorde je net zeggen, ja. Er zijn geen beperkingen. Die zijn er ook niet voor jou. Om nog iets kort te zeggen tegen Gert-Jan, hij is nu voor jou.
Iets kort kan ik niet zeggen. Ja, ik ga hem enorm missen. We hebben samen gelachen, we hebben samen gehuild, we hebben samen ruzie gemaakt. We hebben samen arm in arm gelopen. Ja, ik ga hem enorm missen. En José sprak in mei in het Telstadion van Ketjan. Hij had aan mij verteld, ik ga hem stoppen als bij de Telstadion in de wijk. En toen vroeg ik aan José, ik zeg, klopt dat? Ja, zegt hij, José, is goed zo. Is mooi geweest. Ik zei, oké. Jan, nou snap ik hem. Jan, dank je wel voor je bijdrage. We gaan inderdaad niet stoppen met Telstar thuis in de wijk en met veel andere projecten van Gert-Jan. Ik zei het net al even, Gerard Alderliefste zingt erover. En die zingt, we zullen doorgaan. Lieve familie Huibens, lieve José, we kennen elkaar ook al bijna 40 jaar. Jullie weten wat Gert-Jan allemaal heeft losgemaakt bij iedereen. En ook hier in Amsterdam leef ik enorm mee met jullie. En ik wil dat laten zien door een lied te zingen. Ik heb gehoord dat ook Shaffi bij de voorkeuren van Gert-Jan behoorde. En zoals jullie weten, ook bij die van mij. Ik mocht 5 jaar met hem optrekken. En al zal het wel af en toe heel moeilijk zijn om gewoon maar door te gaan. De wereld blijft doordraaien. Dat zal af en toe wel heel moeilijk zijn. Maar ik weet ook dat muziek heel veel voor jullie betekent. En dat muziek troost geeft. En daarom speel ik voor jullie nu van Shaffi Doorgaan. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. Wij zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. Wij zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. Wij zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Nacht in een orkaan, wij zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat wij weer doorgaan. En dat is de strekking toch wel van deze uitzending. Ook de wens van José en de kinderen. We zullen doorgaan, want het gedachtegoed van Gert-Jan gaat door. Gert-Jan deed natuurlijk heel veel. Dan komen we automatisch op het volgende thema. Politiek. Natuurlijk politiek. Met Raadsplein TV. Al vanaf het begin, vanaf de start van RTV Seaport, was Gert-Jan erbij vanuit het gemeentehuis. Ondertussen is daar een heel nieuw team bijgekomen. Waaronder Esther van der Veur en Jelle Blauwbroek. Natuurlijk ook hier in de studio aanwezig. De tijd van jullie samen met Gert-Jan bij Raadsplein TV. Hoe was dat, Esther? Ja, nou ja, we hebben het vanavond al heel vaak gehoord, hè? Energiek en bruisend. En, jij noemde hem heel speciaal. Wat zei je, sorry? Het energieke stuiterballetje. Ja, het energieke, ja, dat heb ik inderdaad al een paar keer gezegd. De energieke stuiterbal. Ja. Want met onze met de raadsvergaderingen, dan deed hij alles tegelijk. Twitteren en de meest mooie tweets. Meer en meer, hè, was het. Ja. We waren natuurlijk op televisie, sowieso. Vervolgens moesten we, terwijl we gingen luisteren, Twitterberichten schrijven. Vervolgens moesten we teksten maken van hem die in beeld kwamen onderin de balk. Vervolgens moesten we teksten maken voor de website. Nou, het was ongelooflijk en hij deed het allemaal. En het bijzondere was, als op die avond voetbal was,
zat hij op zijn telefoon ook nog voetbal te kijken. Nou, dat is natuurlijk geweldig hoe hij dat allemaal deed. En dat kon allemaal. Ja, en hij holde heen en weer. En dat was ook wel heel bijzonder. Want wij zaten dan heel aandachtig te luisteren in de zaal eigenlijk om het te volgen. En de dingen op te pakken wat je dan later weer in interviews kon gebruiken. Maar hij holde heen en weer. En dan ging hij weer naar de regie. En tekstjes doorgeven. En dat, nou echt, dat je wel eens dacht van waar haal je de energie vandaan? Maar hoe kun je ook zo scherp zijn? Dus dat je zoveel doet, maar ook zo scherp, absoluut. Zo scherp bent. Dus dat ja, heel mooi. En ik vroeg me wel eens af, was hij nou echt zo politiek geëngageerd? Zat hij nou echt in de politiek? En dat zat hij natuurlijk ook wel. Maar volgens mij vond hij het spelletje veel spannender. En natuurlijk voor zichzelf ook een opdracht van, ik wil het ook bij de mensen thuis brengen. He, op een hele toegankelijke manier, hele vriendelijke manier. Ja. Jij gaat straks nog een blok doen met Ruud Paulstra. He, dus, de griffier, ja. Met de griffier. Het ging ook altijd in een hele prettige sfeer. Maar dat zullen jullie denk ik daarna wel even bespreken. Raadsleden, wethouders, ze konden allemaal omgaan met Gert-Jan. Dat vond ik heel knap. Ja, ja, hij was ook, en dat zie je ook in alle filmpjes, valt me op, dat hij altijd vriendelijk is. Ik bedoel, het is nooit dat hij dat hij boos is of geïrriteerd. Niet in beeld. Maar achter de schermen, want daar kan ik ook voorbeelden van geven. Dat, want eigenlijk ben ik bij Raadsplein TV gekomen, omdat Gert-Jan had een aantal keren gefraagd of ik mede wilde presenteren. En ik heb steeds gezegd, van, nou, dat doe ik niet, want ik vind die politiek heel erg leuk. Maar presenteren is niet mijn ding. Ja. Nou, op een gegeven moment belde hij en toen was hij ziek, moest eigenlijk het ziekenhuis in. En vroeg of, of ik hem wilde vervangen. Ja. Toen heb ik gedacht, van, nou weet je, ik ga je de brand helpen en ik ga het doen. En vervolgens vond ik het zo leuk dat ik het ben blijven doen. Maar er ging wel eens wat mis. Of de microfoon stond niet aan. Of ik had hem verkeerd vast. En ik zie de cameramannen hier die ook regelmatig dan zo deden van hou die microfoon goed vast. Maar ook wel eens dat de uitzending al was begonnen. En ik nog bij een commissie zat. En dan was Gert-Jan begonnen. En ik had mijn oortje dan niet in, dus ik hoorde hem niet. Nou, dan kon je ook heel boos kon ik kijken. Ja. Maar dan, het was ook, binnen 5 minuten was het weer voorbij. Het was eventjes een reactie zo van, wat blijf je nou? Maar vervolgens was het ook weer voorbij. En wat dat betreft toverde die altijd een lach op mijn gezicht. Gelukkig wel. Ja. Maar het is wel leuk dat ik een paar namen noemde. Want het is natuurlijk een heel team wat er staat. Peter en Erik, de cameramannen. Sean met de regie. En Sjoerd en Reinder die de techniek doen. Ik bedoel, we zijn een heel team. Dat is natuurlijk gewoon wel absoluut. We zijn inderdaad een team. En ik vind ook altijd een heel hecht team. En nou ja, weet je, wij zijn in beeld. Maar achter de schermen gebeurt ook ontzettend veel. Om nog even omgekeerd het allerliefste door te gaan. We zullen doorgaan. Hebben jullie het al samen over gehad? Nou, het is een beetje bijzonder, Esther. Ja. Voor jou in ieder geval. Ja, het is voor mij inderdaad. We hebben jou uitgezwaaid nog niet zo lang geleden. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, ik dus ben, ik zet je een beetje voor de blokken nu. Nou ja, ik ben in december gestopt. Want ik deed zoveel dingen. En dat ik dacht van, ja, weet je, op een gegeven moment dan moet je ergens een grens trekken. En ik heb toen van Raadsplein TV gezegd, nou weet je, daar stop ik mee. Ja. Wat vond Gert-Jan daarvan? Nou ja, die was alweer druk bezig in januari, februari om er weer bij te krijgen. Dat hij zei van ja, je kunt wel invallen. En, het bijzondere was ook, Mark, dat verleden jaar april was hij een beetje in mineur. En dus wij waren echt zijn maatjes. Hij was gewoon persoonlijk was hij wat in de mineur. En dan was hij bijvoorbeeld op vakantie en dan deden wij het programma. En dan zat hij gewoon uit zijn vakantiehuisje met zijn pyjamabroek aan. Zat hij gewoon te twitteren of het goed deed, ja of nee, en of hij het mooi vond. En je zag in de loop van het jaar zag je hem weer steeds enthousiaster worden. Dus toen Esther zei, ik ga stoppen. Toen zei ik van, nou ja, ik zou wel heel graag weer een derde maatje erbij willen hebben. Want ik vind het wel fijn. Toen zei hij, nee, want ik ga het weer helemaal doen. Dat is wel heel bijzonder dat hij ook in januari zei, ik ga alle uitzendingen doen. En Jelle, jij bent gewoon de tweede erbij. En we redden het gewoon. Het is toch knap, want ik ken hem hier al vanaf de start 2002 RTV Sierpoort. Ja. Toen heeft hij echt het fundament gelegd van Raadsplein TV. Ik ken hem niet anders. Ja. Waar haal je na 18 jaar over in principe hetzelfde onderwerp, de gemeentepolitiek, nog steeds de zin, de kracht en de energie vandaan? Ja. Omdat het, nou, politiek blijft natuurlijk een heel spannend spelletje. Ja. En daarom zei ik al, is hij letterlijk de politicus? Hè? Of is hij juist degene die dat proces zo mooi vindt? Dat geldt voor mij ook. Hè? Ik zou geen raadslid of wethouder willen worden, maar dat hele spel, de democratie en hoe dat in elkaar steekt, ja, dat is gewoon het mooie spel. Heeft Gert-Jan het daar wel eens over gehad? Had hij raadslid willen worden of wethouder? Heeft hij het wel eens met jullie over gehad? Ja? Jij knikt ja? Ja, hij heeft wel eens gezegd dat hij dat wel zou willen. Maar vervolgens, dat was de ene dag, toen zei hij van, nou, het lijkt me wel wat.
Maar het volgende moment was het ook weer vergeten. Zei, nou, nee, toch niet. En dan ging nu maar weer dit. Maar hij heeft het wel eens over gehad. Jij blijft nog even staan hier, Esther. Jelle. Nou ja, ik wou nog één ding, Mark, als het mag. Natuurlijk. In die periode van dat hij het ook heel druk had. Hè, praat ik over 2017, 2018. Hij had zoveel ballen in de lucht. En ik was net zo 2018, ging ik hem helpen. En dan had ik gesprekken met hem over van, joh, maar neem eens wat gas terug. Doe eens nou wat rustig aan. Ik had zelf net een soort 3 maanden sabbatical gedaan. Is dat niks voor jou? Ga er. En toen zijn ze gaan fietsen naar Parijs. Ik weet niet of, ik heb een foto aangeleverd. Hier zien we een foto van de foto. Ja, ik vind het ook een hele mooie foto. Ja, je krijgt het gewoon de kriebels van. Hè? Ja. En dat hebben ze samen gedaan. Ja. Dat vind ik geweldig. En dat hadden ze natuurlijk nog veel meer moeten doen. José had het echt. Want dit is natuurlijk een prachtige foto. Ja. Dus dat wou ik ook nog even zeggen. Ja, lief, en dankjewel. Ik wil ook nog, als laatste wil ik wel nog zeggen van dat niet alleen wij hem enorm gaan missen met z'n tweeën, maar natuurlijk ook, en ik kijk even die kant op en die kant op, Peter en Erik en Sjoerd en John Luit. We gaan met elkaar, de energie gaan we missen. Ik ben overtuigd. Maar we gaan... We gaan. Dat zeg ik nu, hè. Maar ja, ik heb je gewoon gelijk geslikt. Kijk uit wat je zegt hier. Dank jullie wel. Veel sterkte. Bizarre tijd. En wat fijn dat je je verhaal wilde komen vertellen hier. Graag gedaan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat als u thuis zit te kijken, dat u denkt, nou, ik heb daar nog nooit een stukje van gezien van het Raadsplein TV. Bijna niet mogelijk. Maar ik kreeg zojuist door van Jelle ook. Ik krijg veel reactie binnen. Er kijken veel mensen op dit moment. Leuk, dank daarvoor. Van ons cadeau aan Gert-Jan. Ook voor die mensen hebben wij toch een stukje compilatie van Raadsplein TV. En dan wil ik eigenlijk met name aandacht vragen voor het einde van het stukje. Esther, Jelle, dat wordt heel bizar. Want in deze compilatie zit de allerlaatste afsluiting van Gert-Jan van Raadsplein TV. Nou ja, de voor- en tegenstanders hebben we aan het woord gehad. Je hebt ook net wat raadsleden nog gesproken. Een duidelijk goede laatste stap of extra weer vertragen. Ja, maar het is toch wel leuk om dit zo te doen voor ons als uitzending. Het onderwerp is wel een serieus. Hè? Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Ja. Ik sprak ook even buiten de camera nog wat mensen. Zojuist afgelopen een sessie over het huurcontract van het Witte Theater. Aangevraagd door Nathaniel Korf, raadslid Vels Lokaal. En naast hem staat Ben Hendricks, steunfractielid inmiddels van de Partij van de Arbeid. Ja. Ik denk dat u wel een aardig beeld heeft gekregen van wat er vanavond dus hier als eerste sessie is dit. Hè? Want er komt nog een vervolg op. Hè? Ja. Ja. Dus wat wij kunnen toezeggen is dat wij terugkomen op dit onderwerp. Maar u denkt er iets anders over, ook al bent u dan de coalitie. Nee, ik denk er niet anders over. Dank jullie wel voor deze terugmelding uit deze sessie. We gaan terug naar Gert-Jan, die staat ook weer klaar. Zeker sta ik klaar, Jelle. En ik sta niet zomaar klaar. Ik sta klaar met twee heren. De heer Selk, die kennen we natuurlijk, Vels Lokaal. Maar ja, ik zie het wel. Ik wacht het af. Nou, dank u wel. We gaan u volgen. Het wordt een bijzondere sessie. We gaan in ieder geval het eerste deel even pakken. Want ik begrijp dat u eerst langs de borden gaat allemaal. En dat er dan een soort lagerhuisdebat komt. Echt net. Ja, dank u wel. Dit was een bijzondere uitzending met al die schorsingen. Of in ieder geval schorsingen waren, niet stemmingen. En uiteindelijk de benoeming van 6 nieuwe raadsleden, beëdiging en het nieuwe college. Ja. Nou, volgens mij de poppetjes zijn ingevuld. Het college is gevormd. We kunnen aan de bak. We staan bij een paar van die borden waar we het over hebben. Het zijn eigenlijk een beetje de weerslag van het onderzoek. Wat de raad of wat het college heeft gedaan in opdracht van de raad. En een paar raadsleden staan nu te kijken. Volgens mij vinden jullie het ook, en wat steunfractieleden, ook wel best wel spannend wat er straks gaat gebeuren. Dan kan ik voor nu zeggen, samen met mijn collega Jelle en ook alle mensen achter de camera, bedankt voor het kijken. Het was een bijzondere avond vanavond. U kunt het allemaal weer terugzien op raadsplein.tv, onze website. We maken ook berichtjes. We gaan herhalingen doen. We twitteren ook natuurlijk, maar we maken ook berichten op de website van Seaport. En we zien elkaar waarschijnlijk volgende week niet. Dat hebben we gehoord. Ja, misschien dat hij niet doorgaat. Moet een beetje zachtjes praten. Volgende week, die sessie gaat dus waarschijnlijk niet door. Dat had ook niets met Eimond te maken, maar ook met corona. Ja. En anders dan zien we elkaar weer bij de eerstvolgende raadsvergadering. Mag dat doorgaan? We houden het nieuws in de gaten. Dank voor het kijken. En blijf lekker veilig achter uw tv-scherm, want dat is coronaproof. Prettige avond en tot de volgende keer. Ja, fijne avond. Tja. Blijf achter uw scherm, dat is coronaproof. Niet lang geleden, hè? Nee, zeker niet. Het is wel confronterend, dit. Dat is coronaproof, zegt hij. En dan, hoe bizar is het? In die laatste zin dat hij dat benoemt. Ja.
toch zelf gerelateerd. Ja, dat is het. Ja. Esther, we gaan nog even door over politiek. Zoals Gert-Jan dat ook heel goed kan. Sorry, ik krijg even van de regie. Wij krijgen eerst nog een filmpje. Want je gaat in gesprek met de raadsgevier van de gemeente Velsen, met Ruud Palstra. Die is hier aanwezig, dank daarvoor. Maar daar hebben we ook nog een filmpje van. Gert-Jan, als de politiek verslaggever van deze raad. Hij heeft in deze raadzaal verschillende malen het verslag gedaan van de vergadering. En hij deed het altijd op een hele vriendelijke, zachte manier. Maar wist o zo goed de scherpte in het debat op te zoeken. En tegenstanders voor de camera te krijgen. Hij deed het op een charismatische, zachte manier. Maar voor de camera was hij scherp in zijn interviews. Ik herinner me nog heel veel momenten dat we even van tevoren gingen sparren voor een raadsvergadering. Welke onderwerpen hij zou gaan oppakken die avond. En hij wist me altijd een beetje uit te dagen van wie zal ik deze avond nou gaan interviewen? Welke van de raadsleden gaan bij dit onderwerp nu echt vol aan de bak? En ik vond het knap hoe hij eigenlijk zelf met name kwam om die interviews tot een goed resultaat te brengen. Gert-Jan, je wordt echt gemist in deze raadzaal. Je hebt een plek altijd gehad op de perstribune. Je zat er niet veel. Meestal stond je al heel snel op als het debat al bijna klaar was. Maar we zullen je missen. Wat ons betreft blijf je voor altijd in het politieke midden van de gemeenteraad van Velsen. Ja. We gaan hem zeker missen. Ik denk inderdaad de Griffie ook. Zeker. Ja. Zeker. Veel met hem samengewerkt. En we gaan hem echt wel missen. Want wat je heel erg merkt in de raadzaal, en ik heb ook net het filmpje even laten zien. De plek waar hij zat, ik zit er echt recht tegenover. Ik zag hem altijd zitten. Nou ja, als hij zat. Want hoe vaak was hij niet bezig met twitteren, opstaan, de zaal uitlopen, weer teruglopen. Het was ongelooflijk wat een energie die man had. En hoe vaak die dan gewoon alles observeerde wat er gebeurde. En gewoon raak in zijn interviews meteen was. Ja, ja. Nou, het begon meestal met de voorbereiding. Bij een commissievergadering of een raadsvergadering. Dat we dan om 7:30 s'avonds starten. En dan hebben we altijd twee mensen, of drie mensen, maar meestal twee. En dan was het altijd contact met de griffie van wie gaan we doen. En zijn er nog vragen, zijn er nog moties, amendementen. En dan had hij contact met jou of met de communicatieadviseur. En dat was mooi, want dan hadden we van tevoren overleg, Gert-Jan en ik, of met Jelle, maar in ieder geval dat we dan zeiden van, goh, wat gaan we vanavond doen? Hadden we mensen bedacht, en dan was ook wel in contact met jou geweest, en dan hadden we het bedacht, en dan zei ik tegen Gert-Jan van, zal ik die bellen, dan kun jij die andere bellen. En dan zei hij, oh, maar dat heb ik al lang gedaan. Dus dan was het allemaal weer, ook daar heel veel energie. Maar we hebben, wat dat betreft, best wel veel met de griffie gedaan. Dus dat... ook met verkiezingen en... Ja, daar heb je wel een goed punt. Want de verkiezingen, ik was toen hier nog maar net 4 maanden. Zo lang zit ik hier nog niet. En bij de verkiezingen was wel bizar. Want dat is een periode dat je een aanloop hebt. En alle partijen hebben campagne gevoerd. En dan heb je de verkiezingsavond. En dan staat iedereen daar te wachten op het resultaat. En ik had met Gert-Jan afgesproken van... Nou, ik geef hem een seintje als de uitslag binnen is. Maar de uitslag, die kwam niet binnen. En die kwam nog niet binnen. Dat duurde lang. Maar Gert-Jan, dat maakt het helemaal niet uit. Die trok de een naar de ander, trok die voor de interviews. En nou waren de raadsleden op, of de kandidaatraadsleden op dat moment natuurlijk nog. Want ze wisten nog niet zeker of ze allemaal inzaten. Nou, dan haalt hij de burgemeester wel even, of weer een andere corrivé. Vader of een moeder. Ja, of, exact. En dat ik al lang dacht, van, nou, dat was ook met de schorsingen van de raad. Of in de pauzes bij de commissievergaderingen. Dat duurde vaak een half uur. Dat ik dan dacht van, nou weet je, laten we maar een muziekje inzetten. Want waar gaan we het vreesnaam nog over hebben? Maar Gert-Jan wist altijd over de gordijnen of over de lampen. En hij bedacht altijd wel iets om toch de tijd te vullen. En dat was die avond ook zo. En wat ik ook heel mooi vind, maar dat heeft ook alles denk ik te maken met de raad. Maar daar kun jij misschien meer over vertellen. Dat de raadsleden ook altijd met het grootste gemak voor de camera verschijnen. Er wordt nooit moeilijk over gedaan. En ze vertellen hun verhaal en heel gemoedelijk. En ook nooit dat het heel fel is en... eigenlijk altijd heel plezierig, over en weer. Ik zat hier nog maar net, die eerste 4 maanden... en ik zag meteen hoe iedereen voor die camera's ging. En ook na de verkiezingen, alle raadsleden, dat ging spontaan. Maar dat ging eigenlijk niet zomaar spontaan. Dat was Gert-Jan, die met een zachte hand toch net voor de camera kreeg. En dat opstapje voor ze maakte van... vertel maar gewoon, je hoeft niet bang te zijn. Ik ga je niet hier aanvallen of zo. Precies. Ga je zeker niet afbranden. Nee.
maar echt uitnodigen. Van leg maar uit, wat is dan eigenlijk waar je voor staat? Wat is dan je belang? En dat vond ik nou wel zo knap eigenlijk. Want een van de belangrijke aspecten wat ik gewoon heel erg in de communicatie over de raad zie, en dat doen jullie vanuit RTV Seaport, Raadsplein TV, is hoe breng je die politiek nog goed bij inwoners? En hij kon echt een debat gewoon, wat best af en toe complex is, en het politieke spelletje is leuk, maar als je er nou thuis niet echt in zit, ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment afhaakt. Maar hij kon dat gewoon even samenvatten en met een paar interviews precies die hoofdlijn eruit halen. Ja. En daar was hij heel toegankelijk in naar degene die er stond. Het maakt niet uit welk raad het was. En het maakt ook niet uit welke inhoud het was. Nee. Hij kon het even klipklaar uitleggen. Zo zit het in elkaar. Ja. Zo zit de wereld in elkaar. Die vindt dit en die vindt dat. En daarom hebben ze discussie met elkaar. Ja, maar ook uitleggen van hoe. Want soms zijn de onderwerpen best ingewikkeld. Maar dan toch uitleggen van hoe je iets in elkaar steekt. Dat de kijker thuis begrijpbaar het over gaat. Dat ja, mooi. Mooi. Zeker. Ja. En wat ik nog herinner, ik zat echt nog even dat filmpje te kijken. En dacht ik, ja, dat is echt de laatste keer dat we het natuurlijk hebben gezien. En wat wel bijzonder was, het was een sessie waarin we met de hele raad eigenlijk bij elkaar waren. Of bijna de hele raad bij elkaar waren. En wat heel erg leuk was, dat we een nieuwe manier aan het uitproberen waren. Om ja, toch wel meer in beeld te brengen wat nou eigenlijk er gebeurt in zo'n sessie. Voor de raadsleden was het nieuw, omdat ze langs allemaal panelen moesten. En nou, een beetje moesten uitzoeken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En wat vinden we hier eigenlijk van. En hij ging lekker even met zijn microfoon langs iedereen. En dat is wel bijzonder dat de laatste keer dat we hem hebben gezien, dat hij eigenlijk wel de hele raad ook nog wel heeft gezien. En dat afscheid van hem in dat filmpje, ja, dat doet dan wel wat met je. Bijzonder is dat ik hem de dag daarna nog zag. Want zoals jullie weten, het is natuurlijk best een zware periode geweest voor RTV Seaport afgelopen anderhalf, twee jaar. Nou, langzamerhand, we hadden die avond volgens mij ook nog een sessie over RTV Seaport zelf, over een bijdrage aan RTV Seaport. En de dag erop zouden we een heidag gaan doen, en ik was samen met de raadsadviseur waar we dat aan het voorbereiden. En nou, oké, hoe gaan we dat dan doen, en wat voor ideeën hebben wij dan? Nou, we wisten eigenlijk hoeveel om je heel veel voor te bereiden, want ja, Gert-Jan is erbij. Die komt wel met ideeën, want die had al legio dingen gestrooid de afgelopen twee jaar, waar hij aan dacht van, als we dan uit dat gat komen, nou, dan wil ik dit, en dan wil ik dat. Ja. Nou, die had echt een enorme batterij aan ideeën. Dus de hele muur was volgeschreven met allemaal flip-overs. Met ideeën van wat we allemaal konden doen. Dus hij was hartstikke bevlogen bezig. Dat was echt de dag na de sessie dat we hem nog hebben gezien. Dat was voor mij de laatste keer dat ik hem zag. Ja. Ja. Ja, en het is mooi dat je het zegt. Want ik heb wel eens zitten afvragen. Want nu gaat de raad online vergaderen. En ik heb begrepen dat Seaport ook wel bezig is. Van goh, hoe gaan we dat dan? Hoe gaan we daar verslag van doen? Gaan we interviews doen? En ik heb al menig keer gedacht, van, nou, als Gert-Jan in was geweest, die had meteen gezegd, van, oh, dan kunnen we dit, dan kunnen we dat. Die had het al lang voor elkaar. En misschien ook de redactie van het Seaport op dit moment wel, hoor, van Raadsplein TV. Maar ik heb er menig keer aan gedacht, van, ook in deze nieuwe situatie had hij vast weer een oplossing van hoe je dat dan op een mooie manier in beeld kunt brengen. Maar goed, jullie gaan het met elkaar doen. Ik zit eventjes weer naar de cameramannen te kijken, want dat is toch een beetje het team. Maar ja, het wordt sowieso een bijzondere periode natuurlijk, want de raad vergadert voorlopig nog even online, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. En dat is dan des te bizarder eigenlijk, want de periode dat we dan niet bij elkaar komen, niet in de raad zal zijn, ja, dat wordt best een periode. Ja. Maar de laatste vergadering was in januari, de laatste raadsvergadering was in januari. Ja, dan zitten we straks in juni of misschien zelfs na de zomer, dat we als eerste weer bij elkaar komen, zonder Gert-Jan. Ja. En dan gaan we opnieuw starten, dus dat wordt wel echt een hele lange periode dat we echt missen. Ja. Terwijl we nog niet eens bij elkaar zijn geweest. Nee, nou, dat was ook wat Telstra net zei. Hè? Ook dat zodra het voetbal weer begint, dat duurt nog wel een tijdje. En dat ze hem dan ook echt zullen gaan missen, omdat hij dan gewoon echt fysiek niet meer Esther en Ruurt, we kunnen nog lang over hem praten. Zeker. Want er is veel te vertellen. Wij gaan verder. Dit was hem even wat betreft politiek. Bedankt dat de gemeente inderdaad op die manier bij was. Maar we hebben natuurlijk ook de politieke partijen. Die zijn er ook een beetje bij. En natuurlijk kan dat hier niet, vanwege de coronamaatregelen waar je al over vertelde. Natuurlijk kan dat niet hier in de studio, maar wel op beeld. Met ingezonden videomateriaal. En dat is veel van ontzettend veel lokale Velsense politieke partijen. Ja, ik heb Gert-Jan leren kennen vanuit de raadsvergaderingen. Gert-Jan die was daar. Nou, ik begrijp al vele jaren aanwezig. Voor mij was het nieuw allemaal. En ja, ik zag toen ik er twee jaar geleden bij kwam, zag ik Gert-Jan altijd interviews doen. En ja, op een gegeven moment word je dan zelf ook gevraagd. En ja, ik moet zeggen, Gert-Jan doet dat op een ontzettend leuke manier. Op een ontzettend ontspannen manier. En
Ja, dat gaan we gewoon ontzettend missen. De sprankelende, bruisende, brutale manier waarop hij naar je toe kwam en het gesprek vlot trok en echt boven water kreeg wat hij boven water wilde krijgen. En op die manier politiek heel dicht bij de mensen wist te brengen. Dat gaan we ontzettend missen in Gert-Jan. Leen. Ja, en als ik aan Gert-Jan denk, dan denk ik met name aan integer, aan betrouwbaar. En waarom denk ik daaraan? Omdat als ik geïnterviewd werd, dan was het altijd een moment van dat je kon zeggen wat je wilde zeggen. Dat Gert-Jan neutraal stond en dat hij dat uit je haalde, zodat je in ieder geval voor jouw partij goed uit de verf kon komen. Daar waardeer ik hem om. Twee weken terug of drie weken terug ben ik nog geweest bij Telstar thuis in de wijk. Ik heb genoten. Hij werd geëerd, heel terecht, over wat hij allemaal had gedaan voor School is Cool en al zijn andere activiteiten. Heel verdrietig allemaal, maar ook iedereen die je spreekt. Ik wens de familie heel veel sterkte, want het zal ontzettend gemist zijn. Maar ook voor ons. En ik wil hem gewoon bedanken voor alles wat hij heeft gedaan, postuum. Hij staat aan. Ja, als ik nou iets over Gert-Jan zou moeten zeggen, dan is wat mij vooral bijblijft dat Gert-Jan je erg hielp om je eigen podium te pakken. Ik weet nog heel goed het eerste debat in de verkiezingstijd. Het was toch allemaal best heel spannend. En dan met een vriendelijke lach en geruststellende woorden. Leidde hij dat debat heel goed. En liet die mensen ook echt tot hun recht komen. En dat deed hij, dat is ook hoe hij in de verslaggeving met raadsleden omging. En dat vind ik wel heel erg mooi aan hem. Dat is naar mijn idee ook hetgeen wat hij voor heel veel anderen ook heeft betekend. En dan denk ik vooral aan School is Cool en aan Telstar in de wijk. Hoe hij daar voor jongeren toch heel veel heeft betekend. Een eigen podium te pakken. Dankjewel, Gert-Jan. Ik heb Gert-Jan voor het eerst ontmoet in 1997 als actief lid van de Partij van de Arbeid. En bij elke verkiezing vond hij de afweging of hij zich wel of niet kandidaat zou stellen minder moeilijk. Want hoe moest hij dat nou combineren met al zijn andere maatschappelijke betrokkenheid? Een duizendpoot wordt hij genoemd. En terecht. Heel maatschappelijk en politiek vuil, zo kent Gert-Jan. Een man met een groot hart die geen nee kan zeggen als hij iets voor de samenleving kan betekenen. Zijn huiswerkbegeleiding heeft ook mijn kinderen geholpen. En met zijn School is Cool heeft hij een fantastische bijdrage geleverd. De ervaring kwam eigenlijk vorig jaar toen ik als steunraadslid voor de PvdA begon. Hij wist me direct op mijn gemak te stellen bij mijn eerste interview. En zelfs met de prikkelende vragen die daarna kwamen, me toch nog op mijn gemak te laten voelen. Dat was echt zijn kracht bij het interviewen tijdens de raadssessies. Ik heb Gert-Jan leren kennen tijdens een wedstrijd van Telstar in 2013. Een sociaal mens en altijd in voor een gezellige avond. Sindsdien hadden we ook een klik, zowel persoonlijk als vanwege onze maatschappelijke achtergrond. Activiteit en huiswerkbegeleiding als Telstar thuis in de wijk. Daar gingen we voor. Kinderen nummer 1 en plezier blijven met elkaar. Gert-Jan, dank voor al je inzet. Als raadsleden kennen we Gert-Jan natuurlijk als de interviewer die rondliep in de raadzaal op zoek naar raadsleden om een interview af te nemen na afloop van een bespreking. Het viel me altijd op dat Gert-Jan de raadstukken erg goed had gelezen. Soms nog beter dan sommige raadsleden dat gedaan hadden. Het was voor de interviewers wel fijn, want als je geïnterviewd werd en je kwam er even niet goed uit, dan kon hij je altijd nog met een paar woorden helpen, zodat het gesprek weer vlot getrokken werd. We gaan Gert-Jan ontzettend missen als de mens die hij was. Net als heel veel andere mensen waren we bij de fractie van D66 Velsen natuurlijk ook heel erg geschrokken en aangedaan vanwege het overlijden van Gert-Jan Huibens. Ik sta hier ook voor de raadzaal waar hij een veel geziene, maar ook heel erg graag geziene gast was. En met name als interviewer hier aanwezig was.
de kracht van Gert-Jan lag hem eigenlijk in dat hij met zijn humor en ook zijn informele stijl altijd heel erg goed tot de diepte wist te komen. En daarin werd hij ook heel erg gewaardeerd. Het was ook iemand die na de raadsvergadering altijd wel even wilde blijven om ook gewoon even na te praten. En ook wel zijn visie te geven op hoe hij vindt dat dingen gingen en hoe hij vond dat dingen moesten lopen. En dat was ook altijd heel erg prettig. Ik kende Gert-Jan zelf al voordat ik bij de gemeente kwam. En dat was eigenlijk als mijn economieleraar voor een jaar. En daarom was het ook wel extra prettig toen ik hier kwam, dat ik alvast een bekend gezicht had. En dan helemaal fijn natuurlijk als het zo vrolijk gezicht is als van Gert-Jan. Hij deed natuurlijk heel erg veel in de gemeente, niet alleen bij de gemeenteraad. Met name ken ik hem daarin van dat hij voor School School heel erg veel heeft betekend voor jongeren. Maar ook vanwege met zijn huiswerkbegeleiding en ook Telstar thuis in de wijk. Het was soms eigenlijk bizar ook om te zien hoeveel Gert-Jan deed en hoeveel hij tegelijkertijd kon doen. Dat gaat sowieso niet veel mensen hem meer nadoen. We zullen dus ook ontzettend missen in de gemeente en daar zullen wij absoluut niet de enige in zijn. Maar ik wil op deze manier ook met name namens de fractie van D66 Velsen heel erg veel sterkte wensen aan de familie en naasten van Gert-Jan Huibens. En ik hoop van harte dat ondanks deze hele gekke periode dat iedereen het toch is gelukt om een goed afscheid te nemen en het een plekje te geven. En daarom wens ik ook iedereen heel erg veel sterkte. Hallo allemaal. Wat is er te vertellen over Gert-Jan wat iemand nog niet weet? Ik kan me zo bedenken dat eigenlijk iedereen alles wel weet. Een duizendpoot die niet kon stilzitten. De gemeenteraad, als reporter, als interesse, als persoon. Seaport, RTV Seaport, Seaport TV, of hoe je het allemaal wil noemen. Telstar, jeugd in de wijk. Zandpoort, muziek met Full Count, die al een keer eerder zo hard getroffen is. De jeugd in Velsen, met sporten. De jeugd in Velsen, met zijn onderwijs, zijn hulp in het onderwijs. Gert-Jan heeft van velen wat toegevoegd in het leven. Ook voor mij, maar ook voor anderen. En dat is misschien nog wel belangrijker. Gert-Jan heeft ook heel veel meegemaakt in de afgelopen weken. Veel dingen die hij zelf misschien niet eens heeft kunnen weten. Die hij misschien zelf niet eens meer bewust heeft meegemaakt. Hard was het. Een boodschap over Gert-Jan die ziek werd. Gert-Jan die besmet was door het verschrikkelijke virus. De onzichtbare vijand. Harder was het nog dat Gert-Jan uiteindelijk in het ziekenhuis terecht kwam. En dan ga je uit van het beste en krijg je het slechtste. Naar, hard, onverwoestbaar, genadeloos. Onvoorstelbaar wat de familie moet meemaken. Onvoorstelbaar wat anderen moeten meemaken. In tegenstelling tot een van de zaken die mij is bijgebleven met Gert-Jan, is het verhaal over de Zandpoorts Feestweek. Ik was er zelf bij. Blaas het op zijn trombone in de aanval. Ringsteken. Rondje na rondje. Op de brommer. Met de ring, met zijn trombone. En winnen. Hopen dat hij kon winnen. En als dan puntje bij paaltje komt, is eigenlijk de ronde afgelopen. De ronde van Gert-Jan is voorbij. En dat spijt me. Dat doet iedereen veel pijn. Dat doet in ieder geval mij veel pijn. En met verdriet kijken we erop terug. Ik wens in ieder geval zijn familie heel veel sterkte. De kinderen heel veel sterkte. Maar met name ook iedereen die Gert-Jan natuurlijk heeft gekend. Iedereen zal een leegte voelen. Iedereen zal hem ergens missen. Is het in Zandpoort? Is het in Velsen? Is het in de raad? Is het privé? Zakelijk? Op Schoneberg? En ga zo maar door. Gert-Jan was overal. 2020 zou een mooi jaar moeten worden. Maar er is een grote, verdrietige domper opgetreden. Het coronavirus heeft Gert-Jan Huibels besmet. En dit verschrikkelijke virus heeft gezorgd dat Gert-Jan hieraan is overleden. Een icoon voor de Velsense samenleving is ons ontvallen. Gert-Jan was een en al enthousiasme, energie en een voorbeeld voor iedereen. Hij zette zich altijd in voor maatschappelijke activiteiten. Samen heb ik met Gert-Jan deel mogen uitmaken van het projectteam Mooi Zo Goed Zo in onze gemeente Velsen, waarvan wij vele, vele projecten tot stand hebben doen komen. Gert-Jan was de gedreven projectleider. Zijn gedrevenheid inspireerde iedereen om er vol tegenaan te gaan. Als raadslid heb ik Gert-Jan mee mogen maken als een politiek interviewer die altijd goed voorbereid was en zich verdiepte in de materie. Hij was een interviewer die neutraal was, maar als het nodig was, hard op de inhoud. Dat gaf een extra dimensie aan het interview.
En als je als raadslid overeind wilde blijven, dan moest je goed beslagen ter ijs komen. Naast al deze maatschappelijke en politieke zaken heb ik Gert-Jan leren kennen als een zeer goed mens. Die aandacht had voor iedereen en vooral voor de zwakkeren in de samenleving. Dit grote verlies hakte daarom ook enorm in. De fractie en steunfractie van LGV zullen Gert-Jan enorm missen. Gert-Jan. Ontzettend wat veel mooie woorden van allerlei politieke partijen uit de gemeente Velsen. En eigenlijk denk ik een beetje bij mezelf, Jelle, dit is toch eigenlijk niet normaal. We hebben het gewoon eigenlijk over politiek verslaggever. Maar de woorden, de mooie woorden, de liefdevolle woorden die de mensen over hem uitspreken, dat is buitengewoon. Ja, hij was een enorm sociaal man. Dat zie je overal terug. Een allemansvriend. Hij was het netwerk in Velsen. Ja. En ik denk als mochten wij ooit gaan en mensen zouden zo mooi over je praten. Ongelooflijk. Dan mag je, Gert-Jan. Ja, zeker. We naderen het einde van de uitzending. Dus wil je nog reageren? Heb je een mooie anekdote of een boodschap? Doe dat dan nu. Het maakt niet uit of het iets groots is, iets kleins. We kunnen het nu nog meenemen. Deel het via hashtag Gert-Jan of reageer op de Facebookpagina. Dat heeft Karin ter Horst ook gedaan. Die kwam 25 jaar geleden bij Gert-Jan in de straat wonen in de Velsenbroek. En ze schrijft dat Gert-Jan alle nieuwe buren al heel snel kende. En zorgde dat de buren daar in de straat ook met elkaar in contact kwamen. Dus dan zie je die netwerker zelfs bij hem in de straat. En wie ook in dezelfde periode in Gert-Jans leven kwam, was Fokke Zaagsma, verslaggever van de Muiden Courant. Misschien herinneren mensen dit zich nog. Die had in 2005 een rubriek over nieuwbouwbuurten in Velsen. Gert-Jan woonde toen net in de Velsenbroek. En Fokke die woonde net in IJmuiden bij de Dennekoplaan. En daar hadden ze een rubriek en die heette Over de Schutting. En daar is ook een leuke foto bij van Gert-Jan en Fokke. Hier kijken ze bij elkaar over de schutting. Dan nog. Heren en dames politici, we weten dat ze luisteren. Kijk even naar de volgende oproep die op Facebook wordt gedaan. Jaap Sluis die zegt, hopelijk brengt eerst de muziek een beetje tegemoetkoming en troost. Misschien dat mooie koepeltje in Zandpoort vernoemen naar Gert-Jan. Ja. Zou een mooi eerbetoon zijn. Dat is het koepeltje wat we net al hebben gezien. Ja, waar de bloemen lagen. Veel bloemen zijn er neergelegd. Gert-Jan zou dat bolwerk hebben voor die koepel. Heel interessant. Ja. We nemen het mee. Nog eentje. Ja. Gerard Visser, die zegt, gezien zijn enorme verdiensten voor de gemeente Velsen, zou ik het een prachtig gebaar vinden als de gemeente Velsen hem zou eren door een postuum te benoemen tot ereburger. Ja, ik deed met hem ook de televisieuitzending rondom de lintjesregen. Tijdens deze uitzending vraag ik me eigenlijk af, waarom heeft deze man geen lintje gekregen in al die jaren? Ja, het is nu te laat. Ja. Misschien is dit nog. Misschien, ik ben voor. Ik vind het een heel mooi initiatief. Een mooi bericht, Jelle, wat je gevonden hebt op internet. Straks nog een rondje. Zeker. Straks nog een rondje in het laatste onderdeel. Waar we straks naartoe gaan. Het laatste onderdeel wordt events. We zijn bijna aan het einde van het programma. Er zijn nog twee politieke partijen. Er zijn er nog twee die ook nog wat willen zeggen over Gert-Jan. Beste de Courant. Deed hij de vele verkiezingsdebatten. In maart 2014 stonden we zelfs samen op de voorpagina van de IJmuiden Courant. En dat zag er zo uit. Ik heb nog steeds de krant bewaard. Daar is hij. Gert-Jan, je bracht politiek in het nieuws. En jij bracht nieuwsgierigheid, scherpte en humor en inzicht in de politiek. We gaan je daarom ontzettend missen. Iedereen heel veel sterkte. Namens Velsen Lokaal mag ik vertellen wie Gert-Jan van ons was, wat wij voor herinneringen aan hem hebben. Is lastig genoeg, want we hebben als partij met vijf, zes leden in de gemeenteraad. Allemaal onze eigen ervaring met Gert-Jan. Hij is zo veelzijdig, heeft zoveel kanten, zoveel laten zien.
dat ik onmogelijk namens de hele partij kan spreken. Dus ik ga me vanavond beperken tot mijn eigen herinneringen en eigen ervaringen. En in 2 minuten tijd is dat al lastig genoeg. Ik weet nog heel goed dat ik hem 1 jaar of 10 geleden leerde kennen voor het eerst. Aan tafel in de bibliotheek bij de verkiezingen 2010. En toen was er een item, had hij bedacht. Vader en zoon in de gemeenteraad. Nou, dat is mijn eerste kennismaking. Ja, en daarna hebben we hem gezien als een man die met zoveel passie en bevlogenheid en betrokkenheid ook bij de raad elke interviews weer goed over de steek wist te trekken. Hij gaf altijd net die extra vraag, die vraag die eigenlijk niemand durft te stellen voor je gevoel, met dan een soort beetje guitige, brutale blik in zijn ogen. En dat durfde hij hem toch te vragen. En dan was je als raadslid altijd wel genegen om zo'n toch antwoord te geven op een vraag die misschien net niet kon of op het randje was. Of je ging dan zoeken naar wat je dan wel kon zeggen. En zo was hij ook. Hij was ook over te vinden. Hij liep altijd met zijn telefoon rond. En had daardoor heel veel waardering bij de raadsleden opgehaald. En dat uit zich ook weer. Dat als hij aan het optreden was met full count, dat heel veel raadsleden kwamen kijken bij hem en zijn bandje. En op die manier ondersteunen. Ja, het gaat nu te ver om alle anekdotes en ervaringen te delen. Ik ben blij hem gekend te hebben. Ik vind het verschrikkelijk. Namens de hele partij Velsenlokaal. Verschrikkelijk dat wij hem kwijt zijn. We gaan hem heel erg missen, dat weet ik zeker. En we wensen nabestaanden en vrienden alle sterkte in de komende tijd om een leven zonder hem op te bouwen. Dank namens Velsenlokaal. Dat waren even de politieke partijen die ook absoluut wat over Gert-Jan wilden zeggen. Kijk even naar een filmpje. Dat gaf mij dan weer even de tijd om natuurlijk ook de social media te checken. Kwam ik nog even een berichtje tegen van Ed van Steenkisten. Vind ik nog wel even het vernoemen waard. Hij zegt, het was een eer om deze man voor mijn camera te zien. Zeg ik als oud-cameraman van Seaport TV. Ed van Steenkisten, hartstikke lief voor deze reactie. En deze komt ook zeker aan bij de familie. Dit politieke blokje is bijna afgesloten. Natuurlijk missen we nog 1 hele belangrijke man van de gemeente Velsen. De burgemeester, ook hij wil wat zeggen. Natuurlijk heeft Gert-Jan hem heel vaak voor de camera en voor de microfoon gehad. En dan heb ik het natuurlijk over burgemeester Frank Dales. Gert-Jan was nieuwsgierig. Niet in de negatieve zin van het woord, van alsmaar doorvragen en kijken of hij een nieuwtje kon pakken. Gert-Jan was nieuwsgierig naar de mens. Achter de persoon. Gert-Jan wilde oprecht weten wat er in je omging. Wat je bewoog. Wat je motivatie was. Wat je ambities waren, wat je dromen waren. En zo benaderde hij ook de gemeenteraadsleden tijdens zijn interviews. Niet op een valse manier, niet om ze in de val te lokken, maar om de mens achter de politicus te vinden. En zo kreeg hij de mooiste reacties van de gemeenteraadsleden tijdens zijn interviews met hen. Hij maakte indruk. Ikzelf ken Gert-Jan slechts 4 jaar. Hij was een van de eerste mensen die ik sprak toen ik benoemd werd als burgemeester. Hij was een van de eerste die mij interviewde. Ook weer met nieuwsgierige vragen. Gert-Jan kwam ik altijd toevallig weer ergens tegen. En dan maakten we altijd een praatje. Gert-Jan kon je vertrouwen. Als hij mij iets vroeg, maar achtergrondinformatie of wat dan ook, dan wist ik dat als ik hem iets vertelde, dat het een vertrouwde hand was. Gert-Jan was iemand met wie je graag een biertje zou willen drinken. En mee een praatje zou willen maken. Heb ik ook een paar keer gedaan. En dan kwam Gert-Jan met zijn nieuwsgierige vragen. Om te proberen de mens achter Frank Dales te vinden. Het voelde heel goed.
Het voelde warm. Het voelde vertrouwd. Wat zullen wij Gert-Jan missen? Wat zal ik Gert-Jan missen? Ja, mooie woorden van een toch wel zichtbaar geëmotioneerde burgemeester Frank Dales. Ik zag hem ook nog even slikken als je het dan over Gert-Jan heeft. Wat me toch wel opvalt is, Friso, bij Gert-Jan nooit dubbele agenda's, geen valhuiken. Vooral het eerlijke verhaal. En het komt absoluut nu keihard terug, hè? Ja. Pieter de Waard zei net bij het weggaan, hij roddelde nooit over mensen. Nee. Hij was, het was gewoon puur oprecht, geïnteresseerd. En ja, dat maakte hem ook heel echt. En dat vond ik heel bijzonder aan Gert-Jan. Absoluut. Het bijzonder aan Gert-Jan waren natuurlijk ook. En dan wil ik echt doorgaan naar het volgende thema. Want jongen, jongen, wat lopen we uit. Maar weet je, Gert-Jan, dat deed jij ook altijd. Dus waarom wij niet op jou, in jouw laatste programma? Evenementen, Friso, want die mogen we niet vergeten. Nee, absoluut niet. Het is ook een rode draad in het leven van Gert-Jan geweest. Hè. Ik kan me herinneren, 15 jaar geleden gaf mijn vader les op het Sancta Maria in Heemstede, op Haarlem-Zuid is het volgens mij, officieel. En Gert-Jan werkte daar ook. En in een van die eerste jaren zijn zij erin geslaagd om Van Dikhout naar een schoolfeest te halen. Dat was precies dus 25 jaar geleden. Het was in de tijd dat Stil in Mei een hit werd. Dus ze hadden een hele goede set gedaan door Van Dikhout te boeken voor het schoolfeest. Ik was daarbij als relatief jongeling natuurlijk nog. En ja, dat was de eerste kennismaking met Gert-Jan. En vanaf dat moment altijd en overal op de evenementen, vooral in Velsen uiteraard, Bekensteinpop, nou, Koninginnenpop. Maar ja, Dennis, daar heb jij hem natuurlijk ook, daar heb jij hem leren kennen volgens mij. Ja. Ja. Ja, heb ik hem persoonlijk leren kennen, want hij was daarvoor al eigenlijk de man. Hij is een paar jaar ouder dan ik, of was een paar jaar ouder dan ik, die al op een podium stond op te treden. Tijdens de Zandpoortse Feestweek, die toen nog heette. En toen keek ik eigenlijk al naar hem op. Het was een voorbeeld. Want wat hij deed, ja, daar droomde ik toen alleen nog maar van. Ik had ook nooit verwacht dat ik dan in de evenementen door zou gaan. En ik heb wel eens met hem gesproken, dat hij had opgetreden. En dan was hij altijd heel bescheiden. Maar goed, dat is al een paar keer naar voren gekomen. En op een gegeven moment, ik ging altijd naar Koninginnenpop. Want ja, god, dat was het enige, Zandpoort Zuid, dat was het enige wat er in Zandpoort Zuid te doen was één keer in het jaar. En daar stond hij, naast dat hij voorzitter was, stond hij daar ook op het podium. En er is net ook al gezegd, de manier waarop hij letterlijk en figuurlijk een podium pakte, dat was met charme. Maar ook soms wel een beetje heel energiek, dus ook soms wel een beetje stuntelig leek het. Maar hij wist verdomd goed waar hij mee bezig was. En ik heb er wel een mooi voorbeeldje van, uit de oude doos hebben we een filmpje waarin hij de oprichter van Koninginnenpop bedankt. En die zou ik graag, als de regie hem zou willen instarten, dan... Twee zoons had, die allebei muziek maakten, je hebt er meer, maar die meer kinderen, maar twee zoons maakten muziek. En jij vond dat er toch meer ruimte moest zijn voor muziek in de regio. Ik vond dat ik in de regio kwam. En dat is een beetje uitgegroeid. Uitgegroeid tot wat het nu is, Koninginnenpop. En ik ben ontzettend blij dat het is voor mij de grootste beloning. Dat het voortgezet wordt door de nieuwe ploeg. Die er lekker jong tegenaan gaat. Dames en heren, geef een waanzinnig applaus voor Sven aanwezig. Want Jo Witteman heeft Koninginnenpop opgericht en groot gemaakt. Tot de missie van nu. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is mooi, want dan zie je inderdaad, hij staat met een microfoon en hij staat met een bos bloemen. En hij weet precies wat hij vraagt. Ben je niet jaloers op hoe ontspannen die, ach, al die filmpjes die we nu voorbij hebben zien komen. Het is onvoorstelbaar hoe ontspannen die, die presentatie dingen doet. Het is ongelooflijk, hè? Hij kwam ook, dat vond ik ook zo mooi, en dat is eigenlijk ook al, zijn bescheidenheid is ook al geroemd. En ik kan me nog heel goed herinneren dat hij mij dus met Koninginnenpop vroeg om voorzitter te worden. Hij was voorzitter van Koninginnenpop en ik was echt een broekie. En hij vroeg van, vind jij het niet leuk om voorzitter te worden? Dus ook zijn eigen positie maakte hem op dat moment helemaal niks meer uit. Weet je, had zoiets van, als jij dat leuk vindt, mag je kon heel moeilijk nee zeggen ook tegen. Ja, als je dat vroeg, dan in zijn enthousiasme, dan was het ook echt van, dan ik heb geen keus, ik doe het. Ja. Dus, maar dan zat je bijvoorbeeld aan zo'n vergadertafel en dan zat daar de technicus en de programmeur. Maar ook de voorzitter van de Oranjevereniging. En dat was geloof ik
iemand, dat was echt een houten betoot. Mm-hmm. En daar zat ook de penningmeester. En hij sprak tegen iedereen gewoon op exact dezelfde manier. Mm-hmm. Gert-Jan was Gert-Jan. En dat was, hij sprak niet anders tegen de voorzitter dan tegen de horecaondernemer die daar zijn centjes moest verdienen. En dat is mooi. Ja. Veel van geleerd. En het in het iets meer recente verleden ook nog met het te maken had met Havenfestival. Ja. In de Muiden. Jullie producent. En volgens mij was er iets met een presentator die niet kon komen vorig jaar op het podium. Ja, dat was... Co Vastenhouw was dat. Die was ziek. En Gert-Jan stond er namens Telstar. En, die stond gewoon in de kraam shirts te verkopen van Telstra en Telstra thuis in de wijk aan te prijzen. Ja, precies. En ik stond mezelf een beetje te verdedigen tussen producent zijn en presentator. En dat werkte natuurlijk voor een meter, want je moet natuurlijk ook de aandacht hebben voor al die acts op dat podium, op het hoofdpodium. Dus ik zei tegen Gert-Jan, ja, klinkt heel gek, maar kan jij niet? Ja, tuurlijk. Ja. Want hij kon ook moeilijk nee zeggen. Ja. Dus hij ging dat doen. En toen zei ik nog tegen hem, ik zei, nou even een tip, want Co Vastenhouw die deed het altijd vlak voordat de act dan opging. Dan had hij dan een aantal vragen van, god, wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie al, waar komen jullie vandaan, wat spelen jullie precies? Dus ik zei nog tegen hem, ik zei, nou dan moet je dan even van tevoren vragen. Nou, zegt Gert-Jan, dat hoeft voor mij niet. En hij heeft werkelijk waar in 2 dagen tijd, ik denk meer dan 25 acts aangekondigd, zonder dat hij 1 vraag heeft gesteld aan de act. Hij ging op. En dan zei hij letterlijk, goedenavond allemaal aan Muiden. De volgende act die we gaan bekijken zijn allemaal Zandpoortjes. We zien daar natuurlijk op saxofoon Gerard van Lent. Hij kende iedereen. En, ja, geweldig. Ja, en dan zei hij, veel plezier met de Van Lent Band. Ja. En dat deed hij gewoon 20, 25 keer achter elkaar. Zonder briefje. En nou zitten we in het jaar 2020. Het had natuurlijk een ongelooflijk mooi evenementenjaar moeten worden. De kans dat het anders loopt is vrij groot. Maar ook het overlijden van Gert-Jan hakte natuurlijk bij ons enorm in. Hè. Wij werken veel met elkaar samen aan pre-sale. Maar ook Thijs, die hier ook aanwezig is, zit in het projectteam. De cirkel zou bijna rond geweest zijn. Ik begon met dat Van Dikhout verhaal. En er was een heel mooi plan. Er is een heel mooi plan om het gedachtegoed van Bekenstein Pop een plekje te geven op pre-sale Havenfestival. Ja. He, die plannen waren heel ver gevorderd. En Gert-Jan heeft daar ook over meegedacht. Om dat van de grond te krijgen. Maar zeker ook Thijs. Als het dit jaar niet gaat lukken. Dan moeten we denk ik met elkaar wel nadenken. Dat we volgend jaar daar iets heel moois mee gaan doen. Ja, zeker. Zeker Friso. Ja, we gaan alsnog zorgen dat die cirkel... Absoluut. Rondgaat. En ondanks het feit dat, ze staan hier tegenover, want dan kan de kijker niet zien, de twee zoons. En met Thijs werken natuurlijk samen, maar wij hebben het er al stiekem een beetje over gehad. Dat er natuurlijk wel iets heel moois moet komen, ook live, als het weer kan. Mm. Voor Gert-Jan en door Velsenaren en met zijn zoon, met de aanvoerdersband. Zullen we nu afspreken dat we dat met elkaar bewaken? Dat we dat gaan doen? Nou, doen we. Volgens mij, ik weet niet of dat nog gaat gebeuren, maar er zijn ook nog het Ramsespodium. Ja, zeker. Ja. En zou er ook nog ingebeld worden door niemand minder dan de voorzitter van de Raverijvereniging, meneer Bas Kunst. Ja, die gaan wij zo spreken. Over okay. Dat Ramsespodium inderdaad. Daar hebben we het al even over gehad. Kijk eens hier. Nou, ja, mooi hè. Moet ik meer uitleggen? Ja, ja dat waren er wel een paar duizend. Ja, ja. Schitterend. En... dit vind ik trouwens ook een prachtige foto, hè? Want hier zit dan Daan van Putten aan de linkerkant, die hem natuurlijk al een aantal jaren hielp. Daar zit Mimo, die jarenlang natuurlijk de horecaondernemer is geweest van Ramses. En Osama zit er achterin, die de horecaonderneming heeft overgenomen. En Gert-Jan, die gewoon van A tot Z, van alle bands, alle acts, maar ook het podium, het licht, het geluid, het decor. Hij bepaalde alles en dat deed hij gewoon. Fantastisch. En Dennis, wat is nou het typerende dan van Gert-Jan? Want er zijn verschillende podia, verschillende behoeftes. Wat maakt het Ramsespodium? Wat maakt het Ramsespodium nou typisch een Gert-Jan Huibers plekje? Wat voor soort muziek? Wat was de sfeer daar? Dat was niet de Van Dikhout zagen we een planken muziek. Dat was niet wat je bijvoorbeeld de top 40 showbands die je dan bij een Bartje tegenkwam. Of de laatste jaren bij de Wilderman de wat meer Nederlandstalige gezellige muziek. Het was muzikantenmuziek. Ja. Het was muzikantenmuziek. Dus het kon funk, soul, jazz. Maar bijvoorbeeld ook Dirk-Jan Fennek, Boekie Woekie. Ja. Een hele avond Boekie Woekie. En dat durfde hij te doen. En daar was gewoon publiek voor. En dat improvisatie? Ja, dat snapte hij. Ja. Dat daar moest en daar. Ja, absoluut. We gaan hem missen. Zeker. Zonder meer. Ja.
Mag ik nog heel kort het moment even pakken om jullie allemaal te bedanken voor een prachtig mooie avond. Ik ben hier vanaf 6:45 binnen. Ik heb het helemaal gevolgd. Het is ongelooflijk wat jullie met de vrijwilligers van Seaboard hebben neergezet. En ik vind het ongelooflijk bijzonder dat Thijs en Huub hier een actieve rol in hebben gehad. Ik twitterde het net al. Ik weet zeker dat Gert-Jan heel trots geweest zou zijn op jullie allemaal. En prachtig gemaakt. Kan ik me alleen maar bij aansluiten, jongens. Genoten vanavond. Nou, ik zou zeggen, applaus. We zijn hier met een hele crew. Applausje voor de crew. Hierachter. En wat inderdaad heel bijzonder is, de kinderen van Gert-Jan, Thijs en Huub. Huub achter de camera, Thijs als opnameleider. Hoe gaaf is het dat die jongens het laatste programma van Gert-Jan meehelpen. Ja. Hartstikke goed, jongens. Dankjewel. Dankjewel voor jullie komst en voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Gert-Jan was creatief, zeker in, als het gaat om evenementen. Nog een hele creatieve producent is Cool Productions. Die kent u misschien van onder andere, ze doen heel veel, maar onder andere de grote kerstshow over een groot evenement gesproken ondertussen hier in de gemeente Velsen. Die hebben een video, Bloedend Hart. En ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Kijk eens door de ramen en ik krap wat aan mijn kont. Ik zie niets en ik hoor niets. Mijn hoofd zit vol met smaak. Ik voel alleen het bloeden, het bloeden, bloeden van mijn hart. Het bloedend hart. Heb ik dat nou? Bloedend, bloedend, bloedend hart. Een bloedend hart alleen om jou. Bloedend, bloedend, bloedend hart. Is het echt over nou? Bloedend, bloedend, bloedend hart. Jij mooie vrouw, jij lieve vrouw. Alleen jij kan me helpen. Maar je bent er niet. Of niet? Kijk wat voor me uit. Ik neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit. Ik sta op, ik ga naar bed, omdat dat zou moeten. Ik wacht op wat gaat komen als ik ben leeggebloed. Heb ik dat nou? Bloedend, bloedend, bloedend hart. Een bloedend hart alleen om jou. Bloedend, bloedend, bloedend hart. Is het echt over nou? Bloedend, bloedend, bloedend hart. Jij allemachtig mooie vrouw. Alleen jij kan me helpen. Maar je bent er niet, oh mij niet te stelpen, bloedend hart. Ik doe niets en ik doe niets, ik kijk wat voor me uit. Neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit. Ik sta op, ik ga naar bed. Omdat dat zou doen, ik wacht op wat gaat komen, als ik ben leeggebloed. Cool Productions, goed gedaan jongens, dank jullie wel, speciaal voor Gert-Jan. Aan de telefoon, het is al zoveel benoemd, Zandpoort, en dan met name ook die ene week. Beter bekend als de feestweek van Zandpoort. Maar als ik dat tegen hem zeg, zegt hij, nou Mark, het is net even anders. Het is de harddraverijvereniging Zandpoort. De voorzitter aan de telefoon, Bas Kuns. Goedenavond. Goedenavond, Mark. Bas. Allereerst even, mag ik allereerst zeggen dat het een waanzinnig mooie uitzending is. Natuurlijk, lief, dank je wel. En
ook wij zijn heel erg blij dat het op deze manier uit de verf komt. Maar natuurlijk fijn dat iedereen er is en dat jij er bent, Bas. Want jij kende Gert-Jan natuurlijk heel erg goed, ook vooral van het dorp, hè? Ja, ik ken hem eigenlijk koninginnenpop uit die tijd al. En door het dorp in. Ik heb natuurlijk door de jaren heen nu een 15-tal jaar in de Harddraafse reisvereniging. Prachtig mooi. Ja. Het dorp waar jij zoveel bent, waar Gert-Jan zoveel was. Je gaat hem niet meer tegenkomen. Hoe is dat? Nee, het is leegte. Het mooie is dat het bolwerk zal Gert-Jan voor eeuwig een stukje positioneren. Ik doe toch ook even de muziektent waar jullie het net over hadden. Dat is een monument voor Aard Aarts. Natuurlijk. Ook een van de ontvallenden van het dorp. En die Aard Aarts Foundation heeft jaren gevochten om die daar te krijgen. En ik vind het prachtig dat die nu die functie ook inderdaad van de Bloemenzee voor Gert-Jan heeft. Dat is ook zo, Bas. Dank je wel eigenlijk. Meteen hebben we als antwoord daarop. Gaan we gauw op zoek naar iets anders voor Gert-Jan. Hoe vind je die in Zandpoort? Ja, er zijn al meerdere mensen, maar daar moet ik met Nimo en Osama over hebben. Ja. Die mij hebben geadviseerd. Maak van het Ramsespodium het Gert-Jan Huibens podium. Wauw. En ik denk dat daar veel mensen voor open zijn. Wauw, die is mooi, Bas. Wat goed, dank je wel. Je had het net even over advies. Ik maak toch even het bruggetje. Jij zat ook in het raad van advies van Seaport. Had jij ook veel met Gert-Jan van doen, hè? Ja, Gert-Jan, die is open. Nou, we hebben het vanavond eigenlijk allemaal langs horen komen. Hij is enthousiast. Hij brengt ideeën binnen. En zo ook toen ik ooit gevraagd werd om even mee te kijken van hoe kunnen we Seaport nieuw leven inblazen. Ja, toen was Gert-Jan natuurlijk daar ook om daarover te praten. Ja. En wat is er uitgekomen? Nou, een hele bobbelige weg, zoals we allemaal weten. En het is verschrikkelijk. En ik weet dat Theo Koster het in het krantenstuk gemeld had. Dat op de dag dat zijn laatste interview was, de budgetten goedgekeurd werden. Dat het nieuwe bestuur eindelijk in zijn volle kracht vooruit kan met Seaport. En dat al die ideeën verwezenlijk kunnen worden. En dat moeten we zonder Gert-Jan doen. Wat prachtig dat dat inderdaad op die 12e maart, dat hij dat nog meegenomen heeft. Sowieso knap hoe je na 18 jaar bij zo'n lokale omroep nog steeds gedreven was voor die voortgang van de toekomst. Want gedreven was hij toch, Bas? Ja, ik denk bijna alle interviews vanavond wel hebben het aangegeven. Een duizendpoot met een energie van 50 mensen tegelijk. Die continu bezig was met positioneren, met het laten zien. Hoe kan het anders? Er is maar één iemand die zo gedreven was en dat is Gert-Jan. Dankjewel, Bas. Ook mooie woorden van jou. Ik zei het net al. Als ik het over jou heb, heb ik het natuurlijk over de Zandpoortse feestweek. Zoals veel Velsenaren die ik kennen. Wij hebben nog heel mooi beeldmateriaal van Gert-Jan. Uiteraard in die week. Durf je het aan om die aan te kondigen? Stukje met Gert-Jan erin van jullie week. Ja, het is vanavond ook al genoemd. Een van de politieke partijen noemde Gert-Jan. Was aanwezig, Gert-Jan deed mee, Gert-Jan adviseerde ons, Gert-Jan heeft een heel nieuw muziekconcept bij het Ramsespodium, zoals net besproken, is neergezet. Maar Gert-Jan was ook gewoon ludiek in zijn deelname. En ik denk dat we dat nu op de filmpjes gaan zien. Helemaal zoals we gewend zijn voor Koelkast. Oh! En nummer 38. Mooie beelden van het Dorpsfeest van Zandpoort. En Bas, bedankt voor je mooie woorden.
We hebben het in dit stukje over evenementen. En als ik evenementen zeg in de gemeente Velsen, natuurlijk zeg ik dan Ron Mellies. Want jij kent die Gert-Jan ook. En voornamelijk van Bekensteinpop, hè Ron? Ja, als in eerste instantie wel, ja. 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 Vertel eens, Gert-Jan, wat had jij met Gert-Jan? Wat vond jij van Gert-Jan? Wat vond ik van Gert-Jan? Ja, nou ja, dat ik hem leerde kennen is dat hij was toen bij Koninginnenpop is al genoemd. Toen was hij de charge zitten. Voor de presentator was Martin. Die kwam aan van, nou ja, ik heb, misschien moeten we hem vragen of hij bij Bekenstein wil komen. Ja, en sindsdien heb ik hem leren kennen. Als, ja, en hij was natuurlijk super enthousiast elke keer. Dus het was gewoon één blok energie wat op het podium stond elke keer als hij een beetje moest aankondigen of verhalen moest vertellen. En ja, dat was, zo heb ik hem leren kennen, ja. Nou, waar bleek die enthousiasme uit? Wat zeg jij? Waar bleek die enthousiasme uit? Vooral als ik kijk naar Bekensteinpop? Ja, vooral de manier waarop hij mensen aankondigde en of een praatje kon maken tussendoor. Eventjes, weet je wel, later gingen we allemaal, dat we ook concerten gingen organiseren in het theater met de aankondigingen. Die is ook heel lang bij betrokken geweest. En de radio natuurlijk, dat we met Backstage begonnen zijn. Is hij, dus het was continu de volle energie en het enthousiasme waar hij ermee indook. Ja. En dat was wel het mooiste eigenlijk. Ja. Wie gaan we missen, Ron? Wie we gaan missen? Ja. Wat voor persoon? Ja. Ja, een vol enthousiast persoon die overal enthousiast over was en vaak wel interesse had. Ja. En ook in de muziek voornamelijk. Ik heb het natuurlijk vooral in de begintijd met hem meegemaakt. De laatste jaren niet zo gek veel meer. Maar ik heb het natuurlijk wel gevolgd. Maar vooral het enthousiasme wat hij elke keer had. We zullen doorgaan ook in dit programma. Gert-Jan is er nou niet meer. Jij hebt veel met evenementen te maken. Gaat dat door? Zijn er weer mensen nodig? Hoe gaan we dit voortzetten, Ron? Ja, nee, ik heb Bekensteinpop dat poppetaat niet meer. Nee. Dus dat, helaas. Dus dat, ja, dat moet een nieuwe, laten we zo zeggen, dat moet een nieuwe generatie er even oppakken. Ja. Dus ik hoop dat er een nieuwe generatie bestaat die dat allemaal op willen pakken. Fijn. Dankjewel, Ron, dat je in de uitzending wilde komen. Ja. En we gaan hem missen, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Tuurlijk, absoluut. Fijn, Ron, dank je wel. En ook, net als voor iedereen sterk de komende periode. Ron Mellies. Ja, oké, dank je wel. Jelle, ja. Het laatste blokje. En dat betekent ook het laatste thema en het laatste blokje social media, denk ik. Ja, zeker. En ook mensen blijven reageren met hun herinneringen over Gert-Jan. Vooral passend bij het laatste thema op het podium, achter het podium, bij evenementen. Bijvoorbeeld Yvonne, die herkent of denkt nog aan Gert-Jan toen hij in de Zandpoortse bar de Old Smugglers, ik ken het eigenlijk niet. Weet jij dat? Heb je dat van gehoord? Nee. Nou. In 1978, dus dat is alweer een hele tijd geleden. Jack Zwart herinnert Gert-Jan ook nog uit de discotheek Asterix. Daarna Bekensteinpop voor de schermen, achter de schermen. Hij zegt dat hij heel wat anekdotes te vertellen heeft, maar nu niet. Nou ja, misschien voor later dan. Deel ze nog, zou ik zeggen. Wouter Peters herinnert Gert-Jan als presentator van Bekensteinpop. Met een stem die iedereen die nog wat zou hebben kunnen indompelen, meteen bij de les haalde. Nou ja, zo kennen we Gert-Jan ook. Zijn energie straalde die natuurlijk naar iedereen uit en iedereen nam dat over. Ontzettend aardige man ook, zegt hij daarbij. Tot slot, de laatste is een herinnering die Arthur deelt uit 1979. Ze zaten toen samen op school en bij de sportdag en hij stuurde daarvoor deze foto. Mooie foto, ja. Een tijd geleden in het zwart-wit met een hele jonge Gert-Jan. Jelle, dat was hem.
Zeker. Dit kon je nog doen. Eén keer voor Gert-Jan. Jij stond naast mij zoals jij naast Gert-Jan stond tijdens de, onder andere tijdens de ontbijtshow na de gemeenteraadsverkiezingen, de uitslagenochtend. Wat fijn dat je er was bij deze lokale club, bij deze lokale familie. Jou horen erbij. Dank daarvoor. Thanks. Dankjewel. Jij ook. We zijn bijna bij het einde van het programma. We zagen het net al eventjes. Cool Productions. Ook heel mooi om dat nog even in het einde te verwerken. Die hebben wat voor te dragen. Een prachtig mooi gedicht van Cool Productions. De klank van jouw naam blijft in Velsen weer klinken. De naam van een man als melodie van een stad. Jouw lied hoort erbij als het strand en de schepen die onverhoopt zinken. Maar jij blijft gedreven in nalatenschap. De klank van jouw naam blijft in Velsen weer klinken. De naam van een man als inspirerende toon. Jouw ritme blijft stuwen en swingen en golven. Die gedachten verzinken. Wat blijf jij gedreven in nalatenschap. De klank van jouw naam blijft in Velsen weer klinken. De naam van een man, consonant, harmonieus. Jouw stem, die zoekt naar verbinding, is sterk, in Velsen verzonken. Dus jij blijft gedreven in nalatenschap. Prachtig, mooi gedicht van Cool Productions. Mooi gedaan en een passend mooie afsluiter van dit programma. Een programma ter nagedachtenis aan Gert-Jan. Zijn we gruwelijk uitgelopen, maar wat hadden we mooie verhalen en wat hadden we mooie berichten over Gert-Jan. En ook dapper van jou dat jij hier aan meegewerkt hebt samen met je hele familie. Thijs, zoon van Gert-Jan. Een week hard gewerkt. En dit is het eindresultaat. Hoe gaat het met jou? Het is heel bijzonder, heel gek. Dit is een situatie die niet vergelijkbaar is met welke andere situatie die ik in ieder geval meegemaakt heb. Zowel wereldwijd staat de wereld op zijn kop en zowel heel persoonlijk staat de wereld op zijn kop. Want ik heb afscheid moeten nemen van mijn grote voorbeeld. En dat ga ik heel erg missen. En het is bijzonder om hierbij te zijn vanavond en hier naar meegewerkt te hebben. Hij zelf was heel bescheiden, dus hij zal het waarschijnlijk niet eens zo heel fijn hebben gevonden om bijna 3 uur lang live tv over hem persoonlijk te hebben. Maar zoals ik de verhalen hoor, heeft hij dat verdiend. En ik leer ook nog steeds heel veel van hem. Door de verhalen van mensen die hem kenden voordat ik er was. En het is bijna ongemakkelijk om dan zo mooie woorden te horen. Terwijl er ook heel veel andere mensen zijn die mensen hebben verloren. En daar zijn wij als familie ook heel erg bewust van. En we zijn als familie heel erg blij met alle reacties. We halen heel veel steun uit alle reacties. De hele familie voelt weinig verdriet. We voelen meer liefde en meer. De verdriet, dat komt ook zeker nog wel. En dat is er ook wel. Maar voornamelijk de warme reacties van iedereen. En de inzet die mensen tonen. Die inzet die Seaport heeft getoond om eigenlijk een week fulltime hier aan te werken. Alle instarts, alle filmpjes, alle reacties. Alle mensen die bij betrokken zijn. En dat is heel bijzonder en gek. Vroeger als kind vond ik het heel normaal om mijn vader op tv te zien, want hij was een celebrity. Maar nu weet ik wel dat het toch wel heel bijzonder is hoeveel aandacht hij krijgt. De vraag werd gesteld aan mij en aan ons. Wil je dat doen? Natuurlijk wilden we dit doen. Want het is niet logisch dat jullie het doen. Ja, Thijs, het is wel logisch dat we dit doen. Die man heeft zoveel voor de omroep betekend, voor mensen betekend. Dit is ook niet normaal dat het gebeurt. Dus dat mensen dit doen, is ontzettend. En mijn respect van ons naar jullie. Want jullie konden er niet bij dat hij in het ziekenhuis lag. De uitvaart is zeer klein geweest. Niet zoals het had moeten gaan. Vervolgens komt er een week waarin je eigenlijk plaats zou moeten krijgen voor rouwen. Ook daarin hebben jullie keihard gewerkt. Om in de woorden van Rutte te spreken, hou vol. Dat heb ik ook tegen jullie gezegd, om dit mooie document te maken. Want potverdikkie, wat is het gelukt? En ik denk wel dat er nu een periode komt waarin jullie misschien wat rust mogen pakken. Er is veel over jullie heen gekomen. Dank daarvoor. Er is ruimte geweest voor een traan en voor een lach. Ja. Maar vooral ruimte voor de toekomst.
Want dat wilde jij nog even meegeven. Ja, er is ruimte voor die toekomst. Want wat ga je allemaal nog doen, Thijs? Het meeste is al genoemd. En veel van zijn activiteiten, die heeft hij ook tijdens zijn carrière al heel vaak proberen weg te schuiven naar talentvolle mensen die, waarvan hij inzag dat die het met een goed hart zouden doen. En heel veel van die projecten gaan nog steeds door. Daar ben ik heel blij mee te zien. En heel veel mensen krijgen ook inspiratie van hem. Zo ik ook. Er werd door Dennis en Vries ook genoemd. We gaan iets moois maken. En dit evenementenjaar, dit jaar is al heel lastig. Maar zeker daarna gaan we daarmee door. En studie, ga door. Ja, natuurlijk. Had hij graag gezien dat ik mijn diploma haalde. Maar dat ga ik ook nog wel doen. Ja. Maar daarnaast blijf ik ook ondernemen, net zoals hij dat deed. En zijn ondernemersgeest en zijn visie, die blijft gewoon doorgaan. Al moet ik dat in mijn eentje doen. Daar ga ik zeker mee door. En bijzonder. Die oude is trots op je. Gelukkig heeft hij nooit, heeft hij daar nooit moeilijk over gedaan om dat te uiten. Hij heeft altijd gezegd dat hij trots was. En ik heb ook altijd gezegd wat hij voor mij betekende. En we hebben hem niet meer gesproken, want hij is heel snel in slaap gebracht. Op het moment dat hij in het ziekenhuis kwam. En we weten ook dat hij niet meer bewust was. Hij heeft niet extra geleden, zwaar gehad. Ik was erbij toen hij daadwerkelijk stierf. Maar hij was niet meer aanspreekbaar. Maar ik had ook niet het idee dat er nog woorden uitgesproken moesten worden. Want alles is door de jaren wel gezegd. En ik weet al waar hij voor stond en dat ga ik gewoon doorzetten. Mooi. We kijken nog even om ons heen in dit decor. Mooie foto's. Het zijn vriendelijke foto's van een vriendelijke man. Ja. Hebben we alles besproken? Is alles gezegd? Er is wel heel veel gezegd. En dat is voor een groot deel ook de persoon die ik kende buiten alle aandacht. En hoe die op de bank thuis was, zeg maar. En ik ben wel blij om te zien dat heel veel mensen een mooi beeld van hem hebben gehad. Die in mijn ogen ook wel klopt. En ik zie ook in elke foto, zie ik ook gewoon mijn vader. Ik zie nergens een showman. Ik zie, dit is mijn vader, ook al heeft hij een trombone vast. Ook staat hij op het podium. Hij is altijd zichzelf, ook als hij met een support microfoon staat. En het was gewoon fijn om hem even, dat filmpje, het mooiste moment van de uitzending, op een of andere manier vond ik het filmpje van de Raadsplein TV, dat hij, je hoort hem praten alsof ik hem vanavond nog even kan opbellen om te vertellen hoe, wat voor een bijzondere dag het was. En zo praat hij. En tegelijkertijd was het ook heel erg eng om te beseffen dat zijn laatste aankondiging, dat het laatste aankondiging was. En dat ik hem alleen nog zo zou horen praten in opnames en niet meer live. En dat is wel heel erg gek. En ik denk dat ik dat later pas echt ga beseffen wat ik moet gaan missen. En wat wij moeten gaan missen. Uiteraard. Inderdaad, het mooiste filmpje. Dat was ook het filmpje, jij benoemt het. Er is zoveel voorbij gekomen. Dat was ook het filmpje wat mij raakte. Er zit iets in wat mooi is. Maar we hebben het wel, Thijs. Ja, elk stukje fragment was mooi. En elke reactie is mooi. En iedereen die aan het woord is geweest. Daar zijn we heel dankbaar voor. En ik denk dat het een mooi stukje film is. Dat we terug kunnen kijken als een mooie samenvatting van hem. Iets wat ik later aan mijn kinderen kan laten zien. Van dit is opa. Dat is hetgene wat mij het meest pijn doet. Dat hij er gewoon niet meer is. Te vroeg. Dank. Dank voor jullie allemaal. En iedereen die hier aan meegewerkt heeft. En iedereen die reactie heeft gegeven. Namens de cameraman bij camera 3. En moeders thuis op de bank. En de hele familie. Dank jullie wel. Mooi gezegd. Dank daarvoor. Ik wilde inderdaad bedanken. Gert-Jan. Jij bedankte altijd mensen, de hele crew. Toen dacht ik, oh Gert-Jan, doe dat nou niet. Want je gaat altijd weer iemand vergeten. Dat is niet goed. Alleen natuurlijk Huub, achter de camera. Ongelooflijk dat je dit hebt kunnen doen voor je vader. En Thijs, jij hebt natuurlijk. We nemen je nog eventjes, denk ik, in beeld. Ja, dan sta je zwijn nog eventjes naar de mensen thuis. Want wat dapper van je dat je dit programma hebt kunnen maken. Over mensen bedanken. Ik heb dus gezegd, ik ga dat niet doen. Want dan ga je mensen vergeten. Wij wilden dit programma met de hele club, met iedereen wilden we maken. Als cadeautje natuurlijk voor Thijs, voor Huub, José thuis en lieve oma Truus.
Dit cadeautje pakken we in voor jullie, om jullie te geven. Voor de rest ga ik geen mensen bedanken, behalve nog één iemand. Gert-Jan, jou ga ik bedanken voor de afgelopen jaren wat je hier voor Seaport voor ons hebt gedaan. Voor je kennis, voor je gezelligheid. En dank je wel dat je er was. Lieve vriend, dag lieve Gert-Jan. Dank je wel voor alles. En nu thuis, blijf thuis. Bedankt voor het kijken. Blijf gezond. Dag.